3, 2, 1 en we zijn motherfucking live. Nieuwe Rookworst episode. Wat is het, de derde van deze jaar volgens mij, of niet? We zijn Cynthia, wat's up iedereen thuis? Ellen, ze zit dan weer aan het verpesten. Deze man. Hij is doof toch? Kibazi. Dat is toch man. Ja? Is lekker? Puur. Fijn dat je weer terug bent gekomen. Ja man, thanks man. Thanks, dat is liefde. Zeker man. Legendary episode hebben we gemaakt vorige keer. Top 5? Ik denk het wel, man. Ja, ik moet er maar op hebben staan, hè. Zo doe je dat. Scherp. Ja, ik denk wel top 5, man. Ja, toch? Thanks, man. Denk, wat denk jij? Ben je ik ook, man. Ik vond ben je fan geworden van de show? Ja, man. Ik was sowieso al fan. Ja. Daar niet van. Maar, zou je die van jou gooien in de top 5? Ja, ik had hem ook niet zo verwacht. Eindstand, ik wist niet eens dat ik die hele tory had gezegd daar, snap je? Mm-hmm. Ik zit opeens op mijn telefoon en hij wordt rood opeens. Van. Bro! Ik kijk die tory, ik denk, heb ik dit verteld? Dus ja, man. We gaan vandaag weer iets geks maken, man. We gaan weer toch een gesprek hebben. Man. Ik was helemaal tranquilo. New York top 5, die lat is gelijk gelegd. Nee, maar hij is een gekke guy, man, bro. Hij is niet helemaal barkie. Hij is niet helemaal. Wij komen van een eiland dat Curaçao heet, dat ken je natuurlijk. Ja, ja, maar die eiland, zeg maar, bro, 60 kilometer. Maar die mensen die daar vandaan komen, bro, zijn Oncontroleerbaar. Dus, ja, ik weet niet, man, bro. We zijn ziek in ons hoofd, man. We zijn bijna niemand is normaal. Zo'n gezegde die wij hebben is, in het Antilliaans is, God heeft... als ik het goed zeg, God heeft mensen gemaakt, ratten gemaakt en Antillianen. Als ik het goed zeg. Ken die nog niet. Okay. Ken die nog niet. Boas van Goldband, man. Hey man. Was lekker? Ja, leuk hier te zijn, man. Gek hier te zijn. Wat dan? Voel een beetje vreemde eend in de bijt, toch? Waarom, bro? Zeg wel, leg uit. Ja, omdat toch popmuziek, hip-hop. Ik weet niet. Ik vind ook dat het allemaal bij elkaar je stille nigger. Je stille nigger. Oké, ik smoke, ja. Maar je hebt gouden tanden. Ik kom wel uit die Tata scene, dus daarom. Ja, hoe komt dat? Ja, ben je, mag ik? Ja, ik ben kwart Zulu, kwart Fries. Wat is Tata scene? Wat ben je? Kwart Zulu? Kwart Zulu, kwart Fries. Fries? Ja. Otmoen is niet Fries. Wat? Is Otmoen? Otmoen. Nee, is niet Fries. Is niet Fries. Nee. Maar je bent Surinaams Fries. Ja, Otmoen is wel Fries, man. Ja? Shit, ik ben nu al kapper. Dat zijn Piet Paulus maar altijd. Ja. Dat is een Fries, man. Shit. Maar Friesland dus? Ja, Fries, man. Fries is een van de oudste volkeren van de wereld. Friese vlag. Beetje condens. Friese vlag. Grote shit. Ja, man. We gaan het zo erover hebben, man. En Tavares? Tavares? Tavares, ik voel het. Ja, onderop, man. Ja, kan je ook zo praten? Nee, man, ik kan niet zo praten. Ik kan het heel licht verstaan, maar zo slecht als dat ik Italiaans kan verstaan. Oké. Dus bijna niet. Ja. Katneuf. Zeg goed? Ja, mijn broeder. Katneuf. Is dat Frans? Ja, het is afkorting van 49. Leg uit. De regiocode waar mijn vader vandaan komt in Marokko, van Breken, is 49. Doop. Daar komt het van. Ja, hard. Ik vind die soort code shit echt hard, man. Turkije heeft het ook. Duits of zo, man. Turkije heeft ook op een kentekenplaat dat ze dan een cijfertje zetten van welke stadje of welke regio. Ja, dat is in Marokko ook zo. Doop. Dat vind ik echt hard, man. Dat heeft een soort, best wel een soort. Zou toch hard dan zijn? Dan kan je zien van waar die wagge komt. Ja, dat is zo hard. Kijk, nu even in de motherfucking building, man, bro. Ja, man, bro. Hij drinkt niet, hij rookt niet. Nee. Zeker nog niet. Nog geen safaris. Ik ben meer pop dan hem. Zeker. We hebben een battle vandaag, man. Top of the pops. Oki. Yo. Bekend, man. Ik hoef niks te zeggen over je. Bro, je bent een... Ik wil bijna u zeggen, man. Kom je mee, man. Ja. Maar zoveel respect heb ik, bro. Zoveel respect heb ik, bro, van... Ik ben zelf ook een... Panoza. Ja, ik zou mezelf niet, zeg maar, zetten in het rijtje Panoza, maar ik ben wel ik heb wel mijn fases gehad, zeg maar. Ik heb mijn dief fase gehad, ik heb mijn deal fase gehad, ik heb mijn... en dan, zeg maar, je weet toch, pakjes verkopen. Ik heb ook wat grotere dingen. Dus ik heb mogen snoepen en mogen... Je moet niet alles zeggen, hè? Nou ja, dus, ik ben al 1000 jaar niks meer aan het doen, gelukkig. Je weet toch? Ja. Maar ik heb door wie ik ben, heb ik, zeg maar, soort van mogen touchen aan bepaalde, hoe zeg je dat, hoofdstukken van crime, zeg maar. Mm-hmm. En ik ben iemand die heel erg houdt van greatness. Dus dat zijn dingen die great zijn. Maakt niet uit wat je doet, als je het goed doet, zeg maar, en je kan het, zeg maar, op een manier doen, zeg maar, dat het jou geen moeite kost. Messi bijvoorbeeld, Michael Jordan,
weet ik wel, een Barneveld vind ik zelfs master, zeg maar. Die gewoon niet, hij gooit motherfucking shit erin, bro. Maakt niet uit hoe die eruit ziet, zeg maar. Als je naar hem kijkt, denk je van, hij kan dit niet, maar hij doet die shit. Maar, weet je toch wat ik bedoel? 180, hè? Snap je? En dan, mensen die een gaaf hebben. Mensen die een gaaf hebben, gewoon geboren zijn voor die shit. Maar ook, er zijn meer mensen met een gaaf, maar er zijn, ik denk dat er nog meer mensen zijn met een gaaf, maar die niet, zeg maar, de ballen hebben om de stappen te nemen om, zeg maar, die gaven uit te breiden en te ontwikkelen. Klopt. En een gave zoals die jij gekregen hebt, is dan, zeg maar, ook heel raar om te omhelzen, denk ik, in het begin, ja, toch? Dat is ook zo. Van, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Van, hey, shit, mijn talent is ik weet hoe ik shit moet pikken. Mijn talent is illegaal, maar ik heb het al eens eerder gezegd, doordat ik zo goed kon stijlen, kon ik me staande houden. Ik was heel jong dat mijn moeder overleed en mijn vader zat in een kliniek. En de huur moest betaald worden. Ja. En als ik niet had kunnen stijlen, had ik heel fout gaan op straat. Want door dat stijlen ging ik ook naar school. Ja. En ik zeg dat altijd. Je stilde om naar school te gaan in principe? Want ik vond school altijd leuk. Maar ik bedoel, toen kwam ook heel erg in dat studiefinanciering gebeuren, weet je. En bepaalde scholen, als je niet genoeg geld had, dan kon je dat gewoon niet betalen. Ja. Maar ik had ook nog eens een keer... Iets meer in de mic als jullie. Ik had ook nog eens een keer dat ik onverwachte huur en alles moest betalen, weet je. Dus toen werd het opeens van... ik had al veel geld. Ik was jong, 18, 19 had ik al serieus geld. Op mijn 20 was niet normaal. Maar dat is een overlevingsskill. En wat jij zegt ook op straat, leer je zoveel dingen die je waarschijnlijk nu allemaal gebruikt. Ja. Dat een ander niet eens weet. Want het vreemde is altijd van... bijvoorbeeld zakenmensen, als ze vragen van hoe komt u zo succesvol, dan zeggen ze bijna altijd, ja, ik heb een echte straatmentaliteit. Nou, lult, heb een beetje snel voetballen en zo, maar dat is helemaal niet waar. Maar men is altijd, heb iets met straat, daarom, je hebt die dingen als streetfood, streetwear, wat is dat? Weet je, dat heb iets, dat straat heb iets wat iedereen wil. Ja. Maar niet iedereen heeft dat en kan het ook niet krijgen, je hebt het of je hebt het niet. Precies. Want we zijn allemaal, hoe je het went of keert, zijn we allemaal eigenlijk een beetje straat. Want als je van de school gaat en... Tuurlijk, sowieso. Op scoren begint het meestal, toch? Ja. Alleen je het kennen meestal. Ja. Leg er aan welke school je gaat, waar je vandaan komt. Ook. Begrijpen wat hij bedoelt. Maar bijvoorbeeld iemand uit het Gooi, die, weet ik veel, middelbare school, VWO. Klopt, wat minder. Daar zit geen straat in, grap. Nee, nou, eigenlijk niet. Ja, klopt. Maar hun straat is dan wel weer gewoon een pilletje verkopen of zo. Ja, hun straat is... Ja, of heel vroeg ook gebruiken. Er is een straat. Hun straat is die andere. Of ze beginnen heel vroeg aan de kook. Ja, en gaan inderdaad pakjes kopen. Ze zeggen, oh, ik ken ook een dealer. Ja, dat is hun straat. Precies. Ja. Dus het is wel een straat, maar het is niet dezelfde straat die wij hebben. Klopt. Ja, die drinkt toch niet. ik had laatst een podcast gedaan met Monica Geuze over mijn boek. En in mijn boek vertel ik over dat ik ook gestolen heb. Ja. En dat ik soms het gevoel had dat... God vergeef me als ik dit weer zeg, maar dat is wel gek wat ik vertel. Maar dat ik soms het gevoel had alsof er iets voor mij neergelegd was om te stelen. Dat iets op mijn pad werd gelegd zodat ik het kon pakken. Het leven is vol verleidingen en alles is geschreven. Dus dit is ook zo wat jij zegt. Het is alleen... Hoe ga je erom? Dingen is ook een test. Ga je erin of ga je er niet in? Ja. Ik heb situaties meegemaakt dat ik iets gelaten heb en dat kon heel veel geld opleveren. En achteraf vind ik goed dat ik gedaan heb. Want is de kans of is de afleiding? Ja. Dat is die afleiding. Dat is, ik geef altijd wel eens. Ik heb natuurlijk hele aparte gesprekken, vooral met jongeren, door mijn hele volwassen leven al. Ik zeg altijd, stel je voor, je breekt toevallig in een huis en er ligt 3000 kilo kook. Dat duurt ongeveer, denk ik, het zal zijn anderhalf uur voordat je in de auto krijgt. Wat doe je als je eenmaal 200 kilo in de auto hebt? Ga je nog terug voor die 2800? Dan moet je ballen voor hebben. 200? Dan moet je heel veel. Dan moet je een goede keuze maken wat je gaat doen. En ook ballen hebben en iemand die rustig blijft. Want ik ben in zulke situaties geweest. En het is een chance of a lifetime. Wij deden ook motors of scooters of whatever. Dat je één scooter eruit, denk je van, oh, we gaan loesel man, fuck die andere scooter. En dan heb je één keer die, no, rustig zwaar. Rustig hoor, zijn nog vijf. Wat is er zwaar? Je weet toch van, er is één iemand die zegt, rustig zwaar. Iedereen je terugsturen, nek je die? Chill, jij blijft hier. Iemand die leiding neemt, zeg maar. Ik ben degene altijd geweest die zegt, nu gaan we weg, nu ophouden. Omdat we ook bij een bank bijvoorbeeld, als je naar binnen vliegt. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat er zoveel geld zit, maar je hebt een paar minuten, je moet eruit. En dan kan je wel blijven grijpen, maar dat kan net die 5 seconden zijn dat jij net niet naar die deur toe redt of wat dan ook. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Maar dat is echt met het lot, dat is het lot gewoon. Ja. Krijg je een soort feeling voor. Met welke films heb je, met welke film dat jij gekeken, gezien hebt, dat je denkt van oké, dit klopt. The Bank Job. Dat is van? Jason Statham. Moet ik checken, man.
Die moet ik checken. Maar die Inside Man of zo bijvoorbeeld, is dat? Nee, man. Zou dat niet kunnen? Dat is wel een topfilm. Van Spike Lee bedoel je? Is dat de eerste? Die, dat hij die muur bouwt. En dat hij dat dat erin zit al, zeg maar. Ja, toch? Bouwt een valse muur en dan blijft hij erachter. Na een week gaat hij er pas uit. Ja. Ah. Ja. Wil je die in met die trein? Weet je waarom? Die met die trein is, wat is dat? Money Train. Ja, volgens mij Money Train. Nou kijk, die met die film van die Insider kan gewoon niet, omdat ze met de speur rondkomen. Ja. Kijk, als het gebouw moet helemaal leeg. Dat is standaard, dat is protocol. En dan moet er een speurhond in om te kijken of iemand in het plafond zit. En als hij dan achter dat muurtje had gezeten, slaat die ons, die wordt helemaal dol bij dat muurtje, weet je. Ja. En dan gaan ze het openbreken. Wel leuk bedacht. Ja. Hoe... Vroeger, ik heb veel vragen, bro. Vroeger was het zeg maar ook veel makkelijker. Ik denk dat het beroep, zeg maar... Nee, dan had je geen camera's. Dat ben ik niet met je eens. Dat zegt iedereen. Je ziet af en toe op reacties hier van... Ja, maar er waren geen camera's. Die gasten doen over die torens in 1950 waren gehad. Die dingen waren tot 2008 of zo. In 2000. Bijvoorbeeld, ik heb meegemaakt bij een bankkraak. Ik heb de eerste strafzaak in Nederland gehad met gsm-uitplaatsingen, weet je. Plaatsbepalingen. Dat was echt al heel ver. Praat je over 98. Men onderschat dat. Bijvoorbeeld, nu is inbreken niet dat iemand... Want het moet gaan doen. Maar inbreken in de PC-hoofdstad is makkelijker dan vroeger. PC-hoofdstad zegt, rollaken meegaan. Hmm. Ik snap er geen moe van. Ja, ja. Dat droomde ik van vroeger. En ik mag blijven winkelen. Ik moet gewoon baan verwisselen. Had nog wat over. Maar dat zeggen ze echt. Zeggen van, het is makkelijker. En tuurlijk, sommige dingen waren ook makkelijker. Bijvoorbeeld een bank over, was vroeger geen moer aan. Niet dat ik dat heb meegemaakt, maar vrienden van mij wel. Dat was net alsof je bij Diamin over de balie sprong. Ja. Weet je, dat is nu allemaal anders. En ook met geld, dat ding. De technieken zijn wel nu moeilijker. Maar bijvoorbeeld, als je die jongens nu hoort, die met het hacken zijn en zo, weet je, IT. Nou, het lijkt wel alsof ze het kunnen vanaf ze 12 zijn of zo. Ja, weet je. Dan moest ik vroeger, ik heb het ook wel eens gedaan, moesten echt jongens erbij. Ja, maar hoe doe je in die gastjes van 14, 15 jaar, die zitten gewoon, jongen. Ze laten je ook zien dat ze het kunnen, maar ze doen eigenlijk niks. Wat jij ook zegt, ze hebben die lef niet, maar ze die lef wel zouden hebben, hij is doodeng, man. Ja. Ja, dat is heel ziek wat... Sommige dingen, bijvoorbeeld, ik kon vroeger, ik kan echt auto's stelen, weet je. Gewoon met een schroevendraaier, met schroevendraaiers, bak, afbreken, noem het allemaal op. Tegenwoordig is een auto stelen al 10 jaar, is een auto hacken. Je kan een jongen van 10 met een laptop, kopen hier de sleutel, en gaat open. Starten, bam. Het is zo'n autospik, is het makkelijkste wat er is nu. Ja. Vroeger moest je echt, je moest je vakman zijn over die dingen. Wat is de makkelijkste auto om te pikken? Nu? Alles, man. Ja, nu alles, als je die software hebt, je pikt alles, man. Alleen de software is heel duur. Bijvoorbeeld software voor waar jij net in reed, dat kost bijvoorbeeld 15 ruggen. Vandaag is 15 ruggen echt geld. Dat is wel een goede investering. Jij hebt jongens, dat echt doen. Ja. Voor hebben ze wel. Je hoeft maar een vriendje in Polen te hebben of zo. Zal hem die van F gelijk te klemmen. Ja, maar 15 doezen, zeg maar. Kijk, want 15 doezen, zeg maar, is dan weer die investering. Maar zeg maar, wat ik weet, zeg maar, is een gestolen auto is niet super veel waard. Nou, jouw auto brengen we voor 8 ruggen, denk ik. 60. Ja, maar 8 ruggen, zeg maar, dat is niet wat je denkt als je naar die auto kijkt, toch? Maar gap, ze schieten hier voor 25 ruggen dood. Zeker 3 keer jouw auto, heb ik dat geld ook. Ja, ja, ik weet je, maar het is wel moeilijk ook. Het probleem is ook met jongeren. Misschien is dat justitie een geluk ook. Als jij echt handel hebt, bijvoorbeeld je hebt 30 gouden Rolexen. Jongeren kennen geen rijke gasten meer. Ik heb vroeger ontelbaar rijke figuren die altijd wou kopen, dit en dat. Als ik een gemiddelde jongen die van 20 vraag, ken jij een miljonair? Of iemand die echt geld heeft, weten ze niet. Ja. Dus je hebt al problemen met verkopen. Als je nou een container hebt met spijkerbroeken, ik denk ze echt een probleem om te verkopen hebben. Of ze gaan naar Beverwijk, dan kun je gepakt worden. Die dingen zijn allemaal anders, weet je. Ja. En vroeger was het gewoon... Die lijntjes zijn minder kort. Ja, maar ook meer je mond houden. Discretie. Alles gaat nu op het internet. Dingen wat ze nu af en toe doen op internet. Bijvoorbeeld rappers. Die hebben ossatorisch gedaan. Ze noemen net niet het huisnummer. Ja. Ik denk, het leven is gevaarlijk. Ja. Men laat echt zien van, hey, ik ben die, ik doe dat. En ik heb die geknald. En dat ik echt, wauw. Als je bij mij in een groep had gezegd, had je echt even een weekje apart genomen. Dat moet echt weg. Want moet sluiten, dat moet weg. Ja. Echt. Dat is gek, man. Deze verhaal, ik kan niet echt die uren over, praten. Hoe gaat het, zeg maar, want... Er zijn nog 3 anderen. Ja. Waar zitten we hier nog even op? Kom zo. We zijn ook drie. Maar hoe ga je ermee om, zeg maar? Want je bent een man met normen en waarden en principes. Hoe ga je daarmee om, zeg maar, in die wereld, zeg maar? Dat moet gaan. Waar ik vandaan kom, als je niet hebt, ga je dood, maar schiet is je kapot. Ja. Kijk, iedereen praat wel, iedereen roddelt wel een beetje, maar je moet echt wel oppassen wat je zegt. Ik zeg altijd, weet wat je zegt, maar zeg niet wat je weet. Mm-hmm. En waar ik vandaan kom, ik heb altijd heel erg naar ouderen geluisterd, altijd mijn mond houden, oude criminelen ook, weet je. Maakt niet uit wie wat, hoe, altijd luisteren, ook in de bias. Maar die jongeren van nu, daar heb ik het over 20, 18, 16,
23, die hebben een ongelofelijke bewijsdrang. Ja. Als ik bijvoorbeeld op straat loop, komen die jochies naar mij toe. Ja, ik noem ze jochies 22, omdat ik een dochter zelf heb van bijna 28. Dus ik noem ze jochies. Ondanks er zitten echt wel mannetjes tussen, weet je. Nou, die gaan er tegen mij zeggen, ja, ik breek ook in dit en dat. Van dit weekend, van met Koninginnedag nog, komt een jochie naar me toe. Ja, ook die gaan met me mee naar Duitsland, dit, dat. Dan gaan we doekoe maken. Nee, dat bedoel ik serieus. Ja. Ik dacht, maar eigenlijk staat in mijn boek dat ik in Duitsland tekeer ging zo'n 30 jaar terug gaan. Maar die echt serieus op me doorgaan. Ik zeg tegen, ik denk dat die 19 of zo. Ik zeg, hé, grapje, jij weet net dat je met je lul net iets meer kunt dan piezen, grapje. Jij neukt net. En dan echt, oh, wat, ik maak tonnen. Ze gaat, nu moet je miljoenen hebben, ton is niks meer. En bijna boos worden. Ja. En ze gaat hem corrigeren, hey, laat hem. En echt gepikeerd zijn, maar geen respect tonen. Van, dat hij bijvoorbeeld inziet van, dat ik hem eigenlijk wil zeggen van, ga lang met rust. Ik weet het allemaal, ik wens je veel geluk. En dit, terwijl als die jongen even anders zou doen, zou zeggen, kom eens. En dan zou ik hem iets vertellen, ja, zou je wat jij kan leren. En dat is die probleem nu met jongeren, omdat ze hebben heel veel disrespect naar ouderen. Dat ouderen denken, hey, pik, zoek het maar uit, die merken het zelf. Ja. Ik was altijd aan het luisteren. En het komt volgens mij door internet. Iedereen heeft iets van, weet je wel wie ik ben? Niet per se om te bluffen, maar ik ben bijvoorbeeld goed met een kledingsmerk. Of ik ben die. En die meiden die kijken allemaal, ook allemaal naar van, wie ben je, hoe glim je en wat heb je om en dit en dat. Is niet normaal meer, man. Ja. Dat je gewoon, ik denk van, is het allemaal nog wel echt, weet je? Ja. Door die internet krijg allemaal? Je een... Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld, wij vroeger in de baas, ik heb nooit een telefoon gehad in de baas. Ik heb na 3 maanden niet eens meer weten wat ik moet zeggen. Dan is, wij heb je goede tijden gezien, zag je Katja, weet je? Nou, daar, ik heb geen inhoud meer om te vertellen. Die gasten zitten de hele dag op die smartphones. Die weten eerder wat de nieuwe Louboutins zijn dan ik. Ze weten eerder wie je gepakt is dan ik. Ze weten alles. De baas heeft trouwens altijd een dag altijd alles eerder, hè? Ook ja. Zonder telefoon. Ja. Omdat iedereen denkt dat je er niet bent. Dus ze denken dat je zo dood bent. Dus je mensen vertellen je aan de telefoon wat er gebeurt buiten. Wat ze buiten nooit zouden zeggen. Daarom zijn die gasten binnen altijd fucking up-to-date. Goed geïnformeerd. Ze weten alles. Ja, ik word altijd van binnen gebeld. Ja. Als je informatie moet hebben, moet je jongens in de baas. Ja, ja. En hoe lang heb je in totaal gezeten? Genoeg. bij elkaar alles. Ik heb ook wel geluk gehad, hoor. Met alternatieve straffen en zo kom je wel bij de 10 jaar of zo. En je bent nu? 50. 50, ja. Maar ik heb gabbers gehad, die hadden dat allemaal in hun jeugd, weet je. Ik heb echt geluk gehad. Maar ik heb ook bepaalde dingen echt nooit gedaan. En wat ik al zeg over die telefoons, als iemand 10 jaar, dat vraag ik me echt af, van, die gaan nu eruit komen. Die al 10 jaar lang bijvoorbeeld op een smartphone zitten, elke dag met hun vrienden, op Instagram, ze weten alles. Hoe dat is als ze vrijkomen. Of je een klap krijgt, dat je denkt in een fucking Twilight Zone bent. Want het mooie eigenlijk van vrijkomen is dat alles nieuw is en dat je echt blij bent. Maar als je continu up-to-date bent, is eigenlijk niks nieuws. Alleen je ziet het nu. Ja. Dat is niet die model, man. Hè? Dat is niet die model. Was jij iemand binnen raar? Met telefoon? Jawel, maar niet constant, man. En ik hoef Pagastan, hem ook niet bij me te Pagastan. Hebben. Nee, toch, tuurlijk niet. Ik hoef hem niet constant bij me te hebben of zo. Ik zet hem gewoon, of ik pak hem gewoon een dagje. Waar vond jij je telefoon belangrijk voor? Gewoon af en toe om iemand te spreken als ik me verveel. Of als ik gewoon zin heb om wat te zien of wat te zetten, bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Om gewoon bijvoorbeeld mijn matties even te laten zien hoe ik... Je weet toch, hoe gaat ze binnen? Zandam nu wel. Zandam, ja. Dat is speelplein. Dat is speelplein nu, man. Was dat zelf? Ja, is dat af. Ja, man. Para, ik kan me dat bijna niet. Ik heb nooit vastgezeten, gelukkig. Een paar keer misschien politiebureau of zo, maar nooit verder dan dat gekomen, gelukkig. Oké, okay. Shit, ik was even erin, man. Dit was eventjes die CSI. ik heb ook alleen maar voorarrest gezeten. Ja, we zijn erin. Ik hou van deze dingen, ik zeg je eerlijk. Hef staat binnen, hef van, man. Zeg je eerlijk, man. Maar Boas. Hey, man. Goddamn, man, Goldband. Tjuu! Ik heb niet in een bak gezeten. Fuck je met Goldband? Wat zeg je? Fuck je met Goldband? Nee, ik vroeg toevallig gisteren Wesley van. Toen zei hij van, jullie zijn de grootste. Nu toch? Of? Soort van, man, ja. Lijkt het wel op. Doing that shit. Ik heb 1 vraag. Maar wordt hier gerookt? Ja, je kan gewoon smoken, ja, man. Ik zie niet op wat ik vind. Je wel een beetje, we vinden je wel anders als je tabakken gaat lopen roken, maar is niet erg, bro. Mag ik wat vragen? Waren jullie optreden met Koning in de dag met een helikopter? Waren jullie dat? Ja, ja, ja. Ja? Wat? Hebben jullie wat? Wat? Ja, heel vet zag ik dat, man. 538, toch? Ja, dat was bij 538. Heel dik. En dan gingen we de heli. Ja. Maar we zouden eigenlijk spelen in Groningen, hadden we afgezet. Jullie zijn al bij heli. Zeg maar, jullie zijn al daar. En gewoon met 6 man. Jullie maken even met z'n 2 of zo. Is dik. Maar voor het eerst, ja, ja, ja. Maar ja. Wat kosten jullie dan? Paar kop. Paar ruggen. Niet paar kop. Paar ruggen. Ja, jullie zijn duur. Boven Donnie. Jullie gaan in een helikopter, bro. Huh? Jullie gaan in 538 doet dat elk jaar toch, met die helikopter. Met gewoon je moet wel... Ze hebben 50 artiesten of zo vanuit het hele land. Ziek. Die spelen allemaal een kwartiertje. Dus geen fuck aan. Ja, vind je het kakken? Maar ja, die heli, dat is gewoon een... Toffe ervaring. Ja, ja. Was de eerste keer heli in Nederland? Ja, man. Sowieso.
Überhaupt eerste keer Heli. Ja, man. Niet zijn wachten? Nee, man. Niet eng met de bizar. Nee, ik lag er helemaal af, joh. Okay, maar jullie zijn al bij. Jullie zijn al dus. Bro, voor mij, je moet eerlijk zeggen, ik ga je eerlijk zeggen, G. Voor mij gaat het allemaal langs mij, zeg maar. Soort van. Je weet wat ik bedoel. Dus die hele. Ja, maar daarom zei ik net ook, ik kom uit de andere scene. Ja, maar dat is tof. Daarom zit je hier. Vind ik tof. Ik wil, ja, wel, je weet toch? Ik wil mijn wereld verbreden en connecten, zeg maar. Ja. Je weet toch? Dus. Jullie zijn al bij fucking. Ik heb nooit helikopter gedaan in mijn leven. Heb jij een helikopter gepakt, bro? Ben jij al daar? Nee, maar ik was te dik. Echt waar. Voor een keer van interessant dat we een helikopter. Dik. Ja, man. Hadden we een helikopter gehuurd, maar ik mocht er niet in. Ik was te zwaar. Wat? Ik zweer het. Nee, joh. Ik zweer het. Toen shit, het ik mag niet man. Zie. Zie. Maar je bent helemaal niet dik, bro. Jawel, ik weeg boven de 100 kilo, ja. Je bent niet dik, jij. Jawel, broer. Je bent net als mij, wij dat zijn chubby. Wij zijn chubby. Groot toch? Wij zijn gewoon chubby, we hebben zware botten, bro. Grote man. Ja, toch? Ja, ja. Vind jij jezelf dik? Ja, we zijn gewoon lekker, bro. We zijn chubby. We zijn chubby. Gewoon je toch? Zeg chubby. Zeg, we zijn chubby. We zijn chubby, chubby. Maar goddamn, je bent. Dat wist ik niet, man, dat jullie al daar zijn. Maar dope. Ja, maar dat is gewoon die 538 shit, hè? Ja, weet ik. Maar ze hebben 538 voor jullie gekozen, bro. Goddamn. Weet je. Ben je ooit... Mij niet verbaard. Maar dan zeg, heb je ooit een Ellen spoken gehoord op 538? Huh? Nee, nooit. Ik wou je zeggen, dat bedoel ik. En jullie zitten... Hoezo? Waarom niet? Featuring, man. Dat is 538. Fly day. Waarom niet? Fucking 538, man. Misschien met die pokken van mij en Anton, misschien. Ja, je bent daar? Ik heb pokken met hem, maar ik weet niet of ik op 538 ben gedraaid. Is die ooit? Ja, lang. Met Party Squad, toch? Zulke dingen doe je? Goeie track, ik laatste hem gisteren. Ja, thanks, man. Ik draai nog steeds ook op radio en zo, dus trek ik best goed eigenlijk. Wat kost jij nu, Ellis? 4 bands, 5 bands moet je maar baren, anders kom ik niet, man. Die dingen, hè? Ja, man. Ik heb geen tijd, man. Hoofd is heet. Got kids to feed, bro. Mensen hebben honger. Het is een groot probleem. Nee, tuurlijk. Ik zeg maar, mensen... Ik zeg maar, mensen hebben got kids to feed. Ja. Oh. Ik schrok wel even. Ik heb kind, mijn andere broer heeft kind. Allemaal mensen van mij hebben kinderen. Hij ging even Afrikaans. Zijn wel jonger dan mij. Ja. Oh, jullie hebben allemaal kind, boys? Ja, man. Ja? Ja. Oh ja, allemaal. Mijn neef heeft kind, snap spuiterij. Spuiten en slikken. Nee, hij is anti, hij is su, je weet toch? Maar we hebben allebei jeans, man. Alleen deze mokro moet nog uit het theehuis halen. Ja. Lekker man. God damn, man, boys. Ken jij zijn shit? Jawel. Ken jij zijn shit? Ik ken zijn shit ook, guys. Maar je bent van BE, toch? Ja, man. Klopt. Ik wil wel. Ken jij zijn shit? Nee, ik kijk of je Insta... Man gaat kwijt, bro. Wat denk je? Ja, kijk even zijn Insta snel, jullie. Dankjewel, broeder. Man gaat super. Nee, maar... Blijf je wel? Soms, wanneer je zin hebt. Gelijk toe maken, dadelijk. Mag ik wat vragen? Je bent een Belgische artiest, toch? Klopt, maar ik ben geboren in Nederland. Want je hebt helemaal geen Vlaams accent. Nee, ik ben geboren in Rotterdam en mijn ouders hebben hier... Juist. Daarom vang ik die pet ook met je. Ik ken jou ergens van, bro. Kan dat? Ik weet het niet. Ik heb jou 2 keer eerder gezien. De eerste keer durfde ik je niet te groeten. Waar was dat? Oh nee, wacht. Ik heb jou gezien op die Broederliefde. Was je toen al lid? ja, van mij zijn was al uit toen, ja. Op die Broederliefde. Ik ken jou daarvoor al, bro. Die pokoe van jou. Ik heb hem daarvoor al een keer gezien, man. Kan dat? In 7Fest. Maar daar heb ik je niet gegroet. Daar was hij bang. Wat was 7Fest? Wat is dat? 7Fest Den Haag. Ja, was vorig jaar. Juist. Dat zou kunnen. Maar volgens mij heb ik je daarvoor ook al gezien. Ja, kan. Huh? Jullie staan showen in Heerlen. Staan jullie samen in de lijn. Oh, dat kan. Kan ook. Dat kan. Die ene keer, laatste keer. Ja. Toen stonden jullie samen in de lijn. Kan ook. Maar ik heb hem daarvoor ook al gezien, bro. Dus je hebt België gewoond, toch? Ja, ik woon in België. Waar? Roeselare, daar heb je mij sowieso niet gezien. Daar garantie. Nee, niet daar. Maar ik heb wel workshops en zo gedaan in België. Nee, ik... Ik heb echt het gevoel dat ik jou ken. Misschien een herkenbaar gezicht. Nee. Weet je niet van, hoe heet die shit ook alweer? Nee, Oever, nee. Hoe heet die? Oever? Ik heb geen... Oever? Ja, weet je niet van daar? Ik weet niet wat dat is. Oh, weet je niet. Hoe voel je je nu, mijn bro? 22 jaar, grote hit. Hits. Goed, man. Alhamdulillah. Ja? Ja, man. Ben je trots op jezelf? Jawel, zeker. Ja? Het is helemaal heel snel gegaan voor mij ook. Ik denk voor jullie hetzelfde verhaal. Jullie zijn in 1 keer, in 1 jaar ook
Helemaal veranderd. Hoe lang zijn jullie bezig? Bij mij was een maand of zo, man. Jij bent anders, broeder. Boom. Dat is een andere level. Boom. Gelijk. Ja. Ging van 5B naar... Gelijk. Instant. Yeah. Snap je? Ja, maar hoe ga je ermee om, bro? Je bent 22, man. Je bent een van de jongere guys nu. Wie is nog... Zijn wij, ja, Samski, Izzy, maar wij zijn ook... Ja, ongeveer die leeftijd, volgens mij, als ik het goed heb. Maar je bent een van de jongere boys nu. Hoe ga je ermee om, man, bro? Ik ben er heel nuchter in. Ik vind het leuk. Ik doe nu dingen die ik graag wil doen, ooit wilde doen. Bucketlist eraf, rookworst is er nu ook af. Oh. Ja, wat staat er nog op dan, op die bucketlist? Ooit op een helikopter zitten, afvallen. Gaat sowieso gebeuren. 100%. Van alles. De Phoenix Awards zou ik ook graag willen doen. Of ja, winnen. Iets winnen, ja. Van alles. Phoenix is kakker, man, ik zeg je eerlijk. Ja? Ja, Phoenix Awards. Ik moet je gratis optreden. Ik krijg liefde van hun, dus. B, ik was daar bijna elke week, zondag alles na show. Hey, Phoenix heeft geen helikopter, man. B, ik ga na show alles daar vroeg in de ochtend gewoon. Ik heb nog poep in oog. Waar? Ik krijg geen award, B. Was je genomineerd? Ik wou appels zetten eigenlijk in Rofa, man. Was je genomineerd? B, bon mij, man. Maar was je wel genomineerd? Bon mij. Jawel. Ik was 6 keer genomineerd. Genomineerd. Ik was die planning verder nu. Wat was het jij? Genomineerd. Hey. Wat rook jij? Genomineerd. Boerenjongens. Hey. Maar van wie heb je verloren allemaal dan, bro? Bro, ik heb geen idee, maar ik zeg je eerlijk, man. Het is best lang geleden. 6 keer? Bro, je kan niet 6 keer. Ik was voor 6 stories genomineerd. Ik kan niet echt, man. Je kan me niet 6 keer nomineren en niks geven. Ik had bijna appel gezet, man. Ja, man. Maar Bonditori, man. Ja, maar het zijn toch kijkers die stemmen, of heb ik het verkeerd? Hey, ik heb geen flauw idee, bro. Ik hoor dat het is gewoon. Weet je, als slij me door, maar ik weet gewoon van je moet die bakken ook chappen en zo. Dus ja, dat heb ik misschien niet gedaan. Ja. Maar in ieder geval, ik ging gewoon vaak. Ik was vaak daar die tijd. Je kan het ook terugkijken. En ik ging ook naar shows. Gewoon in de ochtie, 8 uur sta ik daar fit. Je weet toch? Gewoon mijn steentje bijgedragen aan Phoenix. En ze hebben je niet gegeven wat je verdiend hebt. En nog een factuur sturen ook. Zeg iets tegen ze. Man. Nee, Phoenix sowieso. SO naar Phoenix altijd, man. Geen haat, niks. Alleen jammer van die award, man. Maar ik heb genoeg oude platen, joh. heb je veel? Koppen, ik heb 12 stuks, man. Oeh, wat ja, man, bro. Oeh. 3 keer platinum. En die dingen daar. Je bent een soort sleeper. Gewoon stiekem, man. Je bent in de racewereld zeggen ze sleeper toch, wanneer die waggie, zeg maar. Hij is, je weet toch? Sleeper waggie, zeg maar. Van. Hij is stiekem, maar die ding blaast. Veel diplomas voor je trekken. Je bent daar, man. Ja, man. Wat is die volgende stap, man, bro? Mijn volgende, ik ben gewoon met tunes, man. Ik ben gewoon echt nog steeds op met tunes. Dus ja, men gaat nog veel van me horen, bro. Ik ben nog lang niet klaar. Wat is die volgende tune? Genomineerd. Stel je wat dit hier, bro. Nee, ik ga iets met. Ik ga iets met Polk en Jimani doen, man. Sweetie Darling. Het ding gaat al viral, die mensen kennen het al. Dus hij komt eraan voor de mensen die wachten. Beyond the Kijk uit. Wat is die merk deze zomer, man? Wat moet ik kopen? Zo, ik ben op mijn Rick Owens deze dagen, man. Wat is dat? Grote brakka. Dat is niks voor jou, man, denk ik. Rick Owens? Ja, man. Je bent er nu aan? Nee, dit is gewoon Balenciaga, man. Oh. Maar, nee, ik ben op mijn Rick Owens model, man, deze dagen. Rick Owens? Ja, man. Waar vind je dat? Het is moeilijk, man. Moet je naar Paris gaan. Voor heeft ook wel bepaalde dingen. Maar het is meer personal shopper werk, man. Rick Owens is die nieuwe merk deze zomer. Pull-up. Hebben ze ook voor dikke niggas als mij in die shit? Of? Sowieso, man. Nee, man. Altijd, wij zijn altijd fire. Oh, je fuck met Rick Owen? Ik fuck met alles, man. Ah, je bent ook van de mode. Maar zo, al die mode shit hebben we geen grote mate, man. Hmm. Maar ben je een beetje van de mode en shit? Je ziet die man toch, je vraagt die man. Kijk die man. Rare necklace. Wauw, man. Wat is dat? Ik heb geen idee, man. Wauw, man. Ik heb deze in Antwerpen ergens gekocht. Hem kan je niet roven, grap. Snap je? Nee. Je gaat zijn nek mee moeten nemen. Het gaat niet los. Maar wat is het, bro? Dat is een soort gek leer dingetje. Maar het is een soort robot. Voel een beetje cowboy of zo, weet je. En dat vind je gewoon hard. Hij is gewoon hard, ja. Ik kan genieten van mensen zoals jou, hè, bro. Zeg maar. Ik kan echt genieten van mensen die gewoon hunzelf zijn, gewoon no matter what. Van fuck. Fuck alles, man. Ja. Fuck dat. Fuck ook waar we net over hebben, die Phoenix Award shit, 538, radio shit. Het is allemaal niet belangrijk, man. Het is belangrijk wat je doet en dat je daar plezier in hebt.
En samen gewoon. Maar het hoort er wel bij. Nou, kan ja, tuurlijk hoort het erbij. Je moet wel als rapper bij Phoenix en zo zijn wezen schaatsen, toch? Ik vind. Nee, niet? Ah, je moet er geen misbruik van maken, maar gebruik. Kijk, mag ik eerlijk zijn? Maar het is gewoon dof voor jouw reis. Mensen denken altijd dat ik haat op Phoenix, maar ik haat niet op Phoenix. Ik haat zeker niet op de mensen die werken bij Phoenix, want ik heb love voor alle mensen. Mijn ding zeg maar, is zeg maar, dat het gaat diep. Ja? Phoenix is neergezet voor ons, zodat de regering, als wij als donkere mensen, als rappers, als ghetto mensen, als allochtonen, whatever hoe je het wil noemen, zeg maar. Zeggen van, hey, wij worden niet gedraaid op 538. Dan zeggen ze, ja, maar jullie hebben toch Phoenix? Toch? Ja, precies. Ja, maar Phoenix betaalt niet, bro. Dat is ook langs de radio. Ik denk dat Phoenix evenveel betaalt als 538. Phoenix mag geen... Maar 538 betaalt ook geen profit. We zijn non-profit. Ik krijg geen boema van hun. Ik krijg 2 cent of zo van Phoenix, man. One man, man. niet omdat hun niet willen, maar dat is zo ingericht, zeg maar, door de staat, bro. Het gaat ver. Het gaat super ver, zeg maar. En dus ik haat niet op Phoenix, de mensen die werken bij Phoenix. Ik haat op die systeem wat ze gecreëerd hebben om ons niet op fucking 538 te zetten. Met een kleine hoek. Snap je? Want als wat jij net zegt van, hij wordt met de helikopter gehaald door 538. Ik ga daar 8 uur in mijn ochie. Ga je strijden bij Phoenix en je krijgt je fucking award niet. Ja man, puur, echt. Wat die deed me echt pijn, ik ga niet voor je liegen. Wat ik zo laag vind is, zal hij ook hebben, ik weet niet precies. Dat ze iemand als hem veel meer streamt als bijvoorbeeld René Vrouwen en Marco de Zeker Vaart. Ook man, zeker. Wat de fuck is dat nou, zeker man. Je had een paar jaar geleden, was geloof ik, Broederliefde was helemaal bij de Morning Show of Breakfast Club. Ja man. Dat die gingen van, hoe streamen jullie zoveel, weet ja, man. Je? Nou, hun komen dan misschien soms erop, maar het is gewoon schandalig, maar om je lief te ergen, maar echt wel. Ja, maar dat is weer Spotify, dan praat je weer over Spotify. Maar dat is weer bedrijfwijs, want hun denken dan zeg maar van, oké, de kids hebben we nu bereikt. Ellens gaat gek, broer, ja, gaat gek, iedereen gaat gek. Okay, hoe gaan we nu de oudere mensen bereiken? Nou, festivals bijvoorbeeld, je hebt, omdat je dan Dance Valley hebt, die house dingen, heb je dan, omdat ze toch al die bühne hebben staan, heb je geloof ik Hollands Valley de dag daarna. Dan komen al die Hollandse artiesten. Maar hoeveel festivals heb je niet dat jongens als hem optreden als een malle. Het blijft gaan. Iemand als hem of noem ze maar op. Je broer had je op festivals vormen. Elke keer weer. Maar je krijgt op een of andere manier die props gewoon niet. Man. Ja. Je komt niet bij tv. Je wordt niet uitgenodigd om een tafel op tv te komen praten. Ja. Van wat voor jou wat er allemaal gebeurt. Je ziet steeds dezelfde gezichten. Weet je. Daarom vind ik dit het leuk. Dit is... Ja, podcasten, weet je. Geen script, gewoon lullen. Echt. En het mooie ervan vind ik dat die kids gaan gewoon allemaal op het internet, weet je. Iedereen is die fucking tv gewoon zat. Ja. Gewoon flauw van. Dus je kan zelf kiezen wat je kijkt. Ja, het doelgericht. En ja. Het jammer ervan is, iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Maar ik vind het bijna niemand wat te vertellen, weet je. Je hebt er maar een paar. Dit is gewoon top. Dit is heel apart. Met meerdere ook altijd. En over voor alles en nog wat. Het kan over muziek gaan. Crime, Frans en nog wat. Maar je hebt echt podcasten dat ze zitten te aanhoren van hoe je moet breien of zo. Ja. Dat is een stomme ding. Dat ik dan, ben je gek of zo? Dat is gewoon de privé story, maar dan in een podcast. Ik heb hem één keer gek gemaakt via DM. Ja. Ik heb hem niet meer checken, man. Hij doet die shit met seks of zo, volgens mij, toch? Ik had hem ook gebar. Ja, je bent daar ook? Nee, die prikka was laag, man. Ja? Kom hey man, G, ik hoor je heet Danny. Be niet zo. Niet zo. Hij wil stil. Hij is dom, hè. De baard die komt voor zo groot, pa. Die pet gaat af, man. Ik ben er klaar mee. Jullie kunnen mijn afro ook zien nu, man. Jullie weten toch alles over, man. Hey, fuck. Wil je ook weten hoe het komt? Omdat je te laat kwam en mijn dochter zegt, waar blijft Danny nou? Oh. Is je eigen schuld, grap. Ja, man. Hey, maar mijn naam is al bekend, man. Veel mensen weten al dat Danny, ik... Danny, bro? Ja, man. Mijn brother heet Andy, dus... Danny Andy. Oh, ik heb ook een mattie van mij, maar hij noemt ze Danny. Maar zo boor ik die mensen altijd toch, want ze kijken op die papieren zo, ze denken, oh, Danny komt. Klaar. En dan zien ze Danny. Snap je, dan zien ze Danny opeens. Goeiedag. Je komt weer een kaart op ons, snap je? Boas, wat is jouw echte naam, man? Boas, man. Is jouw echte naam? Boas Sundakok. Dope. Zo hebben mijn ouders me genoemd. Ik weet niet waarom. Hard. Dus je bent gewoon... Vind je hard, ja? Ja, tuurlijk. Je hebt gewoon je echte naam. Dat is hard, man. Hey, sowieso, man. Dat is toch hard, of niet, bro?
Dat is ook Hij doet iets, man. Hm? Ja. Hij doet iets. Ik dacht eerst altijd van die alias, was ik ook wel mee bezig. Ik had The Head, ik had... ja, dat zag ik voorbij komen. Maar het loopt ook gewoon zo dat je andere mensen je gewoon bij je naam gaan noemen. Dus ja, bijnaam krijg je vanzelf. Ik ga niet forceren of zo om iets anders te heten. Of heb je je rapnaam zelf gemaakt? Wat? The Head? Ja. Ja. Die oor heet je nu zo? The Head, nee, Boas. Ik heet gewoon Boas. Ja, toch? Maar hoe kom je aan Boas? Dat is echt een naam. Komt uit de Bijbel. Kijk eens aan. Komt Boas uit de Bijbel? Ja, komt uit de Bijbel. Het is een verhaal van Boas en Rut. En hij gaat op een gegeven moment weg met haar dochter. En dan komt hij terug met haar dochter en dan gaat zij dood. En dan gaat hij door met zijn dochter. En dat is het verhaal van Boas en Naomi. Ik begrijp er niks van. Ik ook niet, man. Maar zaken zijn even kort even naam. Samen te vatten. Je hebt een gekke naam. Ja. Kijk, was Antis kennen alleen van 23. Enes. Enes. Ja. Janes. Klopt. Janes. Enes. Enes. Ben je al verliefd? Ben je al hoe gaat het met de liefde? Heb je die pokoe niet gehoord? Nee, maar ja. Ik heb een echte liefde. Echte liefde. Ik heb een vrouwtje. Heb je een vrouwtje? Ja. Gek, 22 jaar vrouwtje. Kunnen samen wonen alles? Nog niet. Maar? Ik ben nog niet getrouwd. Er komt nog. Komt nog wat. Je gaat trouwen gelijk. Ja, inshallah. Beter, man. Beter stel je niet die andere vraag aan mij. Nee. Nee. Ja, serieus, ja. Hij is serieus. Hoor mij. Nee. Laat je maar leven. Ik heb deze... Grap, over vijf jaar rookt hij. Ik heb de standaard vraag hier. Nee, maak je niet druk, bro. Ik zie gelijk aan jouw gezicht, maar je bent niet van die dingen. Maak je niet druk. Nog niet. Maar bro, Vakka, je bent... Hoe zo vroeg? Wat bedoel je? Waarom heb je zo vroeg een relatie? Of vind je het niet vroeg? Alles is mektab. Alles komt met de tijd. Ik wil alles met de normale stappen doen. Dus inshallah, ik wil hand gaan vragen. En in ieder geval, dat... Veel privé, maar ja. Zo mooi, ik vind het gewoon mooi dat je zeg maar zo jong bent en dan ook, wanneer zagen we elkaar? Gisteren volgens mij? Ja. Het komt heel volwassen over, man. Dat is die militaire opvoeding dat ik zei daarnet, bro. Ja, maar dat is goed, bro. Ja. Als je om je heen kijkt, denk je toch, ben je toch blij? 100%, ja. Ik heb hele strenge ouders. Ik heb mijn hele jeugd zitten klagen bij mijn ouders dat ik niks mocht, maar als ik nu terugkijk ben ik... Wat zijn de dingen die je niet mocht? Ik zat op een strenge school. School was klaar om 4. Dan had ik 2 uur verplichte studie. Zat ik daar in de studiezaal, deed ik 2 uur niks. En dan moest ik 6:30 thuis zijn. En als ik niet thuis was, dan was er ruïne. Dan moest ik thuis studeren, terwijl ik net 2 uur studie had gehad. Dus heel veel. Dan kom je beter naar de internaat. Ja. Ja. Nee. Ik had het nog beter, volgens mij. Nee, maar zeg maar, die discipline is goed, man, bro. Klopt. Vooral in deze wereld van nu, bro, zeg maar, van... Je kan door een half uur, zeg maar, als je tegen je kind zou zeggen, zeg maar, van... Stel je voor, een ouder zou, zeg maar, zo streng zijn als jouw ouders... En dan tegen zijn kind zeggen van, neem een half uurtje voor jezelf. Die half uurtje kan een kind opfokken, hè, bro. Die half uurtje al. Dus stel je voor, zeg maar, als je gewoon... Ik heb dat laatst, gisteren heb ik mijn dochter zeg maar echt eventjes een... Die 10 uur is 10 uur bij mij, maar vroeger. Ze komen het direct halen. Ja man, die licht aan. Of kijk, ik woon in het centrum. Wanneer die licht aangaat, je ziet me sprinten. Wat licht? Voor die licht. Die lantaarnpaal. Pa, je hebt nog licht. Jouw ma was nog lief. Voor die half licht. 10. Als die licht aangaan is probleem. Ja, dan ben je al laat. Is probleem. Ja. Kijk deze, weet je wat mijn vader vroeger deed? Deze ken je sowieso. Weet je wat mijn vader vroeger deed? Mijn vader ging zeg maar, toen ik echt jong was, zeg maar, ging hij zeg maar, ga even naar de winkel voor mij. Liep hij me mee naar buiten, naar de voordeur, die zo. Ik denk zo, waarom spuugt deze nek op de grond? Hij zegt, voor deze spuug opgedroogd is, ben je terug. Ken je die takjes niet? Het is vreed. Jan was echt taai, man. Nee? Jan was echt taai, man. Ja. Ik vind hem vreed. Ja, man, voor deze spuug opgedroogd is, bro. Je komt terug, je kijkt dus in de spuug. In de zomer heb je probleem. Hey, sorry. Bro, je zoekt die spuug, bro, man. Nou, gelukkig ben je hier komen wonen. Ja, man. God damn, man. Ja, maar gek. Festivalseizoen, bro. Wat is de show waar je het meest naar uitkijkt? Sunrise. Waar is dat, België? Ja, dat is in België. Dat was vorig jaar mijn allereerste festival ooit.
Bizzy was daar geboekt en ik had toen net de tune uit met Bizzy, Jereel en Gino. En, Shout out naar Gino, hij wil ook komen, hè? Gino is soldaat. Ja, shout out naar hem, ja. Sowieso, shout out naar hem. En ja man, het was mijn eerste keer festival en ik was echt zenuwachtig, maar vanaf dat die tune aangaat zong iedereen hem mee, dus ik kan niet wachten om daar weer te staan. Het is een mooi moment. Ben jij nu de guy van België? Er zijn meerdere. Wie? Jawel, je hebt Genio 9, Jereel, je hebt Christian D, Bryza, Brian MG, is Christian D van België? Yo. Ja, dat hoort hij waarschijnlijk niet graag, maar... Is hij van België? Hij woont daar. Stel je, dat wist ik niet, man. Ja. Je ziet die likkie is anders, toch? Ja, ja ik, die ben ik niet helemaal in die scene, man. Ik wist niet dat hij van België was. Volgens mij heeft hij hetzelfde als mij. Geboren in Nederland en verhuisd naar België, ja. Ja. Ga je terug verhuizen? Ik ben op zoek. Maar ja, ik vind niks, dus ik kijk even in de camera als jullie iets hebben voor mij. Echt waar. Waar wil je? Maakt mij niet uit, tussen Amsterdam en Rotterdam, overal, maakt mij echt niet uit. Klaar. Pull up man bro, zeg je eerlijk. Regel je die man man. Ja, regel je die man, makelaar of zo. Makelaars ja nee, kijken, makelaars zeggen je, hoe heet dat? Je bedrijf moet 2 jaar oud zijn in voordat Nederland. Ja. Dat maar ik ben op zoek naar iemand die een eigen huis heeft en die hem wil verhuren aan mij. Ja, gewoon een papiertje maken. Er zijn genoeg rappers ook. Ik zijn genoeg rappers die maken op sturen, je toch? Ik wou dat ik nu in plaats van 10.000 maak je 20.000 van je, snap je? Dan valt het niet op. Ja, toch? Waar zou hij moeten wonen, denk je? Mag je? Waar zou hij moeten wonen? Ik ben in NL. Als je in NL wil wonen, ja, Damsko toch bier, 020 man. Nee, Damsko niet man. Ja, man. Nee man, Lelystad. Met je roffa dingen. Ik vind Amsterdam echt met niks. Met je roffa dingen bier. Ik hou niet van Amsterdam. Damsko ga je veel betalen aan parkeren bro. Ik heb net 50 euro. Waar wil je hem laten wonen dan? Lelystad. Waar is het? Ja, nee, maar kijk. Hij is eigenlijk Leeuwarden. Nee. Hij is van België toch? Dus hij wil dat die man wat meemaakt. Tuurlijk. Dus roffa, Aga of Damsko. Je hebt 3 keuzes, anders moet je niet komen. Kijk, Rotterdam is het beste, waarom? Die link met België is makkelijk, dus die link met Dansen, link met alles is best wel makkelijk. Ja, maar Rotterdam vind je ook niks. Dus kom naar Den Haag dan. Kom naar Den Haag. Met alle liefde, broeder, als jij iets van mij kan vinden. Jij komt uit Den Haag, hè? Ja, man. Den Haag, Schilswijk. Lata. Maar je woont daar, hoe lang woon je daar nu? Ik woon daar nu 15 jaar, denk ik. Zowel, ik mag wel zeggen dat je een echte Haagenees. Ben je daar ooit naar de Wallen geweest? Wat? Nee, je hebt geen Wallen daar. Chawa-straat. Die Tori daar. Chawa-straat en Bankoestraat. Ik ga het komen? Ik weet waar het is. Vroeger ging ik wel eens. Ik zeg eerlijk, vroeger ging ik daar wel eens voor langs, man. Ik reed daar laatst, niet laatst, jaren geleden. Ja? Moet even ondertitelen. Dit is het echte verhaal. Dit is het echte verhaal. Ja. Maar ik reed daar misschien een jaartje terug, maar ze stonden te aan toe voor Goens. Dus ik wou gewoon even checken. Was het wel gek uit, toch? Of niet? Zijn er geen lekkere wijven? Ik ben al lang niet meer van de chawas, van de prostituee, zeg maar gewoon in Nederland. Maar, ik weet wat het is. En niet in Nederland, niet in Nederland. Ik ben een eerlijke nigger, bro. I'm telling you, bro. Ik ga je gewoon eerlijk vertellen hoe het voor je is, zeg maar. Zo'n trouwe buitenland touchdown is... Is direct. Ja, heb je mannen die googelen. Fucka. Maar, waar ik heen wil gaan is van, ik was één keertje naar die Chawa-straat. Dat is echt way back bro, dat is echt in het begin van skeer, zeg maar. Nog, je bent soort van bekend of zo, maar je hebt nog niet pap, zeg maar, je weet toch. Als ik een keertje ga, in check je werd helemaal gek. Schreeuwen. Je moet nu, ik ziek. En dan was ik gegaan, was niks gebeurd, omdat ze hadden zelf helemaal, zeg maar, soort van... Ze gehypen, ja. Ja, shotjes genomen en blij, pokus draaien en shit. Jullie hebben zeker gesmoked ook nog even. Ook gesmoked, dacht ik al. Snap je? Dan dacht ik, oké. Vinger erin. Hey, komt bekend nee, voor. Nee, ik heb nee, me helemaal niet voor. Aangeraakt. Ze was opeens gewoon een soort van knock the fuck out. Dan gaan we los gaan. Zou je ook doen? Dus dat was wel grappig, maar... Chawa-straat, man. Ga jij, doe je dat wel eens? Nog nooit gedaan, man. Nog nooit? Nee. Ik zeg je. Je hebt een vriendin, Je hebt een vriendin, hè? Ja, ik heb nu verloofd. Verloofd en ook zo. Ah, verloofd. Vandaar. Ja, man. Bonditori. Ik denk het wel. Heb je een Nederlands vriendin? Nederlands vriendin, zo Nederlands als maar kan, man. Ja, ik zie dat. Maar hoe beschrijf je die man zo goed, man? Dat zie ik. Zij ziet het, hè? Ja. Want ik heb jullie laatste clip gekeken. Ik denk, als ik zoiets zou doen, dat mijn vrouw helemaal gek zou worden. Ja? Maar dat is geen probleem bij jullie. Nee, man. Nee. Wij zijn helemaal oké. Hoe nog? Nee. Ja, zij weet wat ik doe, toch? Dus zij is gewoon cool.
Wat doet zij? Zij doet kinderopvang, man. Oh, man. Zij ja, heeft tegenovergestelde. Gekke respect voor haar. Gewoon elke dag 10 uur lang gewoon met 12 kids. Gewoon dealen. Ben je een lieve man? Je lijkt me wel een lieve guy, jij, man. Ik zou zelf zeggen van wel, ja. Maar? Zij zou zeggen van niet. Zij zou zeggen van niet. Waarom? Nee. Ja, misschien omdat ik gewoon te druk ben. Te veel bezig met mijn carrière en shit. Dat is een beetje te, dat is een 5-8 antwoord, man. Kom op. Stap even uit de helikopter, man. Moet vind je kooi? Oké, vind je kooi, Roman? Moet vind je lolly? Nee, maar ik ben kankerlief. Ik ben echt heel lieve guy. Dat is uit die 5-3. Ja, man. Ja. Ik wil gewoon, ja, we zijn fucking leuk samen. Ik ben al 6 jaar met haar. Doop. Zij is gewoon mijn beste mattie, weet je. Kinderen? Sowieso. Heb je kids? Nee, ik heb geen kids. Oh, jezus, ik denk wel aan kids. Ik ben nog aan het oefenen. Ik ben heel flink aan het oefenen. Wat trainen, hè? Ja, man. Ja. Waarom heb jij nog geen kids, man, bro? Bro, ik weet niet, man. Jij lijkt me echt. Dat ga ik niet zeggen, man. Hoezo niet? Ja, we hebben hier toch gesnitcht achter ons. Ik kan het gewoon zeggen. Ja, man. Nou, niet zo. Nee, ik ben oud genoeg. Voor kids? Ja, zeker. Nee, ik heb wel... Danny. Ik ga wisselen, man. Ik heb spelers meegenomen. Nee, maar bro. Ik heb geen chinks. Ik heb 2 relaties gehad. Allebei ben ik 3 tot 4 jaar. Jij bent ook van een Nederlands vrouw. Zeker. Ik val op die blonde dames. Heb je krullen? Heb je grote tieten? DM mij. Ben je zo eentje? Ja, man. Ik ben niet die billenkeel. Bobby's. Ja, man. Klopt wel wat hij zegt. Ik heb jou een keer met een meisje naar de overkant van het loetje. Klopt, ja. Dat was mijn straatje. Maar daar kom ik niet meer. Jij bent Bobby Valentino? Misschien wel. Ik ben Michael Jackson, noemen ze maar. Nee, maar in de zin van, je bent meer van de Bobby's dan van de... Ja, zeker, man. Echt? Dus je had meer van Bobby's dan Billen? Ja. Wauw. Je moet met Arie chillen, jij. Arie ook? Ja, Arie is ook met een paar bieries klappen dan. Arie is ook van de blondjes. Als Arie blonde vrouw de show. Nee. Huh? De titelshow. Bobby aan land. Nee, serieus. Ik hou gewoon van borsten. Je toch? Ze staat gewoon mooi zo bij die lichaam. Je toch? Je kijkt naar dat pakketje. Je kijkt niet alleen. Je toch? Sommige niggas, ze kijken naar die kip, maar ze kijken pas wanneer ze is weggelopen. Mm. Snap je? Ik ben die kill. Ik kijk die voorkant. Snap je? Maar als je nou een chick... Hij is een punten. Hij is een puntenbakker. Ik kijk die voorkant. Je bent op punten. Maar als je daarvoor balen op, de rug is recht. Zo'n Rien is recht. Ik kijk meestal niet naar die rug. Ik heb al genoeg gezien. Je bent, hij is op punten. Ik heb al genoeg gezien. Ik heb al genoeg gezien. Die laat ik voor... Hè? Voor later. Ben je, dat is een verrassing. Ben je nu zeg maar aan het daten? Nee, ik ben single. Ready to mingle. Ja? Ja. Fuck met die dingen dan. Ik hoop dat de volgende keer dat ze me baart, dat ik zeg ja, man. Het komt eraan. Zullen we dat doen? Dus zeg maar dat. Ik wil wel graag kinderen. Ik heb genoeg happer voor. Heb je deze vraag gesteld? Vakken met de celebrity pussy. Wat bedoel je? Van slaan en zo? Ja. Yeah. Ik begin een celebrity pussy. Ik ben niet zeg maar gefocust op dat, man. Als dat er is, dan zeker, man. Dan ga ik zeker slagen, pussy, man. Je celebrity pussy game is weak, ik hoor het. Ik ben nooit zo op zulke modelletjes geweest, B. Als ik mensen zou slaan, is ik ga geen namen noemen. Zo, B, snap je? Maar ja... Ik ken jouw vibe. Ik ken jouw vibe. Rilla. One man. Je weet niet daar. Je weet niet in die actrice. Bro, ik had toch damn ook. Snap je? Ik had toen mijn carrière echt strong was, had ik gewoon kip. Ja. Snap je? Dus ik heb zeg maar misschien 1 jaar, nog even 1,5 jaar was ik single. En toen had ik weer een kip. En... Nu, je weet toch, weer schaatsen gewoon. Wat is het slimste, boys? Als je in een muzikant... Gewoon een duim hebben, man. Vaste vrouw, man. Vaste gewoon vrouw, een duim of... Bro, ik kan je zeggen, 1 keer, ik ging met een paar bullies naar een kip. Ik had nog niet eens een voorschot, niks gehad. Ik had nog niet eens getekend. Ik had getekend, maar ik had nog niet die pap gekregen. Ik ga met een paar boys naar een kip. Ik had 5k in mijn tas. Groentjes, 5k, stijf. En ik had deze watcha, had ik al. Ik ga naar die kip, pa. Die kip zegt, ja, mijn paps is op vakantie met mijn maat, dit en dat. Nu
Ik ben die kip aan het slaan. Ik ben bloot, hè, in die camera. Bro, pa komt binnen. Pa, ik begin te matten met die paps in die oorlog. In Naki. Oeh, ik ben zo... Ja, ik zweer het, hè, bro. In mijn Naki. Gewoon zo, mijn lul gaat heen en weer. Ik begin die man te jabben. Pa, ik begin die man te jabben. Ik begin die man te jabben daar, pap, pap. Maar was een kleine... Pa, ik zie het ook echt voor me. Pokobé, wallah. Was een kleine, brede Turk. Nu, hij... Hij komt op die bed staan. Die dochter pakt die deken. Ze zegt, nee. Ze rent naar die keuken, je weet. Nu, ik worstel met hem op die bed. Hij kwam op die bed staan. Ik worstel met hem, pa. Ik gooi hem achter die verwarming. Ik damp zo uit die kamer. Broer, ik heb... Broer, bewijs. Mijn niffeltje Ja en Quara was er. Snap je in die getta? Nee. Nooit wat ik nog fort, man. Fiesta. Zonder wieldop. Die was gewoon... Je wil zeggen dat er een video van is, dus? Nee, B. Luister die Tori, B. Er is geen video. Er is geen video. Om een lang verhaal kort te maken, je weet toch, ik damp uit die kamer, pats. Ik ben bloot. Het enige wat ik kon pakken was mijn boxer, pa. Ik pak mijn boxer, ik ren naar die voordeur, ik zie Quara en mijn neefje al daar. En volgens mij was nog iemand, volgens mij. Ik wil die deur openmaken, die mams heeft die deur op slot gezet, pa. Oef. Wij met z'n drieën trekken aan die deur, met z'n drieën aan die hendel, pa. Nu die paps kwam met mes. Maar die mes, hij was zo boos dat hij die mes had om... Of hij had het expres gedaan. Stel die bottenkant, die bottenkant. Pa, hij slaat die mattie van Makwara met die ding op zijn idee. Taf, die man. Hij zegt, nee. Pa, ik zeg die... Ik begin te bidden. Ik zeg, nee, ik lieg. Ik was in die... Ik was dus toen... Ik lieg, wacht even. Ik ren naar die dorp. Rewind, ik ren naar die dorp, toch? Ik ga in die meterkast. Mm-hmm. En ik luister vanaf die meterkast die Tori met die mes. En nee, alsjeblieft, je weet toch? Oh, je weet dus, ja, je weet nu die mams komt erbij. Ik hoor brup, brup, brup. Die deur gaat open, pa. Ik klem deze, ik klem die meterkast. Ik doe dit. Ik duw die meterkast. Ik zie die mams en die paps vallen om. En dan mattie van me valt om. Brup, brup. Ik ren over zijn in mijn box. Ik ga naar beneden. Ja, pa. Nu, autosleutels, alles was daar, bro. Nu, ik gooi een baksteen naar boven door die raam. Pats. Maar alles was daar, hoe gaan we weg? Auto, sleutel, tas, al mijn kleren staan in boxer, bro. Zegt die paps, ik met die paps daar. Ja, kan je kankermoeder, kom naar beneden dan. En staan die paps, gooit mijn tas zo naar beneden met mijn sleutels. Ik had mijn horloge af. Ik doe meestal bij een schaats, doe ik altijd mijn watch zo af. Zit in mijn bagger. Ik geef dat iemand, je weet toch? Nu, maar gooit mijn tas, die watch en die vijfkop was gone. Hadden we blauw gebeld, je weet toch? Van, ik wil mijn spullen terug. Hij stond niks gekregen, man. Ja, pa. Alles, waarom ik ga je zeggen, waarom maak jij deze dingen mee? Bro, dat is nog in het begin voor, hè. Ik was al, zeg maar, pimp voor dit, zeg maar. Snap je? Ik leefde al een leven voor dit. Ja, mannen worden rapper, zijn dan pas... Komen dan pas op... Je weet toch, wie? Ik was al pimp. Ik hoor je. Ik was al pimp. Goddamn, man, bro. Dit is wel echt. Echt, wie? Ja, man. Trapt in de klas. Sindsdien, dat zeg je. Maar gelukkig heb ik hem vroeg meegewakt. Want daarnaast, tot nu. Leven. Ik chill ik bij Kippen, B. Ga ik naar Kippen in Osso, slaap ik bij Kippen? Ja, leven. Nooit. Opzouten. Nee. Ik ga naar mijn Osso, B. Kom bij je even schaatsen. Heb je eigen Osso? Tuurlijk heb ik eigen Osso. Altijd gehad, sinds mijn 16e. Dat is belangrijk, man. Sinds mijn 16e woon ik op mezelf. Dat is echt een belangrijke les voor 10 jaar plus verder. Voor jonge mannen, man. Je moet je eigen osso hebben, man. Nooit bij een kip gaan wonen, B. Ik heb meegemaakt, kippen zet je... Die ene dag wil ze je wel, de andere dag wil ze je niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar jij bent ook een fucked up guy, denk ik, man. Je hebt echt een kankerlijn, man. B. Je moet me goed zetten, B. Zet me goed, Noru, man. Hoor dit, Noru, man. Kan ze in de taal bezien. Nee, maar... Doe maar je kakkie, Roma. Nee, maar L. Doe maar L. Nee, bro, ik ben kankerlief, geloof me. Ik ben kankerlief. En ik heb ook, bro, ik ben ook een mens, B. Ik moet ook leren, ik moet ook... Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik. Oké, okay, dan. Zeg maar jij lijkt me wel... Alleen al dat je dat nu waarom? zegt al een hele hoop. Wat dan? Dat je dat zegt. Nee, maar dat zeg ik. Ik kan gewoon eerlijk zijn. Voor de eerste relatie wou ik het heel graag. Was ik er nog niet klaar voor. Nee, maar ik zelf zei, ik moet nog leren en zo. Ja, toch, tuurlijk. Van die gasten die vinden, ik weet het allemaal wel. Nee, man. Ik ben gewoon eerlijk daarin. Ik moet ook dingen leren. Ik moet ook dingen voelen. Ik moet ook dingen meemaken. Wat zou jij beter kunnen doen in je relatie? Poeh. Zoveel. Nee,
Gaat hartstikke goed, naar mijn idee. Ja, meer huishouden, weet je. Dat is altijd het gezegd. Je moet meer schoonmaken. Kijk, ik ben wel die kill. Hè? Ik ben wel die kill. Schoonmaken, nee, ik maak zelf schoon. Kon je schoon? Ik heb schoonmaken, maar ik maak zelf schoon. Ik ook, man. Omdat ik dat heb geleerd. Ik hou van schoonmaken, man. En als ik bij een kip dep ook, kijk, je hebt van die kills, toch? Ze worden wakker, ze maken niet die bed schoon van die kip. Ik ben wel die kill, snap je? Ja. Ik maak hem netjes van, ik heb daar gepit, ja. Ik zet hem netjes terug, snap je? Ja. Komt door het internaat. Misschien ook wel, ja. Dat ja, kan, of als dat je fruitje kunnen. Hebt. Dat is ik heb het ook geleerd. Wat? Maar dat gaat gewoon vanzelf. Ik heb er niet eens door. Snap je? Ik sta gewoon op. Heb je thuis inderdaad gezeten? Tik-tak en ik ben weg. Ja, maar gewoon bij mij thuis. Gewoon, ja, een vrouwtje. Vrouwtje, van, ja. Dus je moet ook je bed opfixen en bed opmaken en zo. Ja, ze hebben wel die shit geleerd. Dat vind ik wel... Daar heb ik wel respect voor gehad. Je kookt ook en zo thuis? Ik kook ook, ja man. Ik vind koken leuk, man. Koken is een van de leukste dingen. Koken vind ik ook wel leuk, man. Kun je de kushina aan, toch? Jawel, maar soms. Kun je de kushina? Jij zei, je bestelt alleen nog maar gorillas. Ja, maar dat is boodschappen. Ja, tuurlijk. Maar je hebt een beperkte aantal... Nee, gorillas, je moet toch flink zijn, toch, Binager? Ja, maar... Wil je niet gewoon in de supermarkt zijn? Ik vermijd de supermarkt top. Ja? Super, super bekeken. Ik ben in de supermarkt, maar 8:30. Kijk die chick, ik ga afrekenen, die chick doet die Banco Express 10 keer door die tori. Ik wil je al killen. Ze doet die Banco Express 10 keer door die tori. Ja, ze kijkt uit nerveus gewoon. Ja, ik ken die. Maar ja, waarom betaal je cash, bro? Wat? Waarom betaal je cash? Yes. Dat is echt 2020, bro. Bro, ik nip ook, maar die nip is stek en starf, toch? Ik ga niet zomaar nippen. Als ik nip, moet het de aankoop zijn. Je bent niet op deze? Jawel, ook sowieso. Kijk, twee keer gewoon. Nee, geef ze een andere telly. Ik ben sowieso op die. Kibbeting, wat heb je ora? Nee, ora is aan, jij kan niet kijken. Hij wacht de cijfers. Nee, kom je! Wat gaat die worden zeggen? Nou, is om even te labben morgen vroeg. Ja, een hele goede middag. Zo'n grap is, man. Die shit op televisie. Gaat nu wel echt fire op televisie, man. Bro, dat zeg ik. Kijk, dat zeg ik. Komen mannen op televisie met een gezicht, bro. Bro, T-Mans verpesten die toren. Niet voor mij of zo, maar gewoon voor de mensen die... Echt gewoon... Kijk, sommige mensen werken, sommige mensen zijn crimineel. Die T-Mans verpesten het gewoon voor de mensen die hun echt hun... Je weet toch? Hun brood eruit halen. Gewoon mensen die daar echt van leven, je weet toch? Want bro, zeg maar, nu even... Voor zo'n gewoon een soort van kleine... itempje gemaakt van elke week komt er nog ei. Ja, maar kijk, die tories wat ze nu doen, is niet zoals het vroeger was. Toen ik nog, weet je wel? Toen ik 18 was, zeg maar. Ja. En ik deed tories, was via tankcode en een hele hoop andere dingen. Ja. En nu, weet ik veel, je belt iemand en je haalt zijn pas al op. Dat soort rare dingen, bro. Je trekt even €500 en je komt op opsporing verzocht, snap je? Voor vijf barkies. Snap je? In onze tijd is het anders als je dat gaat doen, snap je? Als je gaat trekken, stel je hebt, zo begon het bij mij. Maar soms lijkt het iemand vraagt mij, een kill die ik ken vraagt me, gewoon een keer wil je een keertje iets voor me opnemen, weet je wel? Ja. Dat was een groot bedrag en toen kreeg ik al een goede procent erover, begrijp je? Ja. Maar nu ga je gewoon 5 barkie pinnen en je krijgt €20. Ja. En je wordt gewoon morgen van je bed afgehaald, bro. Twee donies, bro. En je bent helemaal naar Chokkamata gegaan, hè? Ver gereden. Ver Zeeland ben je gegaan, hè? 3 uur. Die mannen hebben geen jonko laten roken in die waggie, niks. Ik deed het vroeger al. Die mannen draaien 10 jonkos, je krijgt niks, B. Niks. Snap je? Ja, man. Ga naar school, kinderen. Luister naar FI. Ga naar scoren, of niet? Ga naar school, kinderen, man. Zie die bagger die je mee hebt. Die heb ik designed, hè? Wist je dat? Deze bakker? Ja man, samen met de mattie, of ja, oude mattie van me. Ja, jawel. Heb jij dat gedaan? Heb ik deze van jou gekocht? Nee, niet van mij, maar... Nee? Die heb jij gedesigned? Ja man. Leg uit man, bro. Praat erover man. Praat even een paar positieve dingen. Toen die tijd van corona, positieve dingen, coronatijd, toen alles tapu was. Toen had zo'n chappie me beraandert van die merk, Lord Culture. Ja. En had een paar dingen liggen, maar die waren niet zo. Mm-hmm. Dus hij had gewoon spullen liggen en ik heb gewoon mijn, zeg maar mijn... Tussendoor nog. Oh, jouw cadeautje voor mij. Ja, voordat ik vergeet. Nou, shout-out naar jou, man. Eerst, wat is dit Batra-model? Neem een voorbeeld aan dit. Domme Batra. Bro, je bent vanaf... Neem een cadeautje. Moet een Lubida kiezen, maar Beatrice heb je hebt wat je gebracht? Kijk, dit bedoel ik, hè. Wat had je gebracht? Dan kom je Lubida.
Hey, heb je ook, ik had Jonko voor jou gebracht. Heb je, ook, hey, heb je ook ondertiteling bij deze podcast? Ja. Hij gooit een paar. Hey, we gaan deze hier zetten. Nee, in ieder geval. Hij had mij benaderd met wat spullen en ik had zeg maar mijn twist eraan gegeven. Gewoon mijn, hoe zeg je dat? Smaak. Mijn smaak, ja. Mijn, je weet toch? Mijn kennis heb ik eraan gedaan en toen hebben we gewoon die tas gemaakt, man. Nog meer andere spullen ook zelf, man. Dat is een real shit, bro. Jij bent iemand die een eigen merk moet hebben, man. Ja, man. Ik ben sowieso bezig met dat. Ik ben lang... Ik ga niet eens veel praten, man, B. Ik heb mensen weten, je weet toch? Je bent bezig met shit? Ja, man. Zeker, man. Ik ben wel, man. Mensen weten, man. Bro, voor mij is dat nog allemaal ook spannend en ik ben gewoon zeg maar, ik ben altijd al bezig met fashion en zo. Ja, maar manifesteer je shit toch? Hey, ik ben altijd al bezig geweest met fashion, maar ik wil het gewoon goed oppakken, snap je? En het kost ook wat, het is niet zomaar even... Ik kan het wel doen, maar ik weet wat ik wil brengen, snap je wat ik bedoel? Je betreft een kassong, bro. Het is net als pokoe, bro. Je maakt deze week een pokoe, je vindt het hard. Volgende week heb je geen zin meer, snap je? Ja, je maakt hem gek. Oh, sorry, man. Volgende week heb je geen zin meer in die pokoe. Hey, maar dat is ook met kleding. Deze week ben ik met iets bezig wat ik dope vind. Ik zit nu met Nathan gewoon, man. SO naar Nathan, man. Ja, je moet en Wesley ook, SO naar Wesley. Ik weet niet of Nathan dat doet, maar je moet iemand hebben die constant met jou is, bro. Ik weet. Jongens, jullie gaan dit... Je bent een rare guy in je hoofd, okay. Bro. Je hebt iemand nodig die heel de tijd jouw mindset van jou gaat sturen. Bro. Wesley, Nathan en Willem. Jullie horen het. Ja, no, bro. Nathan jullie horen ook, man. Jullie horen het. Maar ik schaats gewoon met... Je moet al lang miljonair zijn, bro. Ik ben misschien 2 keer al miljonair geweest. Ja, tuurlijk. Ik ook. Je weet toch. Libby is... 3 keer skin, 4 keer rijk. Ik zeg altijd... ik ben 3 keer skin, 4 keer rijk. Ja, no, Roma. Like, ja, nikke shit. Mannen begrijpen niks. Mannen begrijpen niks. Onze Libby is anders, bro. Maar ik zeg je eerlijk, jij bent iemand, jij moet al lang miljonair zijn, bro. Ik ben nog jong, kom nog. Je moet stoppen met deze dingen. Je moet ook stoppen met die dingen, man. Ik zeg je eerlijk, man. Wat? Die kettingen en die dingen, man. Hé, hey, Roma. Ik zeg je eerlijk. Je bent mijn nigger, man. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen. Je hebt dat niet nodig. Nee, ja. Ik hoor je, man. Maar dit is gewoon... Weet je waarom ik het zeg? Weet je waarom ik het zeg? Waarom? Omdat jij en ik... Dat is echt raar om te zeggen van een man naar een andere man. Mm-hmm. You got style, zeg maar. Jij hebt dat niet. Thanks, man. Je hoeft niet die... Zeg maar, begrijp wat ik bedoel? Zeg maar, sommige mensen hebben die chain nodig om te zeggen, ik hoor je, B. Okay, maar je ziet me ook niet altijd met chain. Begrijp wat ik bedoel? Maar bro, ik ben ook niet altijd met chain. Ik ben die kill op gelegenheden. Welke was deze? Ga ik niet zeggen. Swipe. Hoeveel denk je? Ik heb een goudje, kom zo. Hoeveel denk je? Goudje gaat zo die ding testen. Hoeveel denk je? Hoeveel denk je? Goudje heeft genoeg getest. De prijzen die ik hoor zijn zeg maar een soort van... 75. 65, 75. Ik ga sowieso niks zeggen of het goed of niet is. 65, 75. Ik was gewoon benieuwd naar wat je denkt. Ja, ik weet niet. Ik hou... Kijk, ik weet ook niet. Ik ben niet met haar. Ik ook niet. Deze horloge die ik heb is echt omdat het een soort van moet, man. Ook. Is niet omdat ik... Is dat een investering? Ja, maar dit is een investering, bro. Dat is geen investering. Nee? Nee. Half. Het is gewoon mooi. Leg uit. Ik ben meer geld kwijt dan, ik zeg maar... Kijk, bijvoorbeeld... Ja, kijk, deze... Hij kan het nooit meer verkopen, bro. Nee. Jawel, ik kan het verkopen, maar ik krijg niet wat ik ervoor heb betaald. Juist. Ik krijg zeg maar de helft ervoor. Vind je het zo mooi dat je zoveel geld krijgt? Ja, daarom. Dat zeg je, het is voor de mooiheid en ik wou het gewoon heel... Kijk, net zoals jij zegt, je hebt bucketlist en zo. Ja, dat heb ik ook. En je laat ook gewoon zien dat je fast money hebt, toch? Dat is ook dit touch mij. Dit, het raakt mij ook soms, bro. Ik ben ook soms in de club en ik denk van, oh, dit veel licht in die kant. Oh, dit is veel suiker aan die kant. Laat je. Dom, hard. Die ding in de licht. Wat is met die sjaal dan, Hef? Hè? Wat is met die sjaal? Ja, het is fashion model. Ja, is booty man, is booty man. Ik ben gewoon, ja, is mijn stylist. Shout out naar booty man. Nou, booty man, ze gaan korting deze man. Wat is zijn merk? Nee, maar soms ben je in de club, zeg maar, dan denk je van, oh, veel licht aan die kant. Ik wil ook, eigenlijk wil ik ook wel iets zo zakken, zeg maar. Dan denk ik bij mezelf weer van... Nee, maar kijk, dit wou ik allang, snap je? Zeg maar, kijk. Dit is iets, kijk broer, dit zeg ik je, B. Met mijn 2 neefjes, die kinderen van mijn broer, ik ging in mijn kamer al op tuinstoel staan en optreden geven, snap je? Met nepper 50 cent ketting die je kan draaien. Dit is 666. Snap je? Die ding maar gelijk. Broer, ga me niet open. Wat zei hij? Hij zei Usher Chain. Was eigenlijk Usher Chain. Nee, ik had ze bij. Maar het is gewoon die sentiment die je erbij hebt dan, toch? Gewoon ja, dus snap je wat ik bedoel? Van, ja. Is niet van... Snap wat ik bedoel, toch? Ja. Ik doe gewoon dingen waar ik volg gewoon... Ik, bro, vind hard, ik volg gewoon mijn pad, man, bro. Ik zeg je eerlijk, man. Amitasiko, kom je te zien. Ondertiteling. Ja.
Okay. Ik vind het hard dat je meer Antilliaans praat ook, man. Tuurlijk. Ik begrijp, maar heel veel mensen denken... Nee, weet je waarom ik het doe? Veel mensen denken altijd, ben ik su. En veel mensen denken, ik kan niet Antilliaans praten. Okay, snap je? Dus vandaar. Ik ga die mensen hun mond even snoeren op vandaag. Want heel veel mensen zeggen hier in Nederland, je praat anti met ze. Die het lijkt alsof hij uit Bonaire komt of Aruba. Ja. Snap je? Ja, ik hoor je. Want veel mensen denken ook, ze zijn anti wanneer ze uit Bonaire of Aruba komen. Maar dat is niet zo, toch? Dat is verschillend, toch? Dat B.G. Botaro. Bro, ga die strijd niet met me aan. Want je weet toch, B. Dat is gewoon zo, B. Dat is speciaal. Je tegen een Aruba zeg je met anti-Amerse boos. Toch? Ja, precies. Ja, toch? Dus geen anti, dat is B.G. Botaro, man. Het is net als die kills uit Sint Maarten en zo. Ze denken ze zijn anti's. Die man praat Jamaicaans, Nederlands, Frans en Nederlands met je. Ketneuf. Broeder. Hoe ga je ermee om, zeg maar, dat jij... Ik kom van een tijd, bro. Safi en Spray. Ik moet dan, zeg maar, kijken naar hun. Zeg maar, hun kennen die shit. Jij ook een beetje? Nee, man. Helemaal niet? Ik denk dat ik ooit één poekoe van hun met Ismo, want ik was echt Ismo-fan. Mm-hmm. Grotere plaatje, volgens mij is dat de poekoe van hun. Maar zelf heb echt ik shit nooit gecheckt. Oké, kijk. Waar ik vandaan kom... Of nou, het is altijd zo kak om te zeggen, bro. Maar in die tijd was het echt heel moeilijk voor een Belgische artiest om zijn shit, zeg maar, paap in te krijgen in Nederland. Was er vroeger wel een Belgische artiest? Ja, Safi en Spray. Zeg maar helemaal niks. Ging hem kwijt. Welke tijd was dat? Je zat sowieso vast. Nee, ik doe maar niet. Welke tijd was dit, man? Is dit THC-tijd of zo? Nee. Daarna, dus pas? Ja, niet pas, maar wel een kleine 8 jaar misschien of zo. Maar toen jij, zeg maar, ik was jij die likkie was. Je bent nog steeds die kill, begrijp me niet verkeerd. Maar zij zat ook bij Topnotch, toch? Ja, zij zat ook bij Topnotch. Ja, man. Het was in die tijd van opgezwollen was. Ja, de pokers opgezwollen en zo. Hun gingen kwijt, man. Hun gingen ook voor goede prijzen gingen ze optreden en zo. Hun gingen echt goed, man. Maar het was voor hen heel moeilijk om... Door te breken. Ja, niet door te breken, maar zeg maar gewoon dat mensen, zeg maar, die accent en dat soort dingen, zeg maar, soort van accepteerden in Nederland. Ik denk dat sowieso nu, daar heb ik toevallig laatst een heel gesprek over gehad met Genio. Nu zijn ze daar heel veel makkelijker in. Meer open in. Genio rapte vroeger in het Engels, omdat hij wist van, ja, als ik Vlaams ga rappen, niemand gaat luisteren. En... ja, een paar jaar later heeft hij een nummer 1 hit met gewoon een Vlaams accent in Nederland. Ja. Dus het begint langzamerhand te veranderen, ja. Ja, ja. Is para hoe dat is. Para, ja, maar dat is al lang zo, man. Toch, dat België en Nederland flirten met elkaar. Maar het is met alles, bro. Het is met alles, ja. B. Het is met alles. Al ga jij opeens rock maken, het is maar even... Soms, in die tijd leek het onmogelijk bijna. Ja, oké. Nu is alles makkelijk. Zeg maar, net als hoe nu, zeg maar, was ook een tijd onmogelijk dat een Engelse... Toen zou doorbreken in Amerika, toch? Klopt, maar vroeger was toen die tijd was tjoe maken ook anders. Nu maken tjoe, mannen komen in toep en zo van, hey, dit is echt een TikTok pokoe. Wie kan met die TikTok model van je? Maken we pokoes nu om voor TikTok? Ben jij via TikTok gebloot? Jawel. Ik heb niks tegen TikTok, voordat ze me gaan blokkeren en zo. Maar is niet die model, man, van maken tunes van TikTok en zo. Ik begrijp wat jij bedoelt. Toch, maar, broer, ik maak tunes. Ik heb vaak in de studio gezeten met mensen die denken van, ai... We gaan zo'n tune maken, want dit gaat hard op TikTok. Dat zeg ik net, toch? Als het hard gaat op TikTok, wil het niet gelijk zeggen dat je ook een goede tune hebt. Ja, bro. Dus als je met die mentaliteit... Is niet die insteekpa. Ik heb genoeg poekoes die duizenden video's hebben op TikTok, maar niet eens een miljoen streams. Ja, op Spotify, toch? Met alle respect van de wereld, bro. Zou je jezelf... misschien een betere vraag. Zou ik hier zitten... Is er een verschil tussen artiest en een TikTok-artiest? Bestaat het woord? Ik zie mezelf niet als TikTok-artiest, omdat ik zelf veel langer artiest ben geweest dan TikToker. Ja, je bent niet begonnen op TikTok met muziek maken? Ik maakte een hele lange tijd muziek, maar ik liet het nooit zien aan de buitenwereld. En toen begon ik een following te krijgen op TikTok en toen dacht ik, laat me proberen. Door wat kreeg je een following? Door mijn broertjes. Mijn broertjes zijn irritant en ik maak graag TikToks met hun. Dus hun waren al, zeg maar, hun kregen al views, toch? Nee, hun kregen views doordat ik mijn perspectief filmde over hoe dat... Over hoe dat was. Ja, bijvoorbeeld. Over hoeveel views praten we dan? Mijn best gekeken video met mijn broertje is 3 punt nog iets miljoen. Oh, dit? Dat was omdat hij...
Hij ging naar school en hij liet zijn fiets naast de school. Gewoon niet op slot, gewoon zo open. En ik moest naar de bibliotheek en ik liep langs de school en toen zag ik die fiets daar. Toen heb ik die shit gezien. Toen heb ik zijn fiets genakt en toen kwam die huilend naar huis. En die ging helemaal verder. Volgens mij heb ik die shit gezien. F-board, heb ik nooit eerlijk, gezien. Maar eerlijk, hoe is het? Ik ken deze model. Dat was een real shit, bro. Ja, man. Bro, als ik lieg, bro. Hey, maar hoe zijn jullie op TikTok dan? Want ik ben niet op TikTok. Ik heb TikTok nu. Als ik iets drop, ga ik top viraal. No cap. Maar, ga top viraal. Maar ik ben al 100 keer viraal gaan op TikTok. Puur, maar zeg, ik hou van stiekem zijn. Snap je? Gewoon af en toe, snap je? Mensen die komen. Laat hem vertellen hoe je viraal gaat. Daal misiro, man. Daal misiro. Mensen recorden zijn story in plaats van op TikTok, gaat altijd via. Ja, klopt. Ja, wat dan? Hij is para op TikTok. Ik heb hem vaak gezien. Ook, bij mij moet het zeg maar organisch gaan, toch? Ja. Zeg maar, ik moet niet zeg maar iets gaan doen om iets te doen. Je snapt wat ik bedoel, toch? Het gaat gewoon vanzelf. Ja. Net als die Guten Tag van de Spaarkassen. Dat is die was zomersessie, bro. Die Tori ging in de winter pas opeens. Zomaar op TikTok, snap je? Dus ja. Maar doe jij TikTok? Over TikTok gesproken. Ik, 2 maanden geleden ben ik geloof ik 5 miljoen keer door TikTok heen gegaan. Ik had het eerst niet door, want ik doe helemaal niks. Maar mensen plaatsen dat, weet je. Ja, en ik merk opeens van vooral juppen. Hey, okie dit, okie dat. Gasten roepen me in. Hun voelen dat echt toch? Maar ik had 4 podcasten tegelijk. En daar is een stukje van genomen. Het was Para TV, Real Talk. Mm-hmm. En borrelpraat. En van borrelpraat zijn allemaal viraal gegaan. Maar dan hebben ze ook nog eens een keer dat ze uit die TikToks pakken anderen dat ook nog eens een keer op. En dan gaat het ook. Was niet normaal, man. Maar ik merk dat er straks. Gewoon okkie op TikTok, gewoon tips over. Tips hoe je moet inbreken. Stelen doe je zo. Tips hoe je een MC binnen 24 uur. Hey, los eventjes alle gekkigheid. Hoe zeg je dat? Alle gekkigheid op een stokje. Die chat, hebben jullie eens in de chat GPT shit? Dat is lijf, gevaarlijk grap. Wat was dat? Dat is een Tori, zeg maar, zo'n soort site of een soort app die je kan buyen volgens mij. AI toch? AI. Je kan die shit buyen. Is het niet offline gehaald laatst? Nee. Is dat de andere site? Nee. Dat nooit meer weg. Nee. Is bro, je kan die Tori vragen hoe je shit steelt. Ja, maar dus laatst was toch een gekke site offline gehad, toch? Die hebben ze uitgezet. Maar ken je die Operation Cookie? Genesis, ken je Genesis? Operation Cookie Monster. Nee, wat is dat? Hang. Wat is dat? Hang. Wat is dat? Ga die ding kijken, Osso ook. Wat is dat? Dat is dom van FSO. Wat? Gekke site, je kon alles buyen daar, bro. Gewoon op aanvraag. Alles kon. Ze hebben die site offline gehad, Operation Cookie Monster. Maar die chat wat hij zegt, kijk bijvoorbeeld... Maar ken je die Operation Cookie Monster? Die is gek, hoor. Check dat die, Osso. Dat is voor F. Voor F. Gek, bro, gek. Wat jij zegt, kan je inderdaad alles vragen. Maar ik kan ook bijvoorbeeld 10 woorden inbrengen. En dan zeg, maak hier een boek van met 10.000 woorden. Ik kom gewoon... Hey, je kan een hele film kan je... Iemand had het bij mij gedaan. Je zegt, schrijf werkstuk van mij over... Wat zegt een boek of scam, man? Wat zegt een boek of scam, man? Een? Boek of scam. Boek of scam is dope. Nee, maar hij echt maar gaat werken? Uiteindelijk denk je wel, het heeft niet echt gewoon dat menselijkheid. Weet je? Die mis je toch altijd ergens. Als het een werkstuk of iets gegenereerd. Nee, je shit maakt pokoes. Je mist altijd een soort van... Heb je die AI van Drake gezien? Oh. Ja, heb je die gezien? What? Met The Weeknd. Wat? Horror. Dat was zo, maar hun maken dan zelf een pokoe. Ik kan zeg maar, ik kan nu... Auditory van laatst. Juist. Ik kan nu een pokoe maken en jouw stem downloaden en daarop zetten. En dan zo uitbrengen. Wat vind je laatst van die Snapchat? Denk je wat geks laten je kon het schoot. Die ene Snapchat die viral ging, dat je wordt opgebeld en zo. Die kill, hè? Voor die kinderen. Hoor eens. Wat is dit? Ik ben op een drone. En je gaat offline gehaald worden, man. Wat is dit? ABF, Sam's Kiss of Oku. Met mijn stem. Of geschikt, toch? Maar jij hebt het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Tering, hij. Dit is mijn stem die die man zijn pokoe doet. Waar hebben ze dit gezet? Hey, ik ga ook pokoe maken van Dave gekregen. Wat heb ik van mij gekregen? Denk je hoe dat met strafzaken wordt straks? Ja, met bewijs en zo. Dat is al bezig. Bro, dit is gewoon een gekke hacker. Kan je iemand erin leggen? Iemand kan bellen met mijn stem. Maar ook met die, hoe heet het, deepfake. Dat je gewoon loopt, dat je iemand voor jou zit lopen en praten. Mensen gaan een woord laten plegen of zo. Mensen gaan echt gestoord worden gewoon. Maar ze doen echt... Niet jouw stem is. Ze doen echt rare shit. Oké, dit is opgebouwd uit
digitale... Weet je wat er nu ook gebeurt? Ik zeg dit op TikTok. Er is gewoon iemand... iemand heeft de moeder van een meisje gebeld. Huilend, zeg maar, met de stem van haar dochter. En zei van, huilend van, ik ben gekidnapt. En ze willen zoveel doezoe op die plek. Anders ga ik dood. En je hoort dat meisje gewoon huilen. En zij herkent de stem van haar dochter. En dan ging ze uit stress naar de kamer van haar dochter. En haar dochter zat daar gewoon. Wauw, dus nieuwe lab-methode. Gewoon met die AI shit stemmen. Of iemand kan nu dit clipje pakken en mijn stem over. Wauw, je gaat man. Nieuwe lab-methode, man. En een soort idee gebracht. Hey, ik hou mijn nap erbuiten. Ik doe niks. Ik heb een bedrijf. Ik heb 4 kinderen. 5 vrouwen. Enge shit, hoor. Het is eng, man, bro. Ja, man. Shit is koud. No, ik heb het gezien. Het is gek. Het is gek. Waar gaat de wereld heen, man? En je vraagt je af waarom het er is, man. Wat zijn daar voordelen van? Ook met dat je nou dit hoort. Dat, bro, maar wat denk je dat ze in 2030 gaan doen dan, B? Wat dan? Wat denk je dat ze in 2030... Wat voor criminaliteit denk je dat ze in 2030 hebben? Over 7 jaar. Bijna niks. Niet, toch? Bijna niks. Niet, toch? Echt. Bijna niks. En als je wel wat doet, word je heel snel gepakt. Gelijk gewoon. Is nu al. Als je nu je kop haalt om een liquidatie te plegen, ik ben die kill, toch? Wat Minority Report. Ik hoop van, je weet toch? Berekeningen. Maar nu gewoon, ik durf niet, man. Je wil gewoon ook niet, B. Want die straf is ook eng, B. Die straf is eng. Je krijgt snel niet 4 jaar, B. Snel. Met 4 jaar mag je niet eens klagen mee, man. Alles dat is dubbel zaak. En 4 jaar gaat nog snel, hè. Dat is nog echt. Bedoel je het zeggen, wordt ook minder zeg maar, sociaal in de bak. Zomaar wordt het meer afgezonderd en meer... Wat bedoel je? Ik bedoel dat je... Binnen. Ik bedoel binnen, toch? Ja, gewoon binnen. Basis is echt geen grap meer. Wat voor personen je tegenkomt. Nee, maar ik bedoel, wordt meer afgeschermd. Ben je meer een soort van... Nee, man. Het is nog steeds... Binnen blijft hetzelfde altijd, man. Blijft nog steeds die hiërarchie. Die wanneer jij gaat roken, uurtje en zo. Wanneer jij mag douchen en zo. Wanneer jij mag eten. Blijft altijd hetzelfde, man. Nou, als ik het moet... Het is nu nog korter geworden dan eerst, toch? Als je moet vergelijken met vroeger. Vroeger was je de hele tijd buiten. Bungalow, park, naar regelen. Nu als je in HVB zit je constant binnen. Pas als je gestraft bent, toch? Is jouw deur open. Mag je een man hebben flatscreen en zo. Weet je hoe wij kijken zo de hele tijd? Dan heb je die, zeg maar, die groep van gevangenis en dan zitten wij HVB. Dan zitten we naar hun te kijken hoe hun PlayStation spelen en zo. Ja, mag je niet hebben. Dan sta ik zo hier met check achter mijn oor, bie. Broer, ban mij, bie. Ban mij. Is echt een geheim in, hoor. Ban mij. Ik kan niet met deze, man. Ik kan niet, maar ik hoor je, maar ook. Ik geloof het, man. Ik kan me sowieso Jilla niet voorstellen, bro. Ik denk dat het echt iets is dat je, dat als je daar bent, dat je gewoon je mind echt om moet zetten. Het ligt eraan met wie je bent. Kijk, vroeger, ik zal niet zeggen dat het super gezellig was, maar het was wel veel beter te doen als nu. Het had ook mee te maken dat vroeger veel meer jongens geld hadden. Je hebt nu echt, je hebt gewoon armoede in die baas nu. Je wordt afgezet. Ben je wel eens ontsnapt? Dat wel gekund, maar... Bro, wat weet je van elke ochtend... Gewoon voordat jij, gewoon iemand komt jou wakker maken voor suiker of zo, bie. Of een vloedje, zoiets kankerdoms gewoon. Zeg wat ik bedoel? Ja. Broer, ik ga je doodmappen, bie. Heb je suiker? Heb je suiker, gewoon je klep, hij slaat die klepje, bing, 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 heb je suiker, bie. Dan komt hij mij bellen, bewaker, bie, zei, man, dan moet je te loco. Snap wat ik bedoel? Ja. Ik heb er geen trek in. Die hoef je niet te ondertitelen, ik begrijp. Ik heb er geen trek in, bro. Hij komt je vragen, heb je nog die hagelslag? Want hij weet, je eet niet die hagelslag. Snap wat ik bedoel? Zulke domme shit, gewoon om je wakker te maken even. Ik ga je een voorbeeld geven wat ik heb, kijk. En in mijn zaal was altijd... Lid. Puur, hè, tuurlijk. Alles. Gewoon normaal, toch? Wat wil je zeggen ook? Kijk, in de baas heb je de meeste mensen die roken gewoon sigaretten, weet je. Maar ze roken ook veel softdruk, maar vooral sigaretten. Nou, je weet zelf, als je bij je laatste pakje sigaretten bent, dan moet niet bij iemand naar je toe komen van, heb je nog 2 sigaretten? Nee, man. Toch? Nee, maar ik rook zeker niet. Maar ik, zoals je ziet, ik snoep veel. Ja. Ik neem een zak snoep, maar ik bestelde echt een halve bak met snoep. En dat bestelde bijvoorbeeld op maandag. En anderen deden het ook. Maar iedereen zijn snoep was al op donderdag. En dan was het vrijdag en dan was het weekend. Er stond er gewoon een rij bij mij. En dan moest ik gewoon snoep uitdelen, chips en dat. Want als ik dat dan niet gaf, dan vonden ze me gierig of wat dan ook. Ja, maar ook dat was je flikker. Ik wil mijn snoep hebben de hele week. Val me niet lastig. Ja. Want je gaat hem maar 1 keer bestellen. Ze blijven komen. Ze blijven komen. Je wordt helemaal laap daarvan, jongen. Echt. Ja. En dat is nu heel erg. En veel jongens met heel veel straffen, echt niet normaal, maar gewoon, godzie man. Jij hebt vast gezeten? Met 20 jaar. Nee, maar ook voor arrest, voor... Beetje kat op kat gewoon uitgehaald vroeger, toch?
Jij hebt sowieso mensen in elkaar geslagen, man. Jij lijkt me die kill. Hè? Ik weet niet, man. Hij is een agressieve guy. Hij is ook de grote. Hij lijkt me die guy van je gaat hem 10 keer duwen. Ja. Daarna hij tilt je op zijn instroom. Doe niet. Deze. Toch? Hij geeft je elleboog. Plat. Weet jij? Ik blijf altijd rustig, man. Zie je? Ja, man. Altijd. 10 keer. 11e keer. 20 keer, hè? Nee, maar zie je, zo gaan mannen ook lang, hè? Ja. Nee, maar ik ben ook die guy, man. Maar zo gaan mannen. Ik hou niet van ruzie, man, bro. Zo gaan mannen ook lang. Deze dag, je trapt iemand op zijn kop, is poging tot doodslag. Mm-hmm. Daarom, dat wil je niet, toch? Neuken zonder condoom is wel niet. Ja, is ook verkrachting. Van ja, wat ze wou het niet. Ze wou het niet. En er stond op de app dat jij een condoom bij had. Wauw. Kan dat? Iron man. Ja? Goddamn. Lijst je telefoon uit, natuurlijk. Bro, we zijn ver, hè, deze dagen. Kijk, sowieso, als je wordt opgeroepen bij Blauw, moet je niet met Okkie gaan. Gelijk doorspoelen, bie. Gelijk doorspoelen, bie. Boas en Ketnuf krijgen vandaag een tanto rare lesjes, of niet? Deze mannen dachten ze komen een hitje maken. ik dacht helemaal niks, man. Ik kwam hier al zenuwachtig naartoe. Ik dacht, ik moet weer jonko roken, man. Vandaag. Ik denk, je moet een shotje nemen of zo. Ja, neem een shotje, man. Neem een shotje, kan geen kwaad, maar word je niet zwanger van. Ja, maar ik lust geen Hennessy, man. Wat wil je dan? Nee, wat dan? Oh, hij is aan de whisky. We hebben nog Nika whisky. Nee, hij is aan de Japanse, heeft hij zelf meegenomen. Deze, oh, je hebt hem zelf meegenomen. Whisky? Kijk daar. Ja, even een rare voor mij is een sigaret. Toen met die drank wil ik blauwen toch een beetje. Dan denk ik, ja, goed zo. Maar je rookt toch helemaal niet? Ja, ik ben pas gestomen, maar af en toe rook ik dan een sigaret. Ook? Ja. Hoe doe je dat met je gezondheid, man? Wat bedoel je? Hoe oud ben je eigenlijk? Ja, hij is 50. Hij zit eruit als 30. Ik wou zeggen 41. Varel, hoe doe je dat? Hoe heb je nog kleine sixpack op de koers? 50 grap. Maar kijk, zo wil ik er ook uitzien wanneer ik bang ben. Dat is die theorie, dat is wat ik vraag. Als ik er zo niet uitzien, moet ik al dood zijn. Schiet mij neer. Ik heb mijn geld niet verdiend. Hey, schiet mij maar neer. Ik heb mijn geld niet verdiend. Te lang te zijn. Wat een brood, te veel broodjes. Niet te veel higret. Aan de daken hangen. Maus, je hoort het, niet te veel higret. Maar je bent altijd dus, nu trainen en een beetje op mijn vitamine letten en zo, want je merkt wel dat. Je wordt een beetje krakkemig. Fiets. En dat merk je gewoon, je moet wat doen. En ik heb altijd wel wat gedaan. Wat zijn welke vitamines dan? Multivitamine. Ik heb ze net op, zijn echt 6 pillen tegelijk of wat zo. Wat zit daarin dan? Vitamine D moet je ook nemen. Alles. Van alles. B. Ik heb multivitamine. Vitamine D moet je geven. En aparte D. 6-7 pillen zijn zo groot. Ik slik nu paddenstoelen en schimmels, man. Dat is helemaal niet shit. Ja, dat is te zien ook. Heb je nooit paddoos gedaan? Nee, ik zeg je. Die is dat een psychedelic shit? Of nee. Niet als Lion's Mane. Je hebt ashwagandha. Je hebt gekke roots. Praat met ons. Leg ons uit, man, bro. Neem maar mee. Nee. Dat is iets anders. Nee, doe je dat niet? Ashwagandha. Ayahuasca. Dat is de shit. Ja, heb je het wel eens gedaan? Ik heb Winti gehad. Dat is ayahuasca geduizend. Oké. Bro, mushrooms en? Wat zei je? Mushrooms en? Maar ik bedoel gewoon paddenstoelen. Gewoon lion's mane. Je hebt rodilia. Gewoon kurkuma. Je hebt allemaal gekke kruiden. Die slikken cordyceps. Ken je die serie The Last of Us? Ja. Het is nu helemaal gek dat ze zombies worden door die schimmel. Maar die schimmel is gewoon... Weet je waarom ik het interessant vind? Want ik heb laatst iets gezien, zeg maar, dat iemand vertelde over paddenstoelen, zeg maar. En champignons en dat soort shit. En dat zeg maar... wat was het ook alweer? Dat was Joe Rogan of zo. Ja, man, bro. Je gaat in dementie gaan. Dat die shit, zeg maar, soort van... Dat wij, zeg maar, zoveel te maken hebben met paddenstoelen wat wij niet weten. Ja, wat dan? Ja, er was een wetenschapper die zei dat paddenstoelen dichter bij mensen liggen als dan bij planten. Ja, maar waarom? Leg mij uit, ik ben stoned, B. Ja. Ja, hij gaat vertellen nu. Waarom die mensen dichter... Weet ik veel, dat had hij... Hij had dat bedacht of zo op die show. Ja, hij zegt dat toch? Hij dat ook toch? Dat zeker weten. Psychedelics. Tuurlijk. Ja, dat hadden die Indianen vroeger dan DMT en vredespijpen. Hey, ik doe dagelijks, DMT, man. Heb je ooit paddels of zo gedaan? Ik heb net paddels gedaan, man. Net? Wat is paddels? Leg uit, man. Neem me mee, man, bro. Wat ben je aan het meemaken nu, man? Maar je moet toch in eruit? Hoe zie ik eruit, man, bro? Laat ons even zien, man. Dit is een flesje, dat is psilocybine.
Dat is gewoon werkende stof van paddo. Oké. Maar dat is... Mag ik ruiken? Maar hoe neem je dit? Neem als een klein druppie op je hand gewoon. Gewoon net als M of zo. Hij is daar. Ga door je poriën. Nee, je likt het gewoon. Ik op je hand zelf, denk tering. Nee, maar hef alleen maar een likje, man. Nee. Wat zeg je, man? Hè? Niks nemen. Het is fucking tranquilo, man. Het is gewoon mellow. Niks nemen, kan niet. Ja, dit is zo heel gek. Ja, hij is gek genoeg om het te doen. Hij denkt is hard te slikken, NPO. NPO 3. Hij is gek. Hey, make this shit go viral. Dit is een slecht idee. Jij gaat van deze shit houden, man. Dit is een slecht idee. Wat is het? Wat doet het? Wat is het? Dit is die werkende stof in padden. Die brengt je gewoon een beetje woozy, gewoon een beetje high. Als je één druppeltje doet. Hey, is het net als poppers? Nee, het is niet als poppers. Vieze dingen. Nee. Wie heb je dat geleerd zo, joh? Poppers. Hai. Hef, ik denk je moet je mee naar Damskok komen. Nee. Heb de blonde meisje hier geleerd, hè? Hoe heet die shit? Paddo druppels, psilocybine. Het werkt aan de stof. Psilocybine. Maar we hebben die man gevonden, zie je. Hij rookt niet, hij drinkt niet, hij doet niks, maar... Hoezo, ik rook? Hij rookt ook. Oh wel? Ja. Nee, ik ook. Oké, maar is dat jouw favoriete tori nu? Ja. Okay. Welke klassificatie krijgt dit? Softdrugs, harddrugs, wat is dit? Dit is harddrugs, B. Dit is geen softdrugs, man. Dit vind je niet in de boerenjongens. Nee, maar bijvoorbeeld in de zin van het is gewoon iets nieuws. Het dus valt niet onder kap. Dit kan je niet in Amsterdam... Kan je dit in gewoon zo'n random winkel in Amsterdam vinden? Nee. Oké, okay, dan weet je al hoe laat het is. Sorry, mag ik nog iets vragen? Hoeveel heb je hiervoor betaald? Zo'n flesje kost denk ik 3 meier. Ik ga even plassen. Wat is het? Maar... Dit is die nieuwe shit, man. 3 meier! En hoe lang doe je hiermee? Ja, je doet de tering lang mee. 1 druppeltje ben je al een beetje woozy, weet je. Dus ik ga nooit verder dan 1 druppeltje. Heb je dit nodig om te functioneren? Nee, natuurlijk niet. Maar net zoveel als dat ik alcohol of ganja nodig heb. Okay. Ja, hoe lang stonden jullie op 1 met stiekem? Volgens mij nooit 1 gestaan, man. Jawel. Het is rustig op 1. Stiekem. Ja. Nee, toch? Jawel, broeder. Maar jullie stonden misschien een maand op 1 of zo. Oké, nou, een maand dan. Ja. Maar bro, dit is nu jouw favoriete tori? Deze druppels? Ja. Ja, man. Ik ga daar lekker op. Hoe ben je hierbij gekomen? Omdat je deed al paddels en toen zeg maar... Dit is gewoon zeg maar een soort van... Oké, ik snap het. Dit is zeg maar gewoon... Ik rook Jonko. Ja. Dan krijg je opeens iemand van Jonko druppels, THC druppels. Ja, precies. Dat is die shit. Ja. Dat is zeg maar een soort van... Dat kan je een beetje... Ja, alleen je kan beter doseren in plaats van één keer 15 gram paddenstoelen te eten. Eten, ja. Die en vies zijn en... Breaking Bad is je favoriete serie, hè? Nee, man. Nee, dat is The Wire. Hey. Hard. Top. Maar deze shit... Ik heb hier nog nooit van gehoord, man. Probeer dan. Nee, ik durf het niet, man. Nee, ik durf het echt niet. Kan wel, je smokt veel. Nee, ik durf het echt niet, man. Je kan het echt wel aan. Is het verslavend? Nee, ik durf het echt niet, man. Nee, het is wel fantastisch, maar het is niet verslavend, denk ik. Je hoeft niet te denken dat ik ga doen, hè? Wil je niet? Nee, natuurlijk niet. Bro, kijk niet eens naar de gek. Hij pakt zo dat die petje. Hij wil sowieso gek. Wel, daarom was hij wel. Ja. Nee, hij moet je niks geven. Ja, hij wil wel. Dit kan ik anders, man. Wat is er gebeurd? Die alarm gaat af, man. Yo, ga zitten, man. Is niet open. Dat wilde ik toch, hardboy. Ja, hardboy. Waar ging de alarm aan? Plane is en wat was hier voor jou? Wat was hier voor jou ding dan? Hoe bedoel je hiervoor? Maar zet de brakjes van, je weet niet van hem. Waar kom je vandaan voor dit? Ja, was het gewoon paddo's? Veel smoken gewoon, ja. Ja. Veel smoken, maar ja, van alles. Ik heb man. Al, ik heb... Weet je wat, ik opgroeid in een dorp, dus het is gewoon niet dorp shit. Uit verveling, hè? Gewoon uit verveling ga je, neem je pil en weet ik veel. Ga je scooter rijden, huis trash. Wat voor scooter had je? Wat voor scooter had je, man? Sip. Aeroxy. Was je Aerox guy? Maar hij was niet van mij, zeg maar. Ja. Ik reed alleen op. Ik was runner, man. Doe relax, man. Anti, man. Zip, runner, Piaggio, man. Doe relax, man. Wat DNA. Ja, ik had ook Piaggio. Zeg, Piaggio. Je bent erin. DNA, je mag mee rijden. Zeg maar Brommer. Je mag mee. Dams weten van niks. Denk eens Brommer. Yes, denk eens je ligt plat, toch? Is motor. Kon je Brommer. Sorry, dan. Runner is de ultieme overvalscooter. Ja, sowieso. Ik rij hem naar binnen gewoon. 180. Hé, maar bro, ik moet daar eventjes blijven. Heb jullie psychedelica shit gecheckt? Ik check wel veel. Want weet je wat ik tof vind, zeg maar, van die shit van jullie?
Kijk, je mensen zeggen van wij roken jonko gewoon, zeg maar. Wij roken onze eerste, mijn eerste jonko die ik ging roken, bro, was een real shit die ik nu ga zeggen. Mensen gaan voor mij was in het bos. Mensen gaan lachen. Ik ga je nu eerlijk zeggen waarom ik jonko ging roken. Met worst en Aaron. Met worst en Aaron, man. Met worst, in ja, worst White iemand. Widow, man. Worst is iemand. Ja. Oh. Wat dacht je dan? Worst is iets? Ik dacht worst is worst. Die pak je of die... Scherno salami. Nee, maar... Mijn eerste keer jonko was omdat ik zeg maar, ik was een chubby vroeger. Nog meer, nog chubbier dan nu, zeg maar, misschien. En... Mij werd verteld van, als we roken, als je assie rookt, val je af. Ik dacht, wat? Bro, in mijn tijd, ik zeg je eerlijk, in mijn tijd was roken junkie. Assie roken. Ken je die? In mijn tijd was roken junkie. Ja, ja. Assie of chaiba? Junko? Allebei. Nee, pelen was in mijn tijd was van, no, wat is dat, man? Bro, roken was echt gewoon alsof je coke had gedaan, bi. Klopt. Of heb jij gebloot? Ja. Ja, bi. Puur. Zo, ja, ja, zo stond als een garnaal. Ja. Ja, ik kom echt niet binnen, hoor. Serieus, maar wat ben je? Jij hebt zijn ogen gezien. Je bent 28, hè? Ja, man. Hé, hey, broer, ik ga get, man. Hey, boys. Spin die blok. Spin die blok. Nee, maar waar ik heen wou, zeg maar, is dat... drugsgebruik, zeg maar, en het is heel gek wat ik nu ga zeggen, maar... Bro, Nederland, was taboe. Nederland is de beste land, zeg maar, als je zeg maar, dit soort shit wil proberen. Bro, mijn dealer Nederland van vroeger... Nederland, kan je shit vinden over die shit. Kan je, zeg maar, weten wat... Je weet dat je kan met andere mensen praten over die shit, of niet, zeg maar. Begrijp of ben ik daar? Ja, in sommige landen kan je niet eens junko vinden, bro. Ik denk dat je zeg maar, nuchter moet worden als je echt stoned bent. Die grens is gewoon raar, weet je. Er is een taboe op drinken. Iedereen drinkt de hele... Maar op dat soort plekken kan je wel coke zo vinden, snap je? Je gaat geen junko vinden, maar coke is in de uitverkoop. Ja, maar het wordt, zeg maar... Het wordt alsof Moula B daar is. Maar het feit dat het, zeg maar, zo stiekem mee omgegaan toch? Wordt... Kijk, het feit dat het zo stiekem mee omgegaan wordt, dat is waar het om gaat. Snap je goed? Want dan, als het stiekem mee omgaat, dan ga je ook... Omdat het stiekem mee omgegaan wordt, dan durf jij nooit wanneer iets fire gaat... Doordat wordt het een taboe sfeer. Juist, dan ga je nooit zeggen van, hey shit, ik ging gisteren fire, man. Begrijp een voorbeeld. Mm-hmm. Zou ik bedoelen, wel als je zeg maar gewoon junken, iedereen weet. Oh, die man is van, ik was te stond gisteren. Nee, maar ga kotsen, klaar. Ja. Bam. Het gaat veel verder dan dat, toch? Het gaat gewoon, ook junkies die willen, die nuchter willen worden, die moeten toch nog een beetje gevoed worden. Dus dan gaat het ook naar de farmaceutische industrie. Zijn ze wel... Die willen ook nog af en toe op politiebureau slapen. Ja, precies. Toch? Ja, ik snap ze gaan afkicken, bedoel je? Ja, precies. Dat drugsgebruik ligt veel dieper en daarom is het denk ik ook gevoeliger. Zeg maar, het taboe, ik snap het wel. Het is moeilijk voor mensen die het echt moeilijk hebben. Maar de meeste mensen zijn gewoon een recreatief gebruiker. Klopt. Ja, en ik denk, je kan het ontkennen wat je wil, maar het is gewoon wat het is. Het was ik, maar ik zeg je eerlijk, net als ik smook altijd jonko, bro. Ja. Ik zeg, voor mij is het normaal, maar het is niet normaal eigenlijk. Ik ben altijd eerlijk geweest tegen mijn ouders, man, daarover. Toch? Wat zeg je? Ik ben altijd eerlijk geweest tegen mijn ouders daarover, gewoon over drugs gebruiken. Wat vonden hun ervan? Verschrikkelijk. Ja, waarschijnlijk wel. Mm. Ja, ja. Ze zijn bang toch? Maar er zit ja, maar het is anders als je tegen je ma zegt van ik smoke alleen. Snap je wat ik bedoel? Broer, ik kan niks zeggen tegen mijn ma, man. Nee. Ja, maar kijk, dat is nu even. Maar zeg maar, na een paar jaar gaat ze denken van ja, hey, ja, dit gebeurt. Je bent nog steeds hetzelfde persoon als je niet in een psychose belandt. Snap je? Als je geen hees gaat roken. Maar mijn moeder ging tegen mij zeggen vooral van kom als je rookt, kom gewoon thuis roken. Ja, bij mij, bro, tot de dag van vandaag zegt mijn mama, als ik bij mijn ma ben en ik ga buiten roken, zegt ze tegen me kom binnen staan, want die buren dit, dat. Ja. Snap je? Dus ik zit gewoon met mijn ma, die is in de woonkamer, smoke ik gewoon met jonko rustig. Ja. Maar weet je wat het ook en mijn ma vraagt dus of we nog bierie willen of weet ik veel wat. Weet je wat het ook is, in de zwarte gemeenschap wordt veel meer en langer drugs gebruikt. Ja, gewoon, vroeger in de kliniek, ik was in de kliniek geweest om te kijken, weet je, mijn vader zat daar al en er viel het op dat er veel zwarte mensen waren. En nu, ik heb een vriend, Reda, die samen met Najib Omali die podcast heb, wat kan er nou gebeuren, wordt er heel veel over gesproken. En je ziet de laatste jaren ook bij AA-meetingen heel veel witte mensen, weet je. En volgens mij, dat komt gewoon door de house muziek. Ik zeg ook altijd van, ja, 100%. If you like too much house, you lose your house. Ja. Als je te veel house muziek, je gaat eraan gaan. En ik heb eerder een lezing op de Hogeschool van Utrecht en die willen het daarover hebben. Omdat snuif is net zoiets als bier drinken, man. Ja, het is zo gewoon. Het lijkt gewoon pakjes verkopen hier in Amsterdam. Mag ik even bij deze? Is niet pas of zo, is best lang geleden, misschien 2 jaar terug. Ging ik ergens naartoe en toen kwamen wij daar aan met MDMA.
Toen zeiden ze, wat is dat, man? Toen zeiden ze, we hebben coke. Toen was het gewoon van, toen zeiden wij van, dat doen wij niet, man. Toen was het gewoon raar. Toen deden ze al, we waren met, wij kwamen met z'n drie aan, we waren met z'n zessen, zeg maar. Toen zeiden ze gewoon allemaal tegelijk, doen jullie geen coke? Gewoon tegelijk, hè? Ja. Doen jullie geen coke? Het is bijna raar. Het is gewoon raar als je dat niet doet. Als je het niet doet, ja. En jonge meiden ook, hè? Ze waren jonger dan mij, puur. Ze waren jonger dan mij. Sowieso. Want vrouwen van mijn leeftijd, die doen dat niet snel. En die kom je ook niet snel tegen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Toch? Ik hoor je. Het is ja, zo, nee. Mijn hoofd is zeg maar zo, mijn hoofd is zeg maar nog steeds vast op dat stukje dat... Dat het eigenlijk stiekem zeg maar zo normaal is geworden, zeg maar, voor de mensen. En het is ook zeg maar, kijk, ik ben iemand, omdat ik er niet in zit, word ik niet soort van meegenomen in die shit, toch? Dus die shit kan zeg maar soort van papen. Als ik niet een scherpe. Je kan er gewoon naar luisteren. Als ik niet een scherpe guy was, dan kon het zeg maar om me heen gebeuren zonder dat ik het wist. Zo ver gaat die door. Je hoort het gewoon. Ja, ik ben gewoon scherp op een spel. Jullie gaan nu samen te veel samen of whatever, zeg maar. Je weet toch wat ik bedoel, maar als je niet zo scherp bent. Als je niet zo scherp bent, dan kan het 10 keer gebeurd. Dan kan het al 10 keer gebeurd zijn zonder dat jij het weet. Omdat jij het niet doet, dan word je er niet mee in meegenomen. Begrijp je wat ik bedoel? Puur. Dus mensen, dus, ik doe die shit niet. Dus mensen, het is net als een jonker. Als ik zeg jonker, ga ik alleen kijken naar de mensen. Ah, jonker, kom gaan jonker roken. Zo wil ik ook de mensen die niet jonker roken. Nou, een voorbeeld. Die festivals nu. Ik vind festivals het leukste wat er nu nog is. Weet je, ik vind uitgaan bijna niks meer aan. Wat voor festivals dan? House dan, hè. En, maar de meeste, iedereen... Bro, maar mensen doen al M op een bevrijdingsfestival, ja, man. Kappen met mij, man. Ik denk, als er kappen het is ook mij, nog nooit gebeurd... En mensen doen al M op Koningsdag. Ik denk dat er op een festival gewoon iets van 100 kilo drugs aanwezig is. Dat ben ik serieus. Niet normaal, man. Als je een festival hebt met 30, 40.000 man en iedereen heeft 3 gram, dan praat je over bijna 100 kilo, man. Ja, man. Dat zeg ik nog weinig, hè. Als we het allemaal in de potjes zetten... Dat heb ik nog nooit even nagedacht. Ik wel. Wat kan. Hey, verschil moeten wezen. Ik weet ook nog nooit, nou gaan die festivalorganisators boos worden. Er is nog nooit een inval op een festival geweest. Raar. Stel je voor, hè. Nee, maar is toch raar. 2030. Ik ben mij wel in België een keertje, man. Ben je Vista? Vol? Ja, maar, ben je Ollo? Ja, bij mij. Ik had eigen festival. Nee, joh. Politie, inval, chaper. Ja, je hebt eigen festie. Ja, we zijn ik ga je uitleggen. Dit is een verhaal. Chonko. We waren in België. Waar waren we, man? Ik weet niet meer waar we waren. Ik durf niet meer te zeggen waar we waren. We waren niet super diep, maar net een beetje na Antwerpen. Oké, we zijn bij die Tori. Festivalband, die doet mee zeg maar, met een paar andere mannetjes. We hebben een soort van. Het is hun festival, maar ik doe mee. Ja. Ook een beetje mijn festival nu. Oké, we zijn daar, we treden op, we chillen, papapap. Nu. Een van die echte eigenaren van die festival was rende naar mij toe. Hij zegt, politie gaat nu naar binnen komen. Ze gaan iedereen fouilleren. Ik ren naar mijn niggas. Jij 30 jonkels op je. Ik ren naar mijn niggas toe. Eerste wat ik doe is, gooi mijn shit op mij. Hier. Met jou ga ik nooit mee. Eerste wat ik doe is, hier, ik heb dit. Hier, hou vast. Tweede wat ik doe is, zeg is van, boys. Als ik nu dingen ga zeggen, misschien snitje. Die actrice is onschuldig. Was op jouw festival. Die is toch gepakt? Die hebben kloot. Nee, dat was niet bij. Die had een half apotheek. Je maakt het heet. Half apotheek. Je maakt het heet. Oké. Maar kijk. Oké, dus ik geef die mannen die Tori. En nu, zeg maar, nu gaan hun zeg maar, bedenken, toch? Dus ik hou van die Tori ook, toch? Nu gaan hun, zeg maar, die... En die niggas van mij, hun vinden het leuk. Maar gooi die problemen en dan... hoe gaan we die Tori opfixen? Hoe gaan we die Tori oplossen nu, zeg maar? Het komt, we hebben nog zoveel seconden. Wat moet ik zeggen? Wat ga jij zeggen? We staan, zeg maar, wat doen we? We staan, zeg maar, toevallig staan we bij een tent. Toch? Wat doen die mannen? Tent. Toen kom je op die tent. Nee, boven op die dak. Boven op die dak. Wat doet die blauw? Kan je hond komen. Als eerste op die... Beneden. Hij zoekt beneden. Op één poot. Op twee poten. Hij heeft niet gevonden. Die ding is op een tent nog. We zitten zeg maar, in een tent. In die tent heb je zeg maar, zo'n plekje waar alles bij elkaar komt. Je weet toch? Iedereen gooit die shit daarop. Die scooter komt met hond. Ze zoeken. Ze gaan loesoes. Ze vinden niks. Daarna maar roken weer. Tjai, wat daar laag. Die kalo master was dat. Dat is gek. Lekker gevoel wanneer je zeg maar, dat doet, hoor. Wanneer ze niet hebt gevonden. Niet per se iemand zeg maar, pijn doet of zo, maar wanneer je zeg maar, soort van wegkomt met die heb ik gewoon op die festies altijd, zeg maar. Wanneer ik met Jonko aan het roken ben en die BV's lopen langs. Ja.
Hij denkt, en hij, die manier hoe je die jonko vast hebt, hij kan nooit denken dat jij die jonko... En hij kijkt naar je Anu gewoon goed te konje en je denkt van, je kan niet zien, ik ben die nigger. Doe normaal. Die Anu, ja, die ding brandt je Anu bijna goed te konje, maar je doet rust. Hé, hey. Hey, Jaka wordt zwaar het hier zo. Die ding brandt je Anu bijna. Maar dat zeg ik, rook is een straf, hè? Maar ik kan niet, zo. Maar je weet dat roken een straf is, toch? Hoezo? Omdat je niet overal kan roken. Dus dan moet je verplicht naar buiten en zo. Dus het is een straf. Ik kan bijna overal roken. Bro, zeg mij, oké, ik ga jou ergens brengen waar je 24 uur niet mag gaan roken. Zeg dat je niet naar buiten gaat gaan. En het sneeuwt alles, die sneeuw komt tot hier. Nee, dan ga je niet. Je gaat niet. Je liegt. Ik ga niet. Je gaat niet roken, 24 uur. Oké, dan spreek je wel die guy. Ik ben ook wel die guy. Als je niet rookt? Ik ben ook wel die guy. Nee, maar ik kan wel slapen. Maar heb je deze hadbi, die vroeger had ik die, als ik zeg maar niet smokte, ik zweet en zo, je kan niet. Nee, die heb ik nog niet gehad. Heb je die nooit gehad? Vijf dagen. Ja, toch? Ik heb die, bro, heb je die nooit gehad? Nee, maar dat heb je altijd gekoord, man. Ga je raad dromen en shit. Bro, ik heb Matties met koffieshop, bro. Ik heb Mattie met koffieshop. Maar dat zeg ik, sommige dagen was ik... Soms ik weeg zelf, soms voor grap. Voor ik vroeg, soms was ik skeer, dus ik kon die lotto niet grijpen. Hmm. Of ik had dat te veel, zeg maar, op die list. Snap je? Nee. Kijk, mijn tory, zeg maar, was, zeg maar, eerst... Je had altijd jonko. Ik had een kleine, ik had iets gedaan, zeg maar, waardoor ik zeg kleine maar, toen ik jong was, had ik iets goed geslagen. En die tory die ik had geslagen, die heb ik zeg maar soort van helemaal gespreid totdat ik... Die kon je altijd koren. Ja, ik had gewoon een monnetje gepakt die ik kon spreiden over totdat ik zeg maar lid was met je muziek. Je kon altijd koren dus. Zou ik bedoel? Dus ik heb altijd gewoon kunnen koren. Toen ik ging roken, werden we genaaid. Ken je die? Ja. Ik ging als eerste smoken, zeg maar, jonko kopen. Dynamite, ken je die? Dynamite. Nee, ik zeg tegen die boys. Hoeveel junken moeten we kopen? Die boy zei, ja, als je 2 barken geeft, is goed, man. Denk, 2 B. 2 barken, oh, dit is wel dure shit, man. En kopen 80 junken. Je krijgt 1.2, krijg je. Bro, we staan in hoe heet die shit? In trappen al bij van die schuur, je weet toch? We staan in die schuur met tante niggas, chowa niggas. Op jouw tiel. Iedereen is bij Jaiba aan het roken, ik weet niet. Je weet niet, hoor dit. Het is vissa, iedereen is blij. Hoor, man, die zei, hoor, je rook ook, hoor, dit nog. Je kreeg misschien 3 billen aan. Ja, maar niks. 3 keer hebben ze me zo genakt. Wow. Daarna begon ik lelijke jonkels te draaien, dik. Ja, maar ik kon niet draaien, snap je? Dus nu, ik moest elke keer naar die boys gaan om te draaien, zeg maar, snap je? Ja, ik snap het. Dingen te draaien, lelijk, dik. Die ding pakt net 2 pof, je gooit hem weg. Je weet toch, die breekt, hij valt kapot, hij gaat open, fucked up, je weet toch? Maar je rookt, ik heb genoeg. Bro, ik heb met deze man hebben we dingen voor opa. Wat de staafjes, B. Nee, wat is dit? Vertel alsjeblieft. Fotopapier, wat de staaf. Niet die andere, zeg maar, waar die kippen hun gezicht mee schoon, die cat and bands. Wat de staaf? Nee, gewoon... Watten. Watten. Pa, we pakken A4. Ik en deze man pakken A4 met plakband. Uit zijn raam. Watten. Gewoon watten. Bro, watten. A4 met watten. Waarom? Ik weet het niet. Je wou van nacht. We wilden gewoon roken, ken je die? Ik zweer het. Ik zweer het, 8, 9 jaar, B. We pakken watten, B. We zetten het in een A4. Ik draai hem nog puntig, hè. Deze. Al veel gezien. Ken je die? Bro, maar je beseft die toren niet hoe diep het gaat. Ja. 8 jaar. Hoe weet ik hoe zoiets eruit ziet, B? Ja, ik hoor je. Snap je? Mijn ma smokte vroeger jonko. En mijn buurman verkocht jonko. Zijn vrouw had choppa in Damsko. Dus mijn ma ging op de wc zitten en dan moest ik altijd iets bij Charlie halen. Snap je? Maar ik wist niet wat ik bij Charlie ging halen. Maar dat waren jonkos dus. Snap je? Waarom? En dan deed mama zo die pap, zie die rood, wordt zo, die wc wordt zo rood. En dan geef ik die tori. Maar zie je dat zoiets? Want die witte wordt die weer rood en dan, je weet toch? Maar kan je zien dat zoiets onschuldigs invloed kan hebben? Ja, bro, dat zeg ik. Kijk, nu pas weet ik dat. Snap je? Van, hè? Ja, ik ging jonkels bij Charlie halen, ome Charlie, en zo naar Charlie. Is dat slechte invloed? Zeker niet, man. Nee, toch? Heeft nooit impact op mij gehad. Het is alleen maar beter geweest. Bro, wat jij nu zegt, bro, mijn moeder ging mij tegen mij. Je hoort het even in mijn stem, hè? Dat is emotioneel. Ja, zo naar Jad tax-free ook. Mijn moeder ging mij zeggen, bro, ga even naar die en die mevrouw of tante. Respondi halen. Respondi betekent. Precies dat. Respondi. Ga even boodschappen halen bij je. Je weet niet wat je moet halen. Maar ik weet altijd, het is money. Of iets. Want we waren skeer, we waren dead broke. Puur pa. Dus zeg maar van, ik weet gewoon, die kast is leeg, die koelkast is leeg, er is niks.
als ik, wat ik nu ga halen is pap, om, zeg maar, want ik moet die pap gaan halen en dan moet ik, zeg maar, ook terugkomen, die pap eerst geven en dan krijg ik een beetje van die pap om boodschappen te gaan halen. Dus ik weet heel die shit. Dat soort dingen hebben mij, zeg maar, de hosselaar gemaakt die ik ben, bro. Nooit van mijn leven. Dat is ook waar we het eerder over hadden bij jou. De toch je ouders die of voor je vechten op wat voor manier dan ook, dat die gewoon echt wel goede inbreng hebben. Tuurlijk, man. Tuurlijk, man. Tuurlijk, man. En zelfs dat heb ik respect. Als mijn ma ook heel, als mijn ma zielig ging doen en ze was ook zielig van, zat ik nooit hier met deze man, bro. Dat ik hier zit is voor mij echt, je weet toch? Ja. Dat is niet niks, B. Hoe sta jij daar zelf dan in als vader? Ja, dat zou ik nooit van mijn dochter willen, man. Nou dan. Dat zou ik nooit van mijn leven voor mijn dochter willen. Maar ik weet ook dat mijn moeder dat gedaan heeft omdat er geen andere manier was. Maar je zou, en ook qua je zou ook wat je dronken en zo. Je zei eerder van, zulke dingen ga je nooit mensen met struggle, die bereiken iets. Ja. Dus hoe, zeg maar, je hebt zelf ook, we hebben zelf ook struggles gehad. Ik zou niet anders willen opgevoed zijn dan dat ik ben. Wat ik, maar als je dat moet doordragen aan een kind, ga je dan soort van heel netjes zijn? Zeg maar, kijk, ga je mensen, allerbeste dus, ik ga geen We hadden net over straat, zeg maar, van waar wij vandaan komen en straat bijvoorbeeld in het Gooi of zo, toch? Ja. Mijn dochter is, zeg maar, nu eigenlijk, zeg maar, stiekem heeft zij de straat van het Gooi. Dus zeg maar, nu vandaag bijvoorbeeld op een zondag moet zij dan, zeg maar, naar de oma toe. En dat wil ze niet, want dat is saai, kan ze niet buiten spelen, bla bla bla. Ja. I'm be like, shut the fuck up. Wat is straat? Je gaat gewoon. Ja, gewoon, zeg maar, de verschillende soorten straat die er zijn. Dus het is niet straat, maar het is daar, een straat. Daar hebben ze lanen, toch? Ja. Er zijn een paar slechte vriendinnen. Ja. Ben die straat met lanen? Hun stress is minder of whatever, zeg maar. Je weet toch wat ik bedoel. Maar wat ik wil zeggen is van, mijn dochter, haar stress is, zeg maar, van, oh shit, ik moet nu een middag bij mijn oma gaan zitten. Ja. Ik ben dan zo van, shut the fuck up. Ja. Chill the fuck out. Zit daar rustig, zeg maar, en don't bother me, man. Je hebt je fucking iPad bij je. Ja, zoek iets, man. Snap je wat ik bedoel? Ik heb een gitaar voor je. Begin die fucking gitaar te spelen, man. Die fucking, zeg maar, nu ben ik meer, ze is ook 9. Nu kan ik meer, zeg maar, hardhandige. Weet je wat ik bedoel? Meer teruggas geven, zeg maar. En wat je net zei over Jonko bijvoorbeeld, ja. Als zij straks met 18 zegt, ik wil Jonko roken. En ze heeft haar cijfers op orde. Ze heeft haar Libby op orde. En ze doet gewoon wat ze moet doen. Ja, toch. Ben je niet bang dat ze ooit, zeg maar, jouw struggle mist? Snap je wat ik zeg? Nee, want dat maakt dat, ik zorg wel dat ze dat echt meemaakt, man. Ik ben mijn dochter. Ja, op je eigen manier. Ja, ja, ja. Mijn dochter dat wordt wel gedrilld. Maar geef je dan jouw struggle meer door aan haar in plaats. Snap je? Ik heb één keer een gesprek met Turk gehad, zeg maar. Dat is wel heel grappig, omdat hij dan enigste kind is. En ik ben dan, kom dan bijvoorbeeld van, ik heb dan broers en zussen. En ik zei dan van, ja, ik heb één dochter, nu is gewoon cool, is gewoon oké. En toen zei hij, nee man, als enigste kind is echt kaka, super saai, kan je niks doen, bla 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 bla. Hij is enigste kind? Ja. Oh, ja. En toen dacht ik bij mezelf van, hé, hij heeft helemaal gelijk. Je weet toch, want ik heb door mijn zussen en mijn broertje, heb ik, zeg maar, een soort van veel geleerd, ja. Veel geleerd, zeg maar. Ja. De eerste klappen krijg je thuis al. Als je, zeg maar, als je iets zegt, je zus, baas. Oké, dat is spannend, dat is hoe je een klap krijgt. Je weet toch? Want je kan heel veel dingen, zeg maar, thuis leren. Als je denkt van, je bent tof met rappen en je gaat rappen ofzo, je zus gaat zeggen, no, maar je bent kaka. Was je middelste kind? Snap je wat ik bedoel? Heel veel dingen worden thuis al, zeg maar. Rappen is verboden. Snap je wat ik bedoel? Dat mag niet. Heel veel dingen kunnen thuis al, zeg maar, gewoon in een huiselijke sfeer, zeg maar, worden geregeld, zeg maar. Het is geen beroep. Is geen... Mijn dochter heeft dat niet. Dus ik probeer, zeg maar, die broer. Die broer, die zusje, die alles tegelijk. Mag zij rappen van jou? Ik denk wel, kijk, het is moeilijk. Waarom, zeg maar? Waarom? Omdat, als ik tegen haar zou zeggen van, zet heel je leven op, dat, zeg maar, zou niet slim zijn. Gewoon. Nee, maar ze wordt ermee opgevoed, toch? Gewoon, ja, onderheen. De liefde van het leven doet het. Zeg maar, ja. De papa. Ja. Dus dan kijk je naar op, toch? Dan wil je dat misschien naleven ook. Ja, 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 het is wel moeilijk, man. Zeg maar, van, het is wel moeilijk, zeg maar, om je kind, zeg maar, dat in te sturen, man. Stel, ze komt kankergek gewoon. Dat zou heel dom zijn. Maar zelfs dan, zeg maar, zou ik alsnog willen dat ze een bepaalde backup hebben. En niet misschien in de vorm van een diploma of dat soort shit van school of zo, zeg maar. Maar wel gewoon in de zin van, oké, kinderspan, wat gaan we wel crypto doen? Snap je? Ik denk. Nee, niet crypto. Want hij stelt jou die vragen. Ja. Hij heeft nog geen kind. Ik heb ook kinderen. Dat eigenlijk wil je het helemaal niet. Maar je kan het eigenlijk niet zeggen omdat je het allemaal zelf hebt geflikt. Toch? Ja. Nee, je wil het niet. Nee, je wil het niet. Klaar. Niemand wil dat zijn kind gaat blowen of wat dan ook. Of in een gekke scene komt waar rare dingen gebeuren of wat dan ook. En als je dat ook wil, is het heel gek. Nou, kijk, verbieden is heel moeilijk. Je moet begeleiden. Dat zit precies. Ik heb er eentje begeleid, die zit hierachter. En, soldaatje, ja, heb je gemaakt, hè? Ja, die weet meer van misdaad dan wie dan ook. Ja. Ja. En,
Ja, dat is heel belangrijk, omdat eigenlijk draait alles op misdaad, op wat voor manier dan ook. En zij zit in een wereld waar allemaal lijpe rappers rondlopen en shit. Mm-hmm, mm-hmm. En mijn geluk is dat al die lijpe rappers, lijp in de zin van gekke gasten met ballen en problemen, schieten ze op je. Die mogen haar en hebben respect voor haar. Ja. Want ik had het ook wel eens, ik had het ook anders kunnen treffen dat er een van die rappertjes denkt, oh, is dat nou jouw vader? Nou, dat gaan we eens even kijken. Ja. En dan moet ik mijn hele achterban inschakelen. Maar zij is van zichzelf ook kaal gangster, toch? Maar dat leg ik uit, ja, om te neutraliseren. Maar dat is die geluk. Ja. Want je kan echt, weet je, ik onderschat helemaal niemand of je nou 20, 30, 40 of 50 bent. Want vandaag de dag, echt waar, jongen, om het minste geringste heb je een serieus probleem. En ook al wie je kent, maakt er maar geen moer uit. Men moet jou respecteren. Ja. Daar gaat het om. Want één ding van jouw dochter, we praten natuurlijk over kerst natuurlijk, kersthoek. Mm. Zij heeft nooit, zeg maar, je hebt heel veel van die soort van kids van gangsters. Wacht maar, ik ga mijn vader halen. Nee. Dat, die vibe is nooit bij haar geweest. Had je zelf blazen? Ik wist dat niet. Ik moest daar echt achter komen, zeg maar, toen jij zelf viraal ging, zeg maar, soort van op televisie. En toen kwam ik erachter van, oké, god damn. Maar is dat ook niet. Nee, ja, precies. Zou maar je ook ik doen? Weet, als ik het doe, is het... Ja. Nou, maar het rare ervan is, ik ben niet eens zo, weet je. Ik ben natuurlijk, als er wat is, ja, dat hoef ik er allemaal niet uit te leggen, maar... Ja, ben je gewoon een vader. Maar je hebt gewoon twee verschillende maar mensen. Ik bedoel, maar je hebt mensen die erin worden gezet en je hebt mensen die er... Begrijp je wat ik bedoel? Wat ik ermee wil zeggen is, ik hoef niet eens wat te doen. Ik kom uit een buurt, daar woon ik al mijn hele leven. Ik kan natuurlijk nagaan dat er allemaal jongens zijn van die, ja, die vinden het te gek dat ik uit die buurt kom. Mm-hmm. Dat als ik denk, als er iemand haar een tik geeft of iets of wat, die weet niet wat hij meemaakt. Precies. Ik moet even te zeggen. Ja, ja. Dat gaat vanzelf. Ja. Ik heb hetzelfde op scoren nu bij mijn dochter, man. Een klein, die boys van groep 8. Bandy, oh bandy. Ik zeg gewoon, let op mijn dochter. Maar je hebt duim, die heb je duim. Die maar heb je duim. Mag ik je vragen zo? Let op mijn dochter. Nee dus. Nee dus. Hoe zou jij doen, hè? Wat? Ik? Maar ik ben die kid, kom gewoon, hangt vanaf in wat voor positie ik sta, snap je? Kijk, de single daddy, ja. Dat is het probleem. Wat dan? Ja, dan kom ik super pimp in, toch? Pijp eruit. Ja, ik kom super pimpen. Ah, ah. Hey, wat doe jij steeds? Zit hem op je gang. Hoe komt die waggie? Hoe komt die waggie? Hoe komt die waggie? Oh, nee, man. Ik stond eens weg, man. Hoe komt die waggie? Nee, kijk, kijk. Dat zeg ik. Het zijn twee verschillende fases. Ben ik de single daddy? Dat is anders. Ben ik gewoon de, je weet toch? Heb wacht ik vrouwtje, even, dan kom even. Ik gewoon netjes. Ja, we moesten hem dat flesje meegeven. Dat hij achter de... flesje stond de hele tijd hier op tafel. Ah, hey, Pik, ik zei het nog, hè. Ik zei het nog. Laat het flesje thuis, jongen. Hij mag het niet zien, zei je. Ja. Kepneuf, hoe doe je dat, man, bro? In zo'n wereld waar iedereen aan het smoken en aan het drinken is, bro. Hey, heb je nooit ballon of zo gedaan? Ik heb niks gedaan. Niks? In mijn hele leven. Soldaat. Nee, dat hij doodgaat als hij dat toegeeft. Oh ja. Er zit er iedereen bij. Hey. Hey. Wel rustig, maar er zit er alleen bij. Ik denk niet dat mijn moeder rookworst kijkt, maar nee. Ja, puur, maar ik hoor je bie. Ik zeg je eerlijk, man. Als ik, hoe als doe je, maar, ik, hoe, wacht even, hoe hou je vol, bro? Heb jij ooit kamelentenen gegeten? Nee, man. Ik weet niet, hoe hou jij het vol? Het is hetzelfde, je hebt dat nooit gedaan, je wilt het ook niet. Nee, maar als je kamelentenen gegeten? Nee, kamelentenen liggen niet op tafel. Ja, bedoel, iets wat je niet weet, wat je niet gedaan hebt. Ja, er leeft niet eens een kamelen in. Ik heb er geen drang naar, ik hoef niet. Nee, hoe? Ik probeer ook niet dat. Ik probeer alleen maar. Ik probeer helemaal niet daartoe te zetten, bro. Helemaal niet. Serieus. Mijn vader rookt. Ik heb alleen maar respect wat ik zeg, bro. Voor iemand die zeg maar zegt van ik doe deze shit. Ja. En ik heb ook respect voor iemand die zegt ik doe deze shit niet. Want dat is wat jij, wat jouw ervaring jou zo gemaakt heeft. Nee, maar eerlijk, net als sigaretten. Ik zeg het, dit zou denk ik hem meer nu doen dan dat je het zou gaan drinken of smoken. Sorry? Zeg maar, als je dit gebruikt, ik denk dat het een beter instapmodel is als dat je gaat zuipen en roken. Ik heb. Het ding is. Nu niet meer. Ja, maar dat weet je niet, toch? Ik wil niet, zeg maar, dat ik anders ben dan hoe ik normaal ben. Want jij zegt, als ik zo'n druppel neem, dan voel ik mij rustig. Maar dat hoeft voor mij niet. Ik wil niet afhankelijk zijn van iets om rustig te zijn. Ja, kooi je. Mijn vader rookt. Nu niet meer, alhamdulillah, maar hij heeft de maar hele... Gewoon. Nee, sigaret. Maar ik wil het gesprek ook niet aan, soort van. Ik wil je niet proberen te overtuigen. Nee. Enige wat ik wel weet, bro, is zeg maar, en dat ga je misschien zelf merken.
En ook je die al 50 is, misschien kan dat wel beamen. Dus als je 30 bent, een soort van de helft van je leven. Dat voelde voor mij als de helft van mijn leven. Ik ben nu 36. Sinds ik 30 ben, heb ik meer neiging naar dingen doen die ik in de eerste 30 jaar niet gedaan heb. Ik begrijp dat. Dus zeg maar, weet ik veel. Ja. Zeg maar, iets raars. Andere dingen, zeg maar. Gewoon tranquilo. Als vegetarisch een dagje. Dat soort shit. Dat kon ik me helemaal niet voorstellen, bro. Voor 30? Ja. Ben je nog steeds dagje vegetarisch, zoals? Kan, man. Ja, man. Ja? Ja. Als ik nu, zeg maar, soort van, als ik nu ergens op een clipshoot ben en er is of een show. Ja, je vindt het niet erg. Er is maar... een vegetarisch, hoor je alleen maar Arik ahoeren, zeg maar. Ik begrijp wat ik bedoel. Niet meer, oh my god, zeg maar. Zelfs Kella kan ook in een span, laat me twee komkommers pakken. Weet je toch, wordt ook steeds beter. Het is heel logisch. Je hebt fases in je leven, weet je. Als je 20 bent, wil je carrière tot je 30ste. Van je 30ste tot je 40ste wil je kinderen. Van je 40ste tot je 50ste hoop je dat je er wat van gemaakt hebt. En van je 50ste ga je aan gezondheid denken. Klopt, maar niet. En ik wil meer tijd. En dus wat jij hebt ook is heel tijd logisch. En gezondheid. Ja, maar ik heb fases gewoon erin. En dingen, als je eenmaal mijn leeftijd hebt, dan heb je gewoon iets van, ook van, wat heb ik toen gedaan? En ik was niet goed bij mijn hoofd, maar het hoort er allemaal bij. Is dat ook onderdeel van memoirs schrijven? Of... Nee, is gewoon... Schrijf je dat ook ouder worden? Ja, nee, ja, inderdaad. Wat je meemaakt en alles, weet je. Ik ben nu lekker fietsen in de Ardennen. Als ik bijvoorbeeld tegen jonge gasten zeg, doe dat niet. Dan had ik op mijn 15 zei, wat een oude lul. En die was dan 60 of 70. Maar zonder dat ik het weet, ben ik al die oude lul, weet je. Die dat soms tegen jongens zegt, kijk, wat lul je nou allemaal? Maar dat heb ik nu al. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want dat zijn dingen waar je eerst nooit een dag. Als je 30 bent, zoek het maar lekker uit met zelf. En dan kan je helemaal dood. Kom aan, schelen. Maar nu heb je zoiets van dat je die jongen echt wel wil helpen. En iets wil je begrijpt het gewoon meer, toch? Heb je spijt van dingen? Nee. Weet je wat zeggen? Ik heb spijt van niks, man. Jullie weten wie jullie zou het nog een keer doen, man. Nog erger zelfs. Jullie weten allebei wie hij is, toch? Ja, ik heb documentaires gekeken met mijn neef. Hij is groot fan. Jij weet heeft toevallig geen break. Gaandeweg heb ik wel een beetje een hoogte gekregen van wie en waar. Weet je wat zijn grootste ding is, wat hij gedaan heeft? Schilderij. Ja, Rembrandt. Nee, Van Gogh. Van Gogh. Bro, Van Gogh. Ja, ik heb wel iets meegekregen, maar ik zit daar niet diep in. Bro, ik wil de tafel gooien in deze man. Van Gogh. Ben ik op... G. Legendarisch. Van Gogh. Legendarisch. Bro. Van Gogh. Bro. Zeg maar, die plek waar je niet binnen mag komen, die man komt stiekem binnen. Hij komt daar. Donderop. Hey, donderop. Hey, hij komt met trap. Hey. Hey, donderop, man. Schrijfbare ladder. Mannen gaan kino maken. Mannen maken... Hey, G. Schrijfbare ladder. Hey, donderop, man. Hey, donderop, man. Donderop, man. Nee, man. Kijk, weet je wat het was het binnen niet donker of zo? Nee. Ik zag, ja, donkerder dan dit. Maar wacht, ik ga je direct antwoord geven. Luister, kijk. Ik vraag me af, volgens mij is het donker. Je moet je voorstellen, ik was toen heel erg actief. Toen ik die kraak deed, was ik al schatrijk. Ik was multimiljonair toen ik die kraak deed. Want kort daarvoor had ik twee banken ingebroken. Daar was ik voor vrijgesproken uiteindelijk. Ik had ze wel gedaan. En, dus ik had het geld ook niet nodig. Ik heb kraken gedaan, dat bestaat nu niet meer, die jongeren weten het niet eens. Dat ik op vrijdag naar binnen ging en maandag kwam ik eruit in die kluisjes, nou een paar honderd kluisjes. Daar, Inside Man. Daar zit een ton in, die is leeg. Daar zit een wapen in, en uiteindelijk kom je met zulke tassen geld naar buiten en je bent gewoon schatrijk in één keer. Als je miljonair bent en zie je dan zeg maar die, voel je niks bij die risico's? Denk je niet van, waarom zou ik die risico nemen als ik toch al binnen ben? Nee, omdat, kijk, het is nooit genoeg. Als je in één keer rijk wordt, als je in één keer rijk wordt, is alles van, oh, wauw. Maar als je stapsgewijs rijk wordt, is dat anders. Ja. Toen ik die miljoenen had ik alles, had ik altijd klokken. Je moet ook uitgeven. Die pap staat nooit stil. Zeg maar, je hebt vandaag een M, morgen heb je 5T. Zo ik bedoel. Martijn, je bent een leer. Die man is er ook niet. Geef hem een ander flesje. Ja, laat hem even rusten. Geef hem een ander flesje. Neem die relaxer. Hé, is het toch niet relaxerend? Is het toch niet relaxerend? Wat moet je? Dus kijk. Danny. Wie is Danny, jongen? Maar. Hoe heet jij ook alweer, B? Julian! Julian! Maar laat die man even die legendary verhaal vertellen. Dus kijk. Pak een nieuwe check. En ik kwam dus... deze podcast duurt langer. Ja. Oké. Okay. Hey, gap, nu is het rustig, man. Ja, je gaat het zelf wel. Je bent me inbreken, hè? Je gaat het wel laten. Kijk.
Ik heb het een paar keer gedaan. Ik zal niet zeggen hoe vaak ik heb gedaan, maar ik heb het een paar keer gedaan. Die wat? Die kluisjes kraken. Ik deed het bijvoorbeeld toen in 98, deed ik het in februari en 5 maanden in Arnhem deed ik het weer. Was dat met pikkentrekker? Dus diezelfde kluis gewoon? Nee. Het is gewoon met schroevendraaiers en alles. En, ja. Ja. Maar je deed het scooters met pikkentrekkers, man? Nee, maar dat is helemaal niet waar. Dat zie je in de film, is niet waar. Scooters. Kijk, maar is dat net zeg maar... Een deukentrekker bedoel je? Ja. Nee, maar dat is niet waar. Maar is dat net als... Maar is dat niet in die kluisjes, niet in die kluisjes. In die kluisjes niet, maar in de film zie je dat wel. In die film is het klopt. Ja, maar dit hier was onze... Maar die laatste... Alsjeblieft, jongens. Maar die laatste van die Rabobank of zo, die soort kluisjes... Nee, die gasten werkten daar. Dat zo, ja. Dat is allemaal inside. Luister, die kluisjes hebben een slot. Dat is uit één geheel. Ik zeg maar zo. Er zitten 2 cilinders op. Zo, bop. En daar zit het mechanisme. Jij hebt 1 sleutel. De bank heeft 1 sleutel. Dus allebei moeten om. Dus als je 1 trekt, gaat trouwens niet. Want het is echt verhard staal of wat het ook is. Die gaat gewoon niet. Dus je moet die deurtjes openbreken. Ze zijn ongeveer zo... En je hebt ze ook zo. Hoe kleiner, hoe moeilijker om open te maken. Want als hij bijvoorbeeld zo lang zou zijn. Heb je meer, doet het in het midden, gaat hij wipt die. En dan wop, ja. Dan gaat hij uit, springt hij open. Of het hele ding breekt af. Hoe kleiner, hoe meer, hoe moeilijker het is. Hoe moeilijker. En hoe hoger ook, hoe moeilijker. Ja. Want als je bijvoorbeeld. Kijk, als ik zeg maar zo kracht zit. Kan je veel kracht zitten. Ik kan zoveel kracht zitten. Ja. Maar hier wordt echt kracht. Moeilijk, ja. Ik ja. heb op iemands nek gezeten. Ging drukte niet meer van het ding af. Ja. En het kan maar net zijn dat daar in die motherfucking kluis daarboven. Heb ik ook allemaal meegemaakt. Die kluis daarboven zit die Tori. Ja, je moet open. Je zegt iets leuks. Er was dus 1 nummer. Ik was er een weekend binnen. En er was nummer 100. En die ging niet open. En die zat daarboven. En zegt, ja, krijg ik open. Tyfus ding. Ja, gaat open. En dan steeds vroeken, vroeten, vroeten. En uiteindelijk, zondagmiddag, brak hij af. En zit honderd terug in. Dacht ik, nee. Was zo klein. Maar dan wat, loeren jullie iemand of krijgen jullie een tip of zo? Nee, alle kluizen gaan open, hoor je niet? Luister, dus... Ja, maar hoe? Alle kluis in die bank gaat open. Luister, dus... Want ik moet meer dingen in één vertellen. Dus die Van Gogh-roof, dat is... Oh, wauw. Maar dat is veel spectaculairder, is veel heftiger. Dat is gewoon Mission Impossible, is dat. Maar je alleen met één iemand? Nee, met z'n drieën. Ja. 1 man binnen, 1 man buiten. En... Gekke dingen dat meegemaakt. Dat is, vindt die andere guy niet kut dat jij alle faam krijgt? Nee, geen honger. Moet ik niet wat pizza's of zo bestellen? Wil je eten? Ik ga bestellen. Ik bestel. En is op mij vandaag. Ik bestel. Is op mij. Ik heb die nieuwe bestel, pizza. Bestel, maar stil. Nee, omdat die jongen waar ik het toen mee deed is helaas overleden. Ah, rest in peace. Yes. En die andere guy die buiten was? Ja, die trok toen al terug. Die heb ik na 2000... Dat was toen in 2000 als we vrij kwamen, is hij nooit meer in aanraking geweest. Hij is later overleden. Ja. En met die jongen heb ik echt heel veel gedaan. Hij staat ook in mijn boek. Hij heet Gias in dat boek, maar hij heet in het echt heet hij anders. Hey, maar ik vind het echt kankerlijp. Maar, dus toen ik die Van Gogh-roof deed... Kijk, voor mij het klinkt misschien een beetje... arrogant of maar het was gewoon een snelkraakje, snap je? Wel een goede doordachte. Maar zo'n bankkraak is veel heftiger en veel gekkere dingen gedaan. Maar op zo'n moment boeit het toch zeg maar eigenlijk niet of je nou bij Van Gogh of je bij zeg maar bij Maxima inbreekt, toch? Ja, kijk, het boeit niet, toch? Kijk, het rare is wat jij nu zegt. Maar het boeit niet, toch? Ik heb hem nooit stilgestaan. Ik vond het gewoon toch? Boeit niet, toch? Plasmaschermen pikten. Maar zo sta ik er ook in. Het zijn de mensen die het zo van, wow, Van Gogh. Want ik heb het kwam gewoon op je pad. Nee, maar wat men ervan vindt. Ik stond er niet bij stil. Niet, ja. Ik vroeg bijvoorbeeld aan die documentairemakers, want ze komen van overal. Waarom vind je dit vooral zo interessant? Want er zijn veel meer roven, weet je. Maar dit is wel een eindgoed, al goed verhaal. En je ziet helemaal hoe het is gegaan en bla bla bla. Ja. Toen zeggen ze, het is net alsof je overdag de sieraden uit het Buckingham Palace hebt gestolen. De crown jewels, weet je. Maar ik sta daar niet bij stil. En ook toen ik werd aangehouden, pas in Spanje had ik door hoe groot dit was. Ik werd in Spanje gearresteerd en toen kwamen al die bewaarders en dit en dat. Who are you? En bla bla bla. En toen ik in Nederland kwam, waar alle pers en mijn rechtszittingen zat vol met internationale pers. En toen had ik wel door van, jeetje, je hebt wel wat geflikt, weet je. Wat heb je daar uiteindelijk voor gekregen? 3,5 jaar en 350.000 schadevergoedingmaatregelen. Maar hebben ze nooit met gekke pap of zo geklemd of zo? Ja, ik heb een ondernemerschap. Gewoon cash. Ja. Maar dat zijn de grote legends, gewoon de mensen die je niet doorhebben. Maar met die bank was die vordering nog hoger, want toen werd ik vrijgesproken, gelukkig. Maar kreeg je die uitspraak omdat... De schilderijen al terug waren of? Nee, die schilderijen waren al terug. Wat ben je dan? Die zijn pas 2016 terug. Bij die imperiale. Ja, precies. Yes, ja. Die was in Italië toch? Dus je kreeg, hoeveel zijn die schilderijen waard? Sorry. Nu? Ze waren toen getaxeerd op... Hoeveel zijn ze nu? Wacht, ik ga even vertellen, grap. ADHD heb jij, man. Even kijken. Moet gewoon concentreren die aan, man. Rustig, is nog een keer dat team misschien. Ik ga laughing in. Ze waren getaxeerd... Shit. Ja. Op heel laag, iets van 4 ton.
op eentje. En die andere was niet getaxeerd. Die was van een heel bekende Nederlander waarvan ik de naam niet mag zeggen. Uit veiligheid voor die familie. En luister, toen zijn ze gepikt. Dus ze waren, zeg maar, kwamen ze op een bedrag tussen de 30 miljoen en de 3,5 ton. Ja. Per? Nee, op één jaar. Oh. Die andere was nooit getaxeerd. Dus ik heb die vordering op die 350.000. Maar nu ze terug zijn, zijn ze bij elkaar door het verhaal. Als ze getaxeerd zouden worden, 50 miljoen per stuk waard. Maar die tory, bro, zeg maar. Zijn nu 100 miljoen bij elkaar. Die tory, waar het echt om gaat. Waar die tory echt om gaat, is dat als een crimineel dat in handen krijgt. Ja, dan krijgt hij strafvermindering. Bijvoorbeeld, ja. dan kan hij dat gebruiken. Dat heeft die Italiaan gedaan, maar dat kan dus maar niet. Maar hoeveel, ja, dat is ook niet zoveel, toch? Nou, vergis je niet. Wel? Die Italiaan. Staatsdingen, bro. Ik ga die dingen vertellen waarom het zoveel waard is. Die Italiaan had 20 jaar straf. Doordat hij die schilderij heeft teruggebracht, kreeg hij 18 jaar. Maar bij de rechtbank krijg je meer media-aandacht. Mm-hmm. Hoge broek werd stil, kreeg hij 8 jaar. Die man heeft de hele wereld. Dat, dat zeg ik. Kijk, als het 5 jaar schildert of zo, is het gewoon van hem. Maar de waarde van een schilderij is niet wat die kost, bijvoorbeeld 10, 20, 30 miljoen of de Mona Lisa. Gaat schommelen. Frankrijk. Wat je geeft. Nee. Gaat schommelen. Nee, shut up. sorry, man. Is het waarde wat die brengt als hij eraan. Bijvoorbeeld, er is er eentje in Laren gepikt. Een Van Gogh. Ik weet wie hem heb. is geen scoop hoor, is gewoon algemeen bekend. Yeah. Die komt uit Groningen. Als het schilderij terugkomt, gaat hij terug naar Groningen. Wat gebeurt er dan? Busladingen met toeristen. Gaan naar de hotelkamers, broodje eten, vliegtickets. Dat is de waarde van een schilderij. Ja. De Mona Lisa brengt op per jaar, ik denk wel 100 miljoen, aan toerisme. Als het niet meer is. Als de Mona Lisa er niet zou zijn, scheelt het gewoon een bak aan toerisme. Dat is de waarde van een schilderij. Para, man. Para, bro. Ik zou wel... investeren jullie zeg maar in die shit? Als ik ooit in had gekakt, investeren jullie in dingen? Een soort huizen? Ik zag jou met je horloge. Nee, ik heb Beerbrix en dat soort shit. Supreme en dat soort shit, dat heb ik. Oh ja? Ja. Ik heb Beerbrix. Ik heb één gek. Hoeveel kost dat dan? Die Beerbrix. Ja. Die Beerbrix van kwijt. Ik wil niet prijzen zeggen. Wat de goedkoopste? Paarkop. Pak een beet, paarkop. Hebben jullie het over horloges? Nee, nee, zo'n beertje. Gewoon überhaupt investeren, toch? Ja, maar dan NFT-achtige model, toch? Grotere van dit. Hallo, NFT-achtige. Ja, achtig. Nu zou je zeg maar die kans krijgen om bijvoorbeeld de Mona Lisa te nakken. En je weet, gaat je lukken, zou je het doen? Nee. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, mij worden nog steeds dingen gevraagd. Echte, serieuze dingen. De laatste 2 jaar geleden is het nog gevraagd, echt serieuze klus. Waardoor waar ik nu mee bezig was, als ik dat niet had, had ik het gedaan. Hey, ik heb een vraag. Zou je me hypothetisch mee willen nemen in hoe je bijvoorbeeld nu de nachtwacht zou pakken? Ik heb serieus een opdracht. Hey, ik stond daar laatst en toen dacht ik, wow, ze zijn het aan het renoveren met gekke shit. Heb een vriend van mij gedaan toevallig, kon ik bijna binnenkomen ook. Want ik ben serieus, Tony heet die jongen, die lag ze dood. Is de nachtwacht ooit gestolen? Kan niet. Als een nachtwacht gebracht moet worden, gaat het dak eraf. Zo groot is die. Ja. Maar ik heb een keer een opdracht gehad om een nachtwacht te stelen. Ik dacht dat het gek was. Na de Van Gogh roof kwam er een buitenlander naar mij toe en zei, I know who you are. Zei die, hij zei wat? I know who you are. Ja. Want overal waar ik kom en mensen die kennen me zeggen, hey, weet je wie dat is? Blauw, 20 jaar zo. En toen zegt hij, I want a nightwatch. Hij zei, it's impossible. En ik had het zaad doen. Hè. I want a nightwatch. Zeg ik, de roof has to come off. Zegt hij. Ik zeg, in het Engels dan zeg ik, maar hoe wil je die hebben dan? Hij zegt, maakt me niet uit, snij maar in een meter bij meter in stukken. Ik restaureer hem weer. Ik zeg, man, dat is $5 miljoen bouwt hij. Ik zweer het. $5 miljoen bouwt hij. Wow. Want hij maakt, uiteindelijk is het gaat er niet zeg maar, meer om zeg maar, hoeveel die waard is. Zeg maar, je hebt hem. Ja, uiteindelijk, ze willen hem gewoon weer terug hebben. Maakt niet uit hoeveel stukken, bro. Ik vraag me uiteindelijk af, snap je? In hoeverre heb jij een soort van verdiept in de kunst? Ook. Helemaal niet. Ik weet het geld waard nee, precies. Is. En voor mij het waren 2 Michelin-banden had ik zelf gepakt. Ja, hard. Maar dit schilderij, als ik dat had gedaan, ik zit echt over te denken, ik kom daar wel in die raad, dat lukt me wel. Ja. En, maar het was een probleem met het alarm, dat ging dan thuis denken, ik heb er geen werk van gemaakt, ik ging alleen aan denken. Hey, maar ik kom daar al makkelijk binnen als toerist gewoon. Ja, hebt ook te veel van die rommel, of niet? Boaaar! Hé man, ik ben er eindelijk. Half een flesje verder, een paar jonkos. Half een flesje een paar drippies. Let's go man. Dus ik zat te denken, ik snij me een stuk meter bij meter en zo opstapelen, maar toen dacht ik... Want ik heb natuurlijk al straf gehad en ze maken er echt geen grappen mee. Ik dacht, stel je naast voor, ik word zo en zo verdacht, zo en zo. Stel je voor, ik word ervoor gepakt.
dan krijg ik gewoon, de nachtwacht is de schilderij der schilderijen. Mm-hmm. Ik denk, nou, dan krijg ik gewoon de maximum voor diefstal en ze gaan iets verzinnen. Ik moet naar Pieter Bach en ik word voor gek verklaard, want ze gaan je gewoon TBS geven. Ze gaan je echt leren als je zo maf bent om de nachtwacht in stukken te snijden. Snijden ook nog. Ze gaan je nakken, je gaat naar Pieter Bach en ze zeggen, jij bent de lul. Ja. Ik krijg gewoon 5 jaar in TBS en ik ben gewoon 14 jaar onderweg. Dan ging ik echt denken. Toen dacht ik van, nee, dat ga ik niet doen. Ja. Sommige dingen moet je gewoon niet. Weet je wat ziek is? Nachtwacht is ontstaan uit één stuk, hè? Maakt niet uit, man. Margarita. Uit één portret is nachtwacht ontstaan. Ja. Nee. Is het mogelijk om de Mona Lisa te stelen? Nee, man. Kijk, Margarita, alles is mogelijk. Kijk, de Mona Lisa is 1-2 keer eerder gepikt. Beetje mysterieus verhaal allemaal, maar oké. Okay. De Mona Lisa zit achter zulk dik panzerglas door de muur heen en aan de achterkant is vastgemaakt. Dus met een moker kom je er niet doorheen, met een brander red je niet. Maar ja, stel je voor, je krijgt het alarm uit of wat dan ook. Dan zou je het kunnen demonteren, maar... Ja. Kan je tijd nemen. Praktisch onder. Ja. Dat is het niet meer waard, man. Ik kan het niet meer doen. Ik zou niks meer kunnen doen. Als ik zei voor, wordt ook wel eens aan mij gevraagd. Doet het pijn dat je zeg maar, soms kijkt en dat je denkt van shit, dat kan ik niet meer doen? Nee, ik ben er echt wel klaar mee. Maar ik heb wel nog een oog van, oh kijk dit, oh ik zie alles. Zou je mensen wel advies kunnen geven voor geld? Ja, de coach. Dat wordt me de hele dag gevraagd. Ik zou een cursus kunnen geven, stelen doe je zo. Dat zou kunnen. TikTok, je moet gewoon TikTok beginnen, man. Als je nu niet zelf mee doet verder, hè. Ik weet zeker als ik een boek schrijf soms over soms kan je iemand opleiden, toch? Je kan soms kan je iemand 20 is dat geven, strafbaar? Toch? Morgen is het op. Ja, Wat was je eerste en je laatste klus die je gedaan hebt? Maar ken je die? Mijn eerste klus dat ik weet, is gewoon spelende wijs. Vergeet die winkel die stallen, wel eens iets inbreken in een bouwketen. En toen steelde ik zo'n tekenblad, wat je moet technisch tekenen, denk ik, op de LTS. Ik heb dit ding altijd jaren in een soort afvoer bewaard en uiteindelijk... Volgens mij ligt hij er nog, ik weet het niet. Maar ik heb één keer teruggekeken en ja, moet je met dat ding. En mijn laatste iets is ergens een inbraak, ergens hier in Amsterdam op een gracht. Iets. Mm. Ik weet het niet meer. Ja. Heb je wel eens iets gestolen om stoer te doen bij een checkie of zo? Nee. Zo. Ik heb nooit dat is niet van zijn tijd. Ik heb nooit iets gestolen. Je muziek aan maken, je komt beneden. Dat is niet van zijn tijd. Bro, dat is niet van zijn tijd. Nee, maar jij was meer commercieel gericht, denk ik. Ik heb nooit iets gedaan om te bluffen. Of stoer te doen. Ik heb het echt gedaan omdat het mijn werk was. Heb je wel eens gestolen dan, zeg maar, dat iemand vies naar je keek of zo van kloot? Weet je toch dat je iemand ik vind dat wel een rare kloof. Ik heb heel vaak de schuld gehad van dingen die ik niet gedaan heb. Dat is kut. Ik vind een rare kloof, want jij hebt wel gewoon... Zeg maar, ik deed dat soort shit gewoon om ons wel stoer te doen. En niet... Ja, maar ik vind er niks stoers aan. Dat is het verschil. Is mijn werk. Wat is stoer aan je werk? En ik ben een vakman. Ik ben heel technisch. En dan heb je ook mensen die lachen van, werk. Ik maakte 16, 18 uur per dag, ging ook nog in naar school. Toen ben ik op mijn 23 naar school geweest. Op mijn 28 terug naar school en ik bleef continu stelen en doen. En je moet je voorstellen, wat ik bedoel moet is het werk. Dat was ik niet ben lui, man. Elke dag onnatuurlijk bezig, dan breken, dan kraken, alles. Het lichaam is continu fit. Bijna om de zoveel dagen moeten rennen voor de smeres. Dan dit, iemand betrapt je. Dus je bent een soort fucking triatleet, man, of zo, man. En door de ramen heen springen. Wij deden niet aan... Ik heb zoveel achtervolging gehad. Honderden. Hele provincies achter me aan. Dat bestaat niet eens meer. Wij deden niet aan autorijden. Wij deden laagvliegen. Bro, ik had een gekke achtervolging vorig jaar zomer. Normaal, weet je waarom? Gelblaster. Wat is dat? Wat? Nee. Oh, die schietding. Gelblaster. Hoe dan? Je krijgt achtervolging. Bro. Pa, 15 waggies. Ik heb me niet voor rups worden staande gezet. Welke waggie was je? Gewoon in die A-klas wat ik nu heb. Wat deed hij? Hij deed gewoon... Deze is clean, hè. Deze is clean. Weinig kilometers. Was die blaster shit dan? Gewoon die gelblaster voor wat vorig jaar in was, ken je dat niet? Nee, man. Ik ben niet... Mohim. Mohim, in ieder geval, toch? Ik ga die pijps baaien bij je plak in West. Nu we baaien misschien 16 pijps. Want Bergwijn en zo hadden ook pijps. Chapo en zo hadden ook pijps, toch? Nu, paps, waar hij naar Oslo, ik had misschien 7 pijps in de waggie. Dus iemand had gebeld van, hey, deze mannen zijn pistolen aan het handelen. Je weet toch? Ja, pa, serieus, hè? Nu, ik rij zo, pap, ik kom net Ali binnen.
Broer, ik zie, dus er was een Seat al sinds die man aan het volgen. Ik zeg tegen Rups van, yo, fuck met die wagga. Hij zegt, oh, is niks, man. Maar nog 5 jonkels gerookt. Nu opeens, ik zie een waggie komt zo voor ons boep. Ik zie stopteken, bam. Ik zie die man doet gewoon, hij trapt op die rem en stapt uit die waggie. Ik zie 2 scooters doen dit. Ik kijk zo via die achterraam, ik zie 15, bro. Ik zie 14 waggies nog, bro, op deze. Met mask. Nu die die hoogste agent, je toch? Hij rent naar die waggie, hij doet die achterdeur open. Want, dus iemand had al gelijk gezegd van, ja, er liggen pijps op die achterbank. Maar hij doet die waggie zo open, die hoofdagent zo. Hij kijkt zo, hij pakt die ding zo, hij gooit die ding, hij doet die waggie. Ja, man. Hij doet hem zo hard dicht, toch? Zo van, uit woede van, godverdomme. Je moet laat me hier voorkomen. Ja. Je moet ook niet die naam gebruiken, bro, pijp is toch? Bro, hij gooit die deur zo hard dicht, hij loopt gewoon weg naar die waggie zo. En ze verdwenen gewoon. Hij zegt, ja, nee, hij een van die jongen kijkt wel, ja, en ze waren allemaal weg, man. Die man was zo pissig. Ik heb ook wel eens gehad met een klappertje pistool. Gewoon bij. Maar nu, we gaan door in de avond in Alipor. Met Bergwijn en zo, pa. Ja. Pa, Bergwijn wordt uit die G-Wagon getrokken, plat op. Ook voor dezelfde shit. Maar wij allemaal, want het ging met op elkaar bossen toch met die pijps. Heb je die model nooit meegemaakt? Ik heb dat niet gedaan, man. Met jou ook, nee, ik doe dat niet, man. Kom op, man, bro. Bro. Ik ben 36, G. Wat ga ik op straat staan met gel blaster om elkaar schieten? Bro, no, dit was echt die kleine balletjes. Ja, bro, vraag C-smoke, pa. Dat zijn gewoon BB guns. Bro, dit was, pa, dit was Shirek, bro. Blok tegen maar wat is het verschil tussen gel blasters en BB guns? Geen pistool. Gel blasters doen pijn. Dus gel blasters zijn gewoon heel klein. Ja, mannen doen drive-bys en zo. Gel, gewoon gel. Het is letterlijk pudding. Oké, dankjewel. Maar pa, we hebben deze zelfs gepakt, dus iedereen zet pijp. We gaan een garage, iedereen zet pijp op de grond. We gaan afstand. Ja, maar waarom noem je die pijpjes dan? Wat is dit? Pa, je gaat met rode plekken naar Osso, hè. Hey, Chapo, leg die mannen uit als je boven. Ik hoor je, maar volgend jaar gaan we op je blok spinnen ook. Hey, maar luister, deze zomer gaan we op je blok spinnen. Hé, hey, maar 5-0 weet ook gewoon die code praten over pijpjes, toch? Bro, dus waarom op je blog spinnen? Waarom gebruik je dat voor kinderen? We moeten gewoon doorheen lopen, man. Nou, dat gaat niet, grap. En ik ben Adrem in de kant. Dat gaat niet, grap. Jij bent next level, grap. Ik zeg, je bent echt een rapper. Jongen. Shit. We zijn geen rappers, we zijn straatiemannetjes. Laatste, die dingen wat ze tegenwoordig doen, wat zeg maar die gel-dingen schieten. Ik vind dat jongeren allemaal lijpe dingen doen. Oké, maar het ging te ver. Kijk, heb je meer. Het ging te ver. Laatste. Wat jongeren ook veel doen, dat ik denk, is echt, ik heb vrienden die krijgen er rotzijnen van, die hebben echt een wapen klaar. Je hebt van die gasten die de hele dag zo in de auto rijden. Tuurlijk, hoor je. Zo en dit en op een scooter. Ik heb vaak met grappers in de aanzien, ze komt rijden op een scooter. Gelijk, die ding, als echt, want zo word je ook geliquideerd. Ja. En ze komen allemaal ook nog stoer aanrijden, je schrik je af en toe de tering. Bro, ik heb zelf een paar keer bazooka getrokken, bier. Hey, grap. Dat is niet goed, man. Is eng. Ja. Ik ben verbaasd dat nog niet in één keer, laat het afkloppen, in Nederland is gebeurd dat zo'n jongen gewoon bij een stoplicht, bij bam, en die was in zijn kamer. De school heeft snel of ingegrepen, toch? Oké. Okay. Was direct verboden ook. Ja, die wapen, nee. Die shit, ja. Max, 2 maanden. Ja, ik heb het een keertje, wat hij nu zegt, zeg maar, heb ik een keertje meegemaakt. Ik kan nog niet zeggen met wie, maar het was iemand die heel close was. En die persoon had net iets gedaan. En ik dacht bij mezelf van, oké, die persoon is, ik was onderweg naar school. Dat was wel echt vroeg. En deze keer moest ik extra vroeg gaan. Omdat ik was te laat, zeg maar, de dag daarvoor moest ik extra vroeg naar school. Dus omdat ik extra vroeg naar school moest, kwam ik hem tegen, zeg maar, in zijn werk, in zijn auto, onderweg naar werk. Dus ik dacht bij mezelf, haha, dan moet deze man even laten schrikken. Ja. Met die ding. Nee, is gewoon laten schrikken. Nee, hij zit net in zijn waggie, zeg maar, ochtends waggie gestart. Die dingen zijn aan het opwarmen. Ik kom op de fiets. Gewoon even gat toe gewoon. Ja, maar die man even laten schrikken. Ik laat die man schrikken. Doe maar. Dat is die pijp in mijn gezicht. Ik denk, we hebben even gehuild met de koeien samen. Nog okay, net geen lezen. Ja, dat is maar real shit. We hebben even gehuild met elkaar van eventjes, bro. Een levenslessie. Ja, doe dit nooit meer. Doe dit nooit meer, man. Ik was nog een kleine nek. Al leuks aan deze podcast, Hef. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou me niet heel erg in verdiept. En ik kwam hier gewoon zonder idee binnen. Maar juist in verschillende culturen, in die verschillende manieren waarin we zijn opgegroeid. Dat vind ik gewoon hard dat we nu aan tafel zitten en gewoon een beetje slap. Bro, dat is waarom ik deze fucking tafel zo gemaakt heb, bro. Vind jij mij een slappe ouwe hoer? Hey, zeg het gewoon, grap. Zeg het gewoon, kerel. Okay. Maar dat is juist leuk. Ik zou iets met jou over Kafnoem willen weten, maar. Ja, we gaan over met hem nu lullen, man. Vertel een beetje over jezelf, man, bro. Ja, maar wat zeg je, man? Oké, okay, hoe moet ik hier nou? Hey, hij dacht, ik kan het van dit. Nee, ik vat toe, man. Nee, jullie zijn een Von Dutch allebei. Von Dutch, je komt ook van Dutch. Hoe kom je aan die pet? Vertel eens. Doe die pet af, doe je pet af.
die beter. Gekocht gewoon. Beter, hè? Ja, ja. Je wil mijn afro zien, hè? Ja. Hey, maar hoe, waarom ben je geen muziek maken? Gewoon, man. Ik vond het leuk. Ik hield altijd van muziek maken, muziek luisteren. Is er één iemand die je echt denkt van, door deze gek ging ik muziek maken? Ga nou niet zeggen. Heb je vroeger nooit gedanst of zo? Jij lijkt me echt dikke. Je hebt gedanst of iets. Broer, kijk piano spelen, broer, iets. Ik ben alweer stiff. Broer, dat maakt niet uit of je dik of dun bent, B. Nee. Skip, skiri, bam, dum, yes, 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 skiri, bam, dum, yes, yes, yes. Nee man, ik heb nooit gedanst. Ik heb nooit gedanst. Zé. Iedereen kan dansen. Hey, hij mag niet meer dansen toe. Ja. Iedereen kan dansen, pimp. Don't let it look. Ik kan echt niet dansen. Ik kan ook niet dansen, man. Nee man. Ik kan ook echt niet. Kan jij dansen? Ben je dansen? Vroeger deed ik wel breakdance, man. Iedereen kan dansen. Ik heb het gezien in de club. Jij staat stoer tegen de muur. Nee, nooit. Hey, broer. Broer, nooit. Hij kan dansen? Ja. Dankjewel. Kes, ja? Kes, Kes, alsjeblieft. Zeg ze, ik ben niet die kill. Ik ben niet die kill die zo staat, zeg maar. Zo. Mm-hmm. Ik heb wel. Dansen, grap. Nee, ik kan niet dansen. Het is zo. Ik, snap je? Ik ben die kill. Ik ben opgezet. Ik wil echt graag. Dus zeg maar, als ik gedanst heb, is zeg maar deze. Nee. Je kan beter, man. Toestel. Stel je bent echt op een rave of zo, weet je? Nee, gewoon, oh, wacht even. Ben je nooit naar techno geweest? Nee, man. Broer. Hey, dat wou ik net vragen, man. Gauwe. Mensen willen me meenemen. Hoe die man nee, je moet mij meenemen. Hij wil me naar Elro meenemen. Oh, Elro is Ibiza. Elro is de shit. Ja? Waarin er is nu Elro Town. Elro. Er is nu Madrid. Mij is er Ibiza. Of we klemmen hem hier in Enna. Wacke shit. Elro is in Ibiza. Hij is nu in Madrid. Ushuaia. Hij is uitverkocht Madrid. Ik krijg net in. Ga je een beetje EDM techno luisteren daar zo. Oh shit. Kanker op, man. Hey, wat zeg je me? Kijk, wat zeg je me? Ja, hè? Give soul. Wat zeg je me? Wat is give soul? Ja, heb ik. Mijn soul geven, mijn ziel geven. Ja, je ziel geven. Aan wie? Precies zo. Aan wie? Aan hen. 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 Wat zijn het regisseren? Neem jij die pillen mee? Ik, Heffen de M, tering. Ja, dan ga je dansen hoor, grap. Heb je M bij je? Dansen water. Ik, nee, ja. Ik doe zulke dingen niet, man, bro. Hè? Ik doe zulke dingen niet, man. Stop, zeg maar niet. Je vertelt een mooi verhaal over yes, nee, nee, man. Hebben jullie al een keer gechilld met de jeugd van tegenwoordig? Zijn jullie matties met hen? Ja, man, sowieso. Goeie guys. Ja, goeie guys, hè? Ja, man. Worden jullie vaak met hun helaas wel, man. Vergeleken? Ja, man. Waar zijn die nieuwe? Je komt even met een brug, gaat. Dat is belangrijk, natuurlijk. Hey, fuck it, man. We doen wat we doen. En love it. Ja. Je scheidt aan alles. Zeg gezien als de Willy Wart dan. Ja, maar alleen omdat ik een kleurtje heb en gewoon dik bent, hè? Alleen dat! Ik voel me veel meer verbonden met Pepijn, gewoon die knappe guy. Gewoon ja. Maar wat doe je nu eigenlijk? Ik vraag me nu af wat je doet eigenlijk. Ik rap je, maak je muziek, dans je. Ik zing, ik rap, ik dans. Speel je shit checken, man. Jij gaat fokken met ik ga gewoon kijken, maar je ziet gewoon Insta, dus je ziet niet veel. Speel je instrumenten? Je moet niet in Insta kijken. Ja, maar dat zeg ik. Ik ga je als je daar op doet, gewoon Insta even. Hij is erin. Zal ik bedoel? Lekker boa! Ben jij wel hier? Lazer, speel je instrumenten? Ja, niet in de formatie waar ik nu zit. Het heet Goldband. Het is een soort boyband concept. Maar wat is ik probeer het uit te leggen nu. Ja, wat ben jij van die band? Ik ben een van die zangers. Oké. En ik schrijf muziek en ik run een bedrijf en ik... Alles gewoon. We doen alles samen. Dat wou ik even wat is jouw model? Ik hoor deze man zijn naam vaker, of niet? Ja, maar hij is geen kleine speler. Nee. Maar laat ik het anders vragen. Kan je instrumenten bespelen? Ik kan wel instrumenten bespelen, ja. Wat dan? Ik kan een beetje gitaar, een beetje piano. Okay. Ik weet wat... Waarom ga jij muziek maken? Ja, mee opgegroeid, man. Albert Aantom ontslagen. Zijn jullie matties of samengesteld? We zijn matties. Ja. Allemaal uit dezelfde? Allemaal uit Den Haag. Ja, allemaal uit de Baal. En die groepje is nooit veranderd. Uit de Baal? Uit de Baal? Uit de Baal, ja, man. Je groepje is nooit stukken. Veranderd. Oh, onze naam komt ook van een stuk gips, Goldband. Maar je groepje is nooit veranderd. Heb je nog steeds dezelfde klik? Nog steeds, ja. Zijn het nog begonnen steeds? Volgens mij, 100, toch? Ja. Pas begonnen, zijn toch? Tof, we zijn gek samen, man. Gek. Ja, we zijn pas begonnen. Denk ik 3-4 jaar. Mag ik zeggen, en dat is misschien heel kut om te zeggen, maar mag ik zeggen dat het zeg maar wel echt een fucking
Want is dat wit succes? Het is een mooie ding zeg maar, om vergeleken te worden met jeugd vertegenwoordig. Waarom? Zeg maar, omdat weet je hoeveel guys zijn geweest zeg maar, die dat wilden, bro. En zeg maar niet dat jullie dat nu zijn, zeg maar, dat zeg ik niet. Maar ik zeg alleen maar, als mensen dat doen, is het wel met de fucking beste guys. Ja, en je bent nog steeds met je bullies. Je bent nog steeds met die mannen van toen. Fucking compliment. Snap je? Ja, man. Je still wat de fucking bullies. Ik ga niet nu opeens een B2K maken. Is raar. Nee, zal maar passen. Of eerlijk, ik moet ook... Ga je joinen? Bro, ik ga get, man. Wat wil je? Nee, man. Die toe kun je wel passen. Hoe heet die ene guy met die Tory hier zo? Nee, man, baar me niet. Ik ga niet meer komen. Oh, Mario, ne? Ja. Ik ga niet meer komen. Ellis, ik hou van jou, man. Ik kom niet meer. Hij lijkt op Lil Fizz. Hey. Ja, hij heeft die Tory toch? Als je nog één keer op, ik kom niet meer, bier. Kom niet meer. Ah, dik hoor, maar ik vond het echt super gezellig vandaag, man. Je gaat hem afsluiten al. Nee, niet eens, man. Ik vond het gewoon super gezellig. Wat is die volgende dan? Huh? Goeie topic. We gaan over lullen. Zeg iets goeds, man. Waar wil jij over praten, Kenneth? Ja, kan een gooi iets Belgisch, man. Ik wil... Wacht even. Oh. Laat het even. Hoe kunnen we... Hij denkt, wij zeggen nooit maar erin. Wacht even. Hoe gaan die Belgische dames niet eens ons mij leuk vinden? Waar vallen Belgische dames op? Weet ik veel, man. Waar vallen dames op? Gap, hij is 21. Ja, maar hij is toch ook uit België, of niet? Laat hem met rust. Ik heb die pet heb ik al. van Dutch. Die pet heb ik al. Van Dutch. Ja, ik heb ook bril op. Die Bottega trui heb ik nog. Deze man chill, hoor. Ja. Wat zou harder in België dan dat er nu in Nederland is? Hoe is die Tory ook alweer? Penicilline. Wat is een act die in België nu harder is dan een Nederlandse act? Goeie vraag. Heb je wel shows überhaupt in B1 nog nu? Jawel. Wel? Niet? Nou, laat die mannen antwoorden dan. Vraag hem iets serieus. Je bent net bokkesam. Vraag hem iets serieus. Luister. Jawel, bro. Luister, jullie vallen voor veel te moeilijke vragen. Hij is 21 jaar. Ik ga hem een vraag stellen waar hij antwoord op weet. Oké. Houden ze in België van drugsmokkelen, stelen en overvallen? Dankjewel, man. Ik denk, zoals overal op in Europa is... is dat niet nou, moeilijk bro. Doen. Vraag veel, hef, je vindt het toch moeilijk? Laat mij even... MBO, bro, ik heb LWO gedaan, hè. Laat even met mijn gast praten. Grijp die dingen niet allemaal, bro. LWOO. Leer... Wat? Ik had die... Nee, je hebt LWO en je hebt LWOO. Ik had die. Leer weg ondersteunend onderwijs. Dus ik had zeg maar deze nodig. Deze. Ja, Danny, zie je deze? Is niet grappig, we mogen niet lachen. Potentieel TBS. We mogen niet lachen, hoor. Ik kom niet meer, heb je. Dat zeg ik niet. Dat zit er. Klaar op, man. Dat zit er. Bro, je hebt zo'n show. Je moet zo optreden. Ja, klopt. Ik weet niet hoe laat het is. Hoeveel shows? Heb je show? Ik ga met je mee ook, man. Nee, neem deze man niet mee. Neem deze man niet mee. Hey, we gaan met Hef. Bang Bang Anywhere Gang. Hoeveel shows heb je ongeveer gedaan nu, denk je? Gewoon sinds je begonnen bent. Zit je al over de 3 barkies? Nee joh. Ik zit denk ik niet eens aan de barkie. Barkie? Ja. Hoe lang ben je boekingsbureau? Bro, waar dat ding komt? Ga maar even je show overnemen ook, Bambi. Ik zit bij Mojo. Thanks. En bij Live Nation in België. Mojo, bestaat dat nog? Ik ook. Ja. Tuurlijk bro, ik zit ook bij Mojo. Live Nation heeft alles, man. Hoe zit jij niet bij Mojo? Hoezo zit je? Ik was Wolf, man. Ben je ook bij Mojo? Wacht even, wat mis ik hier? Ik was Wolf, man. Is dat raar? Luister, is Mojo Dokter Tim van Rongen? Huh? Tim van Rongen? Dochterbedrijf van Mojo. Ben gek. Vroeger Leon, Mojo. Molle Wolf is van Ali B. Ik zat bij Daniel. Rapt hij met Wolf? Kom je Daniel? Is het met Wolf? Ja. Wolf en Mojo waren hetzelfde, toch? Dat is wel waar. Hey, ga daar weg. Oké, ik zat bij Daniel. Maar waar zit je nu? Nu zit ik bij Nathan. Toch? Nee, dat is nee, maar gewoon mijn manager. Maar voor mijn boekingsbureau, zo. Dat is echt slecht wat je doet. Ik weet even die naam niet meer, sorry man. Kom bij mij dan. Nee, ik heb goede boekers. Ja. Ik zit zelf. Nog even die naam opzoeken, ja. Man. Dat gaan we niet kijk, maken. Kijk, wat kosten jullie een paar doezen gaan sturen, ja? Wat zeg je? Jullie kosten een paar doezen, hè? Ja, een paar.
Jij kost 4-5 bands. Jullie zijn gierig. Ja, 4-5 man. Hoezo? Spaar me niet. Nee, 40, wat 40, vraag 5. Jij dan? Bro, weet je wat ze hebben gedaan? 40-5. Ja. Ze hebben Kop. Bij Lotto Arena. Nee, wat was dat? Sportstadion. Wow, bro, hij is aan het praten met jou. Het Sportpaleis, dat. Ja. Hebben ze. Shows 40-50 kopie. Jullie merch gewoon buiten die stad. Gewoon ergens in een pop-up store. Bro, die man heeft fuck shows. Fuck die hele. Nee, man, zij waren 30% van de merchandise. Hm? Ja, we hebben gewoon scancodes opgehangen daar zo. Uh-huh. Fuck dat, man. Je moet nooit venues geloven met merch verkopen. Doe jij dat? Geef ze pakken je. Altijd. Nee, ik heb geen merch. Moet je wat doen, bro? Ja, man. Ik weet niet. Waarom niet? Zou jij het lauw vinden als jij iemand ziet met... Ja, man. Chubby what? Merch. Wat, chubby merch. Ik ben gek. Vind je niet lauw als iemand, ziet met jou, als iemand voorbij zit met jouw pokoe? Ja, bijvoorbeeld. Ik ga dat niet doen, man. Als iemand met jouw pokoe voorbij rijdt, vind je niet hard? Ja, wel dat wel, maar zelf dat is anders. Zelf dat is anders. Zelf nee. Shit, bro. Ik ben daar nog niet, bro. Ik heb nog veel te doen. Ja, maar je kan er wel heen gaan. Ja, komt goed. Bro, je moet. The iron is hot. Als er één ding is van wat je vandaag mee moet nemen van rookworst. Alles. Als er één ding is wat je mee moet nemen vandaag van rookworst, bro, is merchandise. Ik ben het ook, man. Jullie dagen ook, fuck up. Wie is bro, fuck nee, hij heeft mijn hoofd al heet gemaakt daardoor. Daga, jullie daga, man. Voor mij zijn er bepaalde dingen die ik moet aanvoelen of niet. Er zijn heel veel dingen die heel veel artiesten doen. Het enige wat jij moet aanvoelen is de creatieve kant ervan. Als jouw manager zegt, we gaan shirtjes doen, is goed. Ik bepaal hoe de shirtjes eruit gaan zien. Ja, precies. Dat is het enigste. Maar ik wil geen shirt. Nog niet. Jouw fans willen wel shirt. Nee, joh. Ja, komt wel. Komt niet om jou. Gaat niet om jou alleen. Hun willen een shirt van jou dragen, bro. We willen dagen aan jouw shirtje, wakker worden, trainen in jouw shirtje, naar school gaan met jouw shirtje. Weet je wat met hem is? Merkel, jij bent bescheiden. Hij is, naar mijn idee, hoe hij het doet, heel goed opgevoed. Met geloof. Heel goed, ja, man. Met geloof, hè? Vind je niet iets dat hij is als bescheiden? Nee, omdat hij is opgevoed. Hij moet nu pas leren. Hij wordt nu man. Nu wordt hij groot. Nu gaat hij zelf zien hoe hij dus heeft hij heft nodig om te zeggen dat hij fucking merchandise moet verkopen. Jij bent high, dus we laten hem naar jou. Oké, ik was hier al bang voor. Alles wordt daarop afgesloten. Maar ik begrijp hem. Zelf eindelijk hier. En gaandeweg komt hij wel waar hij moet gaan. Komt wel goed. Ja toch. Nee, maar bro. Dit is, kijk, dit is een stukje van artiest zijn. Ja? Kijk, als je zegt je gaat artiest zijn, zeg maar, kan je niet de helft doen. Je bent artiest en dan ben je artiest. Mensen willen shirtjes van jou, mensen willen placemats van jou, mensen willen dekbed van jou, mensen willen toekomst van jou. Je zet die shit te koop. Ik denk dat jij ook nog steeds hebt, als je hebt opgetreden, want ik weet zeker dat je fans hebt, dat ze naar je toe komen, wow, en dat jij zegt, hey, rustig aan, of van wat is dit? Klopt. Ja, je bescheiden. Ik denk dat je heel erg struggelt met jezelf als merknaam zien nog. Inderdaad, ik vind mezelf nog zeg maar niet. Ik zou hefslippers kopen, dat zou ik met alle liefde doen. Maar er zijn bepaalde artiesten waarvan ik geen shirt zou kopen, omdat ik denk van jij bent daar nog niet. En dat heb ik bij mezelf ook. Nee man, bro, je bent niet te streng voor jezelf. Nee. Goed, ik heb één tune die. Bro, die je bent te streng voor jezelf. Ja, maar hij is oprecht humble, gap. Ja, is goed, dat vind ik maas. Maar zou je, als ze je voor iets vragen voor een reclame, zou je dat doen? Ligt eraan. Oh, wie kan je West? Okay. Nee man. Huh? Okay. Wie kan je West? Nee, serieus. Ik zou hem even in te grijpen. Laten we even teruggaan naar die boekingsbureau voordat ze me gaan ontslaan. Daarom ging die weg. Hey Wesley. Hey Wesley. Wesley. Hey Wesley. Have private have man. Wesley. Yo. Yo, je bent nu live. Je bent nu live in Rookworst man bro. Ik heb je artiest hier aan tafel. Ik ben ontvoerd, help! Die man weet niet, zeg maar, wat zijn... Laat mij roken wat jij rookt dan. Die man weet niet wat zijn boekingsbureau is, man. Dus hij heeft hulplijn ingeschakeld? Ja, hij heeft hulplijn ingeschakeld, bro. Ja, man. Wat is de prijs? Hoeveel heeft hij nog? Hij heeft nog. Hij gaat ik heb nu nog 20k, 20k ja, open. Hij man. Gaat nu naar de bedrag van 20k, man. Ik heb nog 20k, man. Weet hij, Wes? Wes hey, als je het goed raakt, hebben we 50, bro. Wes, help hem nou, anders krijg ik de schuld direct. Ja. Hey, en er wordt nog bij ingebroken. Ja, dit moet je niet zeggen, gap. Het is een
Steve, de Fresh Agency. Fresh Agency. Zie, hij weet dat niet. Maar ik zit er pas, bro. Doe even normaal, bro. Oh, oké. Nee, thanks, man, Wes. Hey, maar zijn we met Fresh Agency aan lijn? Ik dacht, even checken. Dat is mijn lobby, man, Wes. Tjallas. Later, Wes. Zeg maar tegen Nathan. Zeg maar tegen Nathan dat hij mietje is. Nathan is een mietje. Nathan is... Later. Ik heb hier niks mee te maken. Bedoel je? Maar dit knippen straks. Doe je zoon van, Moscovici? Ja. Oké. Ja. Nee, dat is goed. Ik heb het al, met hem kan ik altijd wel chillen, man. Niet liegen, man. Ja, echt serieus, man. Ik heb dat altijd. Nee, als je maar op dat. Wacht even, je gaat te ver. Nee. Het is echt door de spanning. De rommeligste fucking robust. Nee. Maar leg uit, neem ons mee. Ik weet niet, man. Gewoon hoe die hele kankerindustrie in elkaar zit. Hey. Het is gewoon moeilijk. Het kankerindustrie? Gewoon gewoon de hele muziekindustrie, radio. Jullie worden niet gedraaid op radio. Jawel. Ja, Phoenix. Ja, Phoenix. Nee, man. Ik weet niet hoe ze heet. Nee. Wacht. Hij staat op een paar hitjes die misschien zeg maar bro, wel. Ik word wel op een paar doege radio's gedraaid. Esso naar hun. Ik weet niet hoe. Ja, maar bro, dat het meer als. Maar is genoeg, bro. Mabuma is om de 3 maanden 6 bands plus. Hey, maar was niet, is niet persoonlijk. Ik bedoel meer, zijn gewoon nog steeds witte mannen aan de macht, toch? Die elke poppen van hun oude gedraaid op radio. Oude normen en waarden van de radio aan zich houden. En die, ik hoor je. Die daar nog steeds oud geld in hebben en shit. Ja. Dus het is een manier om mee om te gaan. Maar het is zeker niet het belangrijkste. Ik bedoel. We floreren allemaal op streams of wat dan ook. En views. En... Jij krijgt straks de winst van voren, hoor. Gap. Wat? Jij krijgt de winst van voren, hoor, straks. Je krijgt de winst van voren. Ja. Van wie dan? Als je dat zegt. Maar je hebt gelijk. Maar ik moet wel één ding zeggen. Ik ben ook bezig met die media gebeuren en alles. En het is nu een vereiste, internationaal vanuit Hollywood, dat er meer donkere mensen voor de camera komen, achter de camera, in de muziek en alles. Want het begint een beetje op te vallen, weet je. Dat die mensen die echte dingen doen, mensen voor plaats is natuurlijk iets anders dan mensen op een functie. Nee, maar zo'n credits geven ook, weet je. Ik weet het. Ik weet bijvoorbeeld dat ze met mij over me zouden gaan schrijven dan, het verhaal. Toen werd er vanuit Amerika geëist dat er een zwarte schrijver meedoet. En die was er al. Dat is nu even allemaal fuck anders. Die zwart schrijver. Nee, maar... Degene die bepaalt dat er een zwart schrijver moet komen. Daar moet die verandering zijn. Ja, dat is wel daar heb je allemaal gelijk in. Klopt. Dat is real shit. Ik ben met je eens. Iemand ooit pokken voor jou geschreven? Pokken voor mij geschreven? Nee, jij uitgebracht? Ghostwriter? Nee, toch? Nee, maar net zeggen. Moet ik pokken voor je schrijven? Jij moet samen met hun een featuring doen. Ik vind je passen bij hun. Ja man. Ik voel je energie ook, man. Ga je maar bar of niet? Ik wil gewoon een kleine percentage, man. Ja, is goed. Hoeveel? Want het is hier wel hier geboren. Hoeveel? Dan, hoeveel? Hallo en ik dan. Ja. Oké, okay, je hebt ook iets gezegd. Ja. Kom je in die clip? Ja, ik ben in die clip. Oké, kom je in die clip? Zolang we erin gaan stelen, ben ik in die clip. Ik zie het helemaal voor me, man. We gaan een pokko maken over Van Gogh stelen. Okie en Rick Owens. Okie en Rick Owens. Als het maar zwart is. Zwart. Rijksmuseum. Zonder hakkengap. Destroyed. We snijden die shit in stukken. Dom. Kan, verzin maar wat. Hey, ik ben erbij, man. Fix het, man. Kom kwijt dan, maar ook met helikopter, hè? En 538. Ja, is goed. En forever, en forever gratis backstage. Ket Nerf, ik heb een goede vraag voor jou. Hey. Een vraag voor een slimme guy. Hij verslikt zich bijna. Wat zou je kiezen? 5 diploma's of 5 talen? Wow. 5 talen. Ik denk niet dat je... Ja. Je hebt gekke diploma's, hoor. Ik heb, ja, oké. Er bestaan gekke diploma's. Maar ik denk niet dat ik daar gelukkig van word. Van die gekke diploma's. Als jij diploma's hebt, ga je geen muziek maken, toch? Neem ik aan. Ja, ik wil geen advocaat zijn. Ik wil geen dokter. Als je diploma's hebt, heb je ook shit geleerd, toch? Dus eindelijk heb je niks aan die diploma's. Je hebt diploma's in filosofie. Of je bent super geïndoctrineerd. Ja, maar die man wil muziek maken, bro. Ik heb liever dat laat ik een man Spaans vertellen wat hij wil. Nee, wacht. Jullie praten over diploma's. Nee, maar jij zegt 5 diploma's of 5 wat? Die man wil muziek maken. Ja, ik zou liever een poko maken in het Spaans en in Koreaans. Geen Spaans, bro. Welke taal? Welke talen zou je kiezen? Goeie vraag. Ben je dom in die 5 talen? Of ben je slim? Wacht, laat even kat nuf dan. Je hebt gewoon 5 talen. Je bent gewoon wie je bent en je hebt 5 talen. Zeg maar, één van die studies is studie 5 talen. Nou, dat kan niet. Nee, dat kan we niet allemaal. Oké. Welke talen zou je kiezen? Ik zou graag Arabisch willen leren, want ik ken een dialect van het Arabisch, Marokkaans, Darija.
Spaans, Frans. Ik ben echt slecht in Frans. Drie. Moeilijke taal. Japans, man. Uit. Zou Japans. Japans gaan? Maar je kiest ze ook uit, hè? Japans is moeilijk, en Portugees. Ja. Zulke dingen moet je boek lezen. Ja. Leg uit, waarom Portugees? Maar Portugees is Spaans, is, Dominicaans, Antilliaans. Ik hou van op reis gaan. Weet je alles. Toch? Ja. Ik hou van op reis gaan. Het is geen taal, man. Het enige Spaans wat ik kan is picado en... Ja, ga er zeker vaak heen. Dat is vis. Ja, maar Spaans, je gaat me mee naar de show nemen. Spaans en Portugees zijn twee verschillende dingen. Ja, klopt. Precies, precies. Luister, luister. Als je één taal nu moet weten, waar je raak mee kan worden, deze man, ook in de toekomst, is Chinees. Ja? Want die laders gaan de boel overnemen. Je moet Chinees leren gaan. Kim, want dan kom je door. Wat? Dus je kinderen moeten Chinees leren, echt. Ja, joh. Hamao. Chinees. Ik ken alleen Hamao. Kijk, één. Kijk, weet je wat de oude Hawaiianen zeiden? Weet je wat? Ja, uiteindelijk, tuurlijk. Bro, weet je wat de oude Hawaiianen zeiden? Wat zeiden ze? Nee. Die Asian chickies, hoe hun noepie is. Nee. Voor die mensen die vragen wat noepie is, is Puni. Hmm. Hij is niet. Maar kijk, meestal is hij zo, toch? Nee. Danny. Danny. Dan. 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 Maar weet wat ik ga zeggen, toch? Nee, niet zeggen. Hé. Hey. Ja, B. Maar laten we praten over Brass Band. Ja, man. Originals. Ik speelde daar quadroep. Kom zitten, praat in de mic. Wat speel je? Hoor de commissier, man. Quadroep. Dead sisters. Topgroen, ja, hè? Mijn moeder hield ook van een slok. Wat weet je van... Zijn ze in die? Hey, ik ga niet eens veel takken, man. Oké, okay, maar bro, Brass Band. Ik ga morgen ophalen, ook. Welke Brass Band is beter? Rotterdam? Originals, klaar. Rotterdam of Amsterdam? Amsterdam. Ga weg, man. Wanneer? Oeh. Tumtukke, tumtukke. Jullie hebben 12 Antillianen. Hey, er zijn 12 Antillianen in Damsko, bro. Luister. Tumtukke, 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 tumtukke. We winnen, Albi. Alleen dat. Hey, bro. Ken je wat hij zegt? Ja. Zijn konjo? Ja, boy. Zijn luister. Ik ben er klaar mee, man. Ja? Volgens mij Clyde, toch? Zie je wat ik bedoel? Daarom vraag ik hem. Clyde, toch? Maar nu moet je Clyde gaan vragen. Nu moet je Clyde gaan vragen. Praat met hem. Eerlijk, bro. Eerlijk. Ken je Niels? Wie? Vraag een Clyde. Ken je Niels? Nee. Kijk, maar ik zeg ook niet dat ze de engste of zo zijn, maar ik gewoon wat ik eerlijk, toch bro? Gewoon liga, toch? Gewoon liga. Je hebt gewoon zeg maar, er zijn gewoon, hoeveel brassbands zijn er in Nederland? Miljoenen. Maar bro, ik, dat zeg ik, ik kom van onder tunnel spelen. Tumtukke, tumtukum. Snap je? Ja. Daarna ging ik naar tumtukke, tumtukum, tumtukum. Snap je? Ja. Dus. Hé, maar klinkt dit ook door in je muziek? Wat? Dat is die Tori, man. Bro, kijk, sowieso, kijk, voor mij toch, kijk, wat voor mij ook pokoe maken makkelijk werd, is omdat ik zeg maar... Ritme snapte. Dankjewel. Breaks. Snap je? Dat ik zeg maar niet op een pokoe één tori moet houden. Nou, ja. Hier zeg ik dit, daarna doe ik... Snap wat ik bedoel? Ja, toch? Ja. Ja. Dankjewel. Drumline ook kapot. Dat zeg ik, die muziektories, dat komt echt van Chingstaf aan. Ik kreeg drumline. Snap je wat ik bedoel? Ik moet met die stok gooien. Ik ben die killpa. Ik gooi stok, B. Drumline was met, hoe heet die ook weer? Nick Cannon. Nick Cannon is wel kakkerboy, man. Nick Cannon is niet, hij is niet lid. Maar wie is lid dan? Kevin Hart. Kevin Hart was dom, ik was vorige week bij hem, man.
Hij was in R laatst. Ja, ik vind hem een toffe guy, man. Ik hoor je puur. Ik vind hem een toffe guy, man. Hou jij van stand-up comedian? Ja, wow. Comedian. Maar mijn Engels is niet zo goed, dus... Nee? Ice Cube was mijn held vroeger, man. Ice Cube is geen stand-up comedian, man. Deze spel, man. Die kino's van hem. Zo begon hij, man. Friday, ja, next Friday. Ja, oké, dat is gewoon kino, maar dat is geen stand-up comedian. Ja, maar pas daarna werd hij bekend van die kino's, bro. Ja, maar dat is geen stand-up comedian. Wat is dat dan? Stand-up comedian is als je gaat staan op podium met een mic. Ja, maar dat wat voor kino is dat dan? Want hij begon niet comedy, met stand-up comedy. Kijk, comedy en comedian zijn twee verschillende dingen, man. Oké. Ja? Oké. Ja, ik moet even... Sorry, je kan Kleid ook vragen aan me. Wat is die, bro? Ken je Berto? Nee, man. Je kan Kleid vragen aan me. Gooi hem. Unicum, Rotterdam. Wat is avond? Moet ik hem bellen of niet? Bel die man nu, zwa. Wat denk je, man? Vraag die man zo aan Niels, zwa. Ken je die man in Unicum? Vraag hem nu, man. We zijn voor Rotterdam, man. Wat is er, man? Wie zijn ze dan, man? Timer dan even. Noem een paar namen, man. Dat is een klein aantal. Wie zijn ze dan, man? Noem een paar namen dan. Wat is komen, gap? Timer, die live. Sowieso. Hallo, papa. Zie je? Hé, hey, Berto! Hey, wacht. Hij is verkeerde kant, wacht. Berto! Awoji, vaka. Berto! Hé, hey, Berto! Fuck met die massa Ziggo ook, man. Berto! Berto! Hij belt. Ik heb gewoon een abonnement. Berto! Vakka, pa. Rustig, man, met jullie. Alles lekker? Ja, toch. Je bent live in Rokos, manji. Oh, ai. Oké, luister. Ik hoor je ben van Originals. Ja, man. Brass Band. Ja, klopt. We hebben één speciale vraag voor jou. Wat is je echte naam? Ik vergeet zijn echte naam altijd. Tani. Van waar ken je Tani van Unicum? Wie? Tani van Unicum. Tani, nee, man. I know. Tani, stoi, oh, dit zie Tani. Tani. Nee, dat is Berto. Berto, wacht even. Berto is Clyde daar. Nee, maar ik ben niet met Clyde. Bro, kan je Clyde in het gesprek zetten? Unicum tegen Originals, wanneer? Wanneer? Zeg, zoek Kleid. Hé, bel Kleid. Zet Kleid even in die gesprek. Jullie kennen elkaar sowieso. Zoek Kleid. Jullie moeten elkaar sowieso. Ik ben dirigent van dat Unicum. Dalius hier, man. Oké, is goed. Ik ben dirigent. Nee, ik kan niet dirigent. Hij is dirigent. Ik wou net zeggen, ik ben dirigent. Was jij coach? We zijn coach. Ja, toch? Ik kom met me. Jullie zijn Roffa, toch? Bro, ik ga niet redden. Bro, even serieus. Naar wie gingen jullie kijken, zeg maar, en Brassband proberen te doen? Door wie gingen jullie Brassband doen? Niemand, man. Even serieus. Hey, Berto, je bent Surinaams. Berto, leg deze... Berto, ik zie aan je gezicht, ik ben Surinaams. Hey, leg deze roffel uit. Jullie weten niet van Brassband. Berto, jullie weten van, hoe heet die Kawina? Jullie weten van die ding, maar jullie weten niet van Brassband. Berto, hang op. Ja? Brassband komt door Antis. Ik ga Kleid voor je zoeken. Hij moet Kleid zoeken. Hij weet wie Kleid is, toch? Wie is Kleid? Hoe weet ik niet wie Kleid is? Hij weet volgens mij wie Kleid is, toch? Dan ben ik Paantje. Wacht, met wie? Jos Silvio? Ja, was een tijdje ook een showtje met Jos Silvio, was hij er ook bij. Toen, wat deed Kleid dan? Kleid ging, het was een begintijd. Er ging show voor zijn garage. Ja, maar kom even concreet dan, papa. Nee, kom goed. We gaan het fixen. Weet je wat? Gaan jullie hem bij elkaar brengen voor deze mannen? Wacht, we gaan door als je Kleid. We gaan jullie hem zetten bij elkaar. Klaar. Rookworst. Ja? Jullie een probleem. Zeg. Ja? Battle of drums. Want die man, broer. Battle of drums. Die mannen zetten pijp op mijn hoofd. Bro, battle of drums. We gaan naar de garage beneden. Bro, bel Kleid. Zat die je toon zit op mijn hoofd. Wat is er, man? Bro, die man zet pijp op mijn hoofd. Bel Kleid. We checken. Puur. Pa. Je top 5 Nederlandse artiesten. Ja, steek maar aan. Ja.
Laat ik het even lullen. Top 5 of zeg maar een volgorde van 5 artiesten. Wat jij wilt, man, bro? Nou, wat ik zelf graag luister. Young Ellens. Ik zeg heel eerlijk, broeder. Ik heb een hele andere stijl qua muzieksmaak. Dus ik hou me van, jawel, ik hou wel van rap. Weet je wat ik ben? Bro, laat je. Jawel, tuurlijk ken ik jou, broeder. Ik hou van rap. Ik hou ook van gewoon muziek. Voor mij zit Ronnie sowieso in de top 3. Gek. Op 1 staat Lijpen puur. Voor mij. Ziek. Puur. Shit, man, ik kijk deze podcast. Bro, je vergeet. Deze vraag komt elke keer. Ja, bro, deze moest je voorbereiden. Bro, hey. Waar dan nou Ellens? Nou, nee. Dat zijn relaxed. Ja, man, Ismo. Zeg. Ismo moet ook een keer komen. Ismo legend, man. Hij moet ook een keer komen, ja, man. Goeie. Wie nog? Oh, Jonah Fraser. Wanneer ga je armo baren? Jonah Fraser vind ik ook top 3. Daar is mijn top 3. Jonah Fraser, Ronnie Lijpen. Dom. Jonah Fraser, red Jonah, hè? En dan, ja. Denk je dat ik zomaar hier ben? Hey, wat is jouw top 3 dan? Mijne. Ja. Zonder jezelf, hè? Zonder mezelf. Geen hip-hop shit. Nederlandse shit. Ik denk Ronnie. Voor de new school shit. En ik denk gewoon Frenna voor de drip shit. En als ik zeg voor de hip-hop shit. Het is gewoon hef nog steeds, man. Keeper me blazen. Sorry, dropt hij ineens. Oké. Goeie. Antiano Nostaal, snap je? Nee, respect, man. Top 5 Engelse artiesten, bro. Amerikaanse. Bro, ik luister geen Engels. Luister je niks? Ik luister naar Kanye en Drake en gewoon van die standaard dingen. Geen UK of zo. Dave, Stormzy, maar gewoon letterlijk wat aan is. Wat je hebt echt van die verhaaldingetjes en zo, hè? Ik hou van muziek, storyline, ik hou van kunst, hè? Juist. Kendrick. Mag ik hem iets vragen? Hoe neem jij op? Schrijf je iets of? Nee. Ik ben met de producer, hij maakt de beat. Ja, maar als hij klaar is. Als je naar de stuur gaat, zeg maar. Laat me vertellen dan kan je weer een nieuwe vraag. Ja, jij moet geen podcast nemen. Nee. Jij moet geen podcast nemen. Laat iemand vertellen, kan je nog een vraag stellen. Den Tonto. Ik neem mijn flows op en daarna ik neem verschillende sporen op. Dan chop ik welke flows ik hard vind en dan ga ik schrijven. En meestal is er een schrijver bij die mij helpt. Want ik ben geen vlotte schrijver. Je doet wel veel zelf gewoon opchoppen. Gewoon. Dat probeer ik wel zelf te doen. Soms als er zeg maar een producer is waar ik comfortabel mee ben. Maar ik weet niet wat bij jullie zijn. Ik vind zeg maar, digitaal vind ik echt kanker moeilijk. Gewoon. Wat dan? Gewoon met programma's werken als Reaper, Logic. Nog nooit van mijn leven gedaan, man, bro. Precies. Laat me gewoon rappen. Je kan zichzelf opnemen. Ik kan mezelf wel opnemen, uiteindelijk, toch? Dat kan ik wel. Maar met moeite ook. Ja. Met ik jaren. Heb 4 jaar lang mezelf opgenomen. Nee? Ik stuur gewoon die sporen door. Neem je ook jezelf op. Wacht. Heb jij ooit een tune uitgebracht waar je jezelf hebt opgenomen? Wacht even, ik begrijp niet. Wat is dat? Zelf opnemen. Dat je jezelf dus echt opneemt. Dat je alleen bent. Oké. Ik dacht, is het iets geks of zo? Weet ik veel. Nee, gewoon je zit zelf, je drukt zelf R en stop en plak en. Zeg maar geen digibet ben, maar dat je weet hoe die programma's werken. Ja of nee? Nee, man. Ik doe het best, maar ik weet niks. Jij? Ja, mijn eerste tape, man. Ja, die helemaal. Ongemixt, ongemasterd. Stop play. Weet je hoe, hij was nog op Junta. Ik vraag die man, joh, hoe moet ik rek? Hij zegt, ja, kijk daarboven. Edit. Stop. Ja, maar hij had klaargezet voor je. Nee, bro. Nee. Ik vroeg hem, toen deed ik nog YouTube beats. Wanneer je interesse hebt, zeg maar, kan je wel heel makkelijk dingen leren. Ja, bro, hij is op Junta. Wanneer je interesse hebt, is niks een obstakel. Bro, dus hij is maar zoeken. Hij was op Junta. Het gaat gewoon zo ver tegen. Ik word wakker. Ik draai mijn eerste jonko. Ik bel hem. Ik zeg tegen hem, hoe... Ik wist niet eens hoe MacBook werkte. Ja. Dus hij moest zijn wachtwoord nog doorgeven via de telly. Ik typ die wachtwoord in. Pap, ik zeg hem, hoe moet ik deze beat downloaden via YouTube? Ik zet die beat in die Logic. Gelukkig gaat hij je weet, SO naar Joseph Black. Snap je? Je weet, Joseph Black is pas voor met die dingen. Shout-out naar hem, man. Snap je? Shout-out naar Joseph Black. Snap hij je? Dus, die, hey bro, hij is toppelijk. Hij is iemand die echt met kappen heel veel mannen hun eerste stap heeft. Hoeveel man nog iedereen? Ja, heel veel. Ik kom niet vandaar, maar zeg maar van wat ik heb... Waar was Zonamo? Was er niet boven, Joseph?
Heesterveld toch? Was wel. Want eerst ging ik, ja. Wel, die deur waar jij binnenkomt, daar zo. Die deur staat sowieso 24/7 open. Beneden was van beneden. En daarboven was Zonamo toch? Ja. Ja, real shit. Real shit. Boef kwam nog. Zijn ze nog bezig met shit? Weet ik niet, man. Ja, weet ik echt niet, man. Man. Altijd goed, altijd love, altijd love. Weet je, het is van weet je, het is van Jozef. Jozef wil altijd zelf ook rappen. Maar hij was gewoon eigenlijk die producer. Die regelen, eerlijk. Gewoon achter de knoppen, toch? Ja, ja, ja. Op een gegeven moment vind jij jouw draai, toch? Ja, precies. Dan, dan moet je bij je draai blijven, toch? Precies, ja. Bompo, sta je, meneer? Enig idee waar, toch? Kanta, bo. Hé, toch? Als het niet voor jou is, is het niet voor jou, toch? Boas, weet niet waar het over gaat. Ja, maar sorry, man, Boas. Heb je nog, is die potje nog vol? Ja, je kan. Nee, nee, niks, dankjewel. Boas, heb je nou je zin gehad vandaag? Ik heb het onwijs aan mijn zin. Ja, maar ik loof Boas. Boas en ik gaan een pokoe maken. Ik ben alleen maar aan het luisteren, man. En, ik wil een keer naar jullie show komen, man. Wanneer hebben jullie weer show? 5 mei volgende. Ja, we gaan gewoon hele zomer hebben show. Ben ik ook weer los, man. Wat staat op die rider allemaal dan? Niks, ben wel benieuwd. Alleen witte sokken. Wat? Witte sokken? Gewoon alleen witte sokken. Hoezo witte sokken? Ik wil gewoon schone sokken naar een show, toch? Dus je komt in die backstage. En dan staan die witte sokken op die tafel, zeg maar. Ja, ja. Hoeveel? Alleen voor jou? Nee, gewoon... De hele gang? Een paar, gewoon 4 paar witte sokken. Zwaar. Goeie, man. Heerlijk? Eh? Maar wat, Nike sokken? Maakt niet uit, man. Gewoon als witte sportsokken. Ik, ik weet niet dat je kleren op tijd komt. Ik moet altijd een soort nieuwe onderrempje aan. Ik heb dit, zeg maar, nu, man. Wat dan? Dat is die... Dat ja, is die, man. Ah, je wil je gewoon fijn lekker voelen, toch? Lekker warm. Gewoon na show. Maakt niet uit waar je bent. Wat wil je? Je wil gewoon chill voelen. Ik ook, man. Als je iets kan vragen... Als het de gekste shit, meestal doen ze daar niet aan. Maar als het gewoon iets normaals is of zo en je kan je daarmee beter voelen. Ik ben ook op die shit nu deze dag. Helaas hebben ze vraag geen raas. Heb jij iets raas op je rijden staan? Nee, man, water, spa. Alleen dat. Kaperen, juist. Geen alcohol. Dus nee, bro, neem je matties mee naar je show. Mijn matties drinken niet. Allemaal niet. Jullie drinken nog beter, man. Nee? Allemaal niet. Alleen shishatje. Niks. Maar ik ving iets op. Jullie hebben een nieuw plan of zo, nieuw bedrijf. Dus, wat is dit? Ja, ja, vertel over het nieuwe bedrijf. Wat wij promoten. Even, man, broer. Hoeveel krijg ik per uur? we hebben een marketingbedrijf opgestart. Goeie. Om tunes, organische views te laten krijgen, video's op TikTok. Wat is je marktdeel? Hè? Wat is je marktdeel? Ik heb geen idee wat dat betekent. Hoeveel % ga je verdienen erop? Toch? Ja, toch? Dat vraagt hij. Ja, toch? Dat vraagt hij. Ik bedoel, ik probeer te beschermen. Hij vraagt wel reclame aan maken. Ik weet gewoon hoe die promoties werken. Hoe dat je viral gaat op TikTok. Ja. Voor de rest begrijp ik niks. En je weet je pincode, klaar. Juist. Hoe is dat naam van het bedrijf, zeg? Building Bridges, juist. Hoe? Building Bridges. Hoe? Building Bridges. Dus jullie bouwen bruggen. Een beetje bescheiden. Hé, maar jullie bouwen bruggen dus. We bouwen bruggen. Hé, sowieso. 8, 2, nummer 1 hit. We pakken views en jongens bescheiden, ik weet, maar hij praat niet veel, met de jongens 21. Hij is bij, hij is wel bij, ik zie het aan die pet. Hey, maar eerlijk, dat is een van de weinige dingen waar ik trots op ben van ons klein kikkerlandje in Nederland. Bruggen bouwen, man. Dan zijn we gewoon... Wereldbekend, hoe noem je dat? Wereldwijd bekend voor. Ja. Maar van, niet eens van bruggen, gewoon van bouwen zelf. Architectuur. Ja, gewoon bouwen zelf. We zijn gewoon super op water. Waarom lachen jullie, Bie? Op water, dat is het. We zijn de beste op water. We leven onder dijken, water ook, toch? Dijken. Ja, zien hoeveel visjes we open hebben. Laten we een beetje slimme shit praten. Gaan we een beetje slimme shit praten? Ja, laten we even slimme. We hebben niet eens bruggen nodig, we hebben water. Er zijn genoeg vis in het water, hef. Water en boten. Boot hebben we nodig. Venetië. Wat zeg je, bro? Niks. Laten we slims praten. Laat me even, even, man. Eens bedenken wat op de schaal van Richter. Geloof jij in numerologie? Oh, zeker. Wat is dat? Ja. Wat is dat? Wat is dat? Leg me even uit. Geef me even wat kennis, man. Nee, ja, wat is dat? Oké, leg uit. Ook. Numerologie is dat je bijvoorbeeld in letters het aantal... dus ik noem het letter A is letter 1, 2... Ik kan alleen codes krijgen. Is het te vergelijken met astronomie? Nee, maar wel de combinatie. Je moet wel combineren. Het is niet hetzelfde, maar ik bedoel meer qua... Dan kom je op die matrix shit, schat. Ik geloof in niks, man. Astrologie en in alles. Ik neem alles voor lief. Ik luister heel graag naar wat mensen vinden en hoe ze erover ben denken. Ben jij nog niet genoeg? Heb je nog niet genoeg aan het potje lopen likken, schat? Ja, misschien heb... Dat ga je het echt wel zien. Misschien heb ik al genoeg gelikt, man. Ik zie... Waar geloof jij? Ik geloof in jou en mij en ons nu hier, man. Ja. Dat is het enige wat mij te doet.
Ik kan het respecteren, man. Ben je dus, je denkt niet dat er meer is tussen hemel en aarde? Oh, ja, tuurlijk wel, maar ik hoef niet te... Hey, sowieso bestaan er aliens. Er nee. Ik heb heel veel vragen, maar ik hoef geen antwoord, niet, weet je. Niet? Nee, ja? Nee, ik geloof er ook niet in, man. Nee, bestaan ik ben te droog voor, bro. Stop met die dingen, man. Aliens. Aliens. Kino's, bro. Lekker, gaan we die kant op? I'm bro, ready. Jawel, kom. Mag niet te lang. Je hebt jeans. 10 minuten. We gaan 10 minuten over aliens praten. Je hebt jeans, die komen op de porto. Denk dat de aliens. Nee, het is 34. Aliens. Tot 48 over aliens praten. Waarom? Zijn de demonen in je hoofd? Maar... Ik geloof er niet in, daarom. In aliens? Nee, man. Oké, nu ga ik je uitleggen waarom. Ken je Neil deGrasse Tyson? Nee, wacht. Dat is een andere. Neil Tyson. Neil deGrasse Tyson. Dat ik hier nog. Motherfucker. Ja, ken ik niet, man. Motherfucker. Ken je hem ook? Motherfucker. Is waar of niet? Dat hij een motherfucker is. Ja. Nee, maar is hij een alien of wat? Ik hij is geen alien, maar zeg maar gewoon, er is shit. We talk ja, dat shit. Kijk, zulke dingen geloof ik. Maar niet zeg maar van, dat de kills uit de spaceship zo naar beneden. Weet je wat hij zegt? Weet je wat hij zegt? Want, ja, want als ik hem zie, ja. ik schiet hem gewoon neer, hè. Weet je wat hij zegt, bro? Dat een jaar, zeg maar, de mensen hebben een tijd gezet op deze story. Maar de wereld, hoe de wereld zeg maar draait, dat is zeg maar gebaseerd op eigenlijk hoe de wereld draait, toch? Dan ga ik je echt ver meenemen. Ja, neem me mee. Ja, ja. Je bedoelt zeggen, je bent zelf je alien. Laat hem even een jaar, 365 dagen, zeg maar. Dus, het is gebaseerd op een rondje die de wereld maakt. Maar die rondje die de wereld maakt, zeg maar, dat is elk jaar eigenlijk anders. Dus eigenlijk, daarom zijn de Chinese mensen soms verder dan ons. Zeg maar, want hun proberen wel, een soort voor meer rekening te houden met die shit. Elke jaar, de wereld draait om zichzelf heen, zeg maar, elk jaar. En elk jaar komt het, zeg maar, op een bepaalde punt, zeg maar, waar dan, zeg maar, soort van waar je uit de galaxy kan gaan, als ik het goed uitleg. Dat punt, zeg maar, waar je uit de galaxy kan gaan, dat is, zeg maar, één jaar. Toch? Even nul. Maar dat point of view ziet, of niet? Maar hoe doe je dat? Wat? Dat je een goede point of view ziet. Nee, dat je zeg maar soort van uit. Er is ontstaat een gat, zeg maar, dat je eruit kan, zeg maar, naar de volgende. Okay. Volgende toren. Level. Of wat? Dat is wat ze zeggen, als ik het goed uitleg. Als ik het goed uitleg. Maar wacht dan, bro. Dat punt, wanneer dat gebeurt, zeg maar, dat het open gaat, zeg maar, dat is één jaar. Maar die ding is nooit, zeg maar, is nooit vergeleken. Is nooit 365 dagen. Zou ik het doen? Dus eigenlijk leven wij, zeg maar, een soort van... Ik zou je op alles antwoord kunnen geven, maar dan wordt je fucking podcast gecanceld, grap. Nee, ja. Jij wil zeggen... Ik wil helemaal niks zeggen. Jij hebt weer die fles lopen likken met rust laten. En deze ga ik mee naar huis nemen. Ja, ik wil... Niet de woorden in mijn mond. Hoeveel kost deze dan? Ik wil helemaal niks zeggen. Ja. Hoeveel kost die grote? Wat wil je zeggen? Ik wil zeggen, zeg maar, wat je... Zeg maar, de grens tussen manifesteren en manipuleren. Zodra je weet dat je shit kan manifesteren en het kan zeggen, gebeurt het ook. Ik denk dat het bij ons allemaal gebeurt. Maar je hoort ook heel veel manipulatie. Ik geloof dat het eigenlijk een soort commerciële manifestatie is, toch? Niet? Doe je shit. Dus hey, wacht even. Hij gaat smoken met een tampon uit het raam. Weet je, omdat hij shit ziet. Yo. Waar hij zich aan... Hij koopt de chain, weet je. Hij ziet die shit van, oké, zo is het. Ja. Dus in hoeverre kan je met die manifestatie manipuleren? Ja. Waar jij nu bent, zeg maar, is dat je zeg maar een soort van... Hey, ik heb ook een paar druffels. Ja, maar dat is niet erg. Ik wou het bijna zeggen, maar ik zeg het niet meer. Ja, jullie moeten door? Ja, man, sorry. Yes. Is al laat, hè. Hey, waarom ga je weg, bro? Bro, sorry. Ik heb 5 eskos besteld net, B. Ik wel, broer. Oh, je kan moeten, joh. Succes. Thanks, man. Je ook succes, hè. Yes. Hey, ga je goed, man? Campagne, hè. Leuk dat we moeten gaan, B. Rustig doen, man. Waar ga je spelen? Ga je weg? Ja, ga je ook weg? Ja, man. Hé, hey, nee, man. Hé, hey, nee, hé. Hé, Hef! Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik kan alles. Fijne... Die Maga Toko. Ja, waar waren we, man? Oké, wacht. Ik was diep in manifesteren en manipuleren. Ik ben er met jou, wacht. Waar jij nu bent, zeg maar, is dat je eigenlijk, zeg maar, een soort van geen... Dit zei iemand laatst, dat je eigenlijk geen freedom of speech hebt. Heb je zeker niet? Natuurlijk, je hebt wel... Alles is, je bent beïnvloed door, altijd beïnvloed door iets. Nee, ja, als bent, jij zegt wat tegen de draad is, krijg je de wind van voren gaan. Ja. Maar dat is ook die vrijheid, toch? Tot waar is die vrijheid dan? Wat je kan zeggen, wat je kan doen. Ja. Ja, die grens zoek je altijd op, denk ik. Tuurlijk. Merk je als ze je haast had komen halen, gat? Als je te heavy bent, komen ze je halen. Als je te veel weet. Juist. Heb je nooit AT gehad?
Nee, man. Hey, ja, ik ben gewoon... Ik zeg dingen, maar ik ben gewoon... ik ben er mee. Heeft de politie ooit uit je bed gehaald? Nee, zeker niet. Je hebt niet zo ver gebracht, dus? Nee. Wel vrienden van me, maar ik zelf gelukkig niet. Een hele aparte ervaring. Het is heel raar. Als iemand je uit je huis komt halen om je weg te brengen en te arresteren, is echt iets heel raar. Het is heel para, man. Stop eng. De eerste keer als je dat meemaakt, denk je gewoon dat je een soort weet. De eerste keer dacht ik dat ik verkracht werd. Ik dacht dat ik verkracht werd. Ik zweer het op alles, bro. Ja, laten we niet zeg maar, met die verkracht spelen, zeg maar. Ik voel alle macht uit je weg, ik ben gewoon... Je kan machteloos. Ik ben machteloos. Ja. Ik had 2 mp3's overgeschreven op een duimse naam op een schetsmodel. Je weet toch? Bam, ik word zo opgehaald, ik word meegetild met bivak over mijn ID's. Praat dan, zit dan kan je praten in de mic. Oké, ik word met bivak opgehaald voor mijn osso. Dus een betaamde blok heb verkocht. Ja, in Ganzenhoef. Tegenover Smeltkroes. Maar ik word meegenomen naar Poort daar zo. Bro, ik kom binnen, hij pakt me hier bij mijn nek. Hij houdt me totdat ik binnen ben. Ja, zo van buiten naar binnen. Ik heb er al vaker gezeten, dus ik weet die proces. Je weet toch, je bent nu buiten, nu ben je hier, Ja. Stond ik zeg maar bij die, dan kom je toch zeg maar bij die receptie zeg maar. Van er zitten een paar mensen daar en daar en moet je doorlopen. Die man zet me zo bij mijn nek, zo tegen die muur. Waar iedereen bij stond, trekt hij mijn broek naar beneden. Met mijn blote kont. Voor wat? Ik ben toch aangehouden. Die man doet wat met mij wat hij wil. Controle. Hij geeft mij gewoon schande daar. Ik ben machteloos. Hij trekt mijn broek uit voor iedereen daar. Ik sta daar met mijn blote kont zo geboeid tegen de muur aan. Zo, ja, maar dat is ook zo. En dan vraagt hij waar mijn ID is. Ik zeg, je hebt alles van me. Je hebt mijn auto, je hebt alles meegenomen. Wat ID? Ik ben gearresteerd in mijn onderbroek. Handboeien om. Ik heb natuurlijk een lape melding. PGA, persoonsgebonden arrestatiebevel. Als ik op straat, als ze me aanhouden, krijg je rood scherm, lopen ze door. Bij demonstraties, heet jij, we gaan je wegvoeren. Kom in die stoel. Trekken ze naar, laten ze me staan. Lijp, kom in die stoel. En toen was ik op bureau in een onderbroek. En of je het gelooft of niet, ze gingen me fouilleren. 2 donkere jongens. Eentje was Antillians, een oude gabber. Ik zei, ben jij niet goed bij je hoofd? Ze zei, hoe moet ik nou hebben, man? Toen deed ik zelfs mijn broek op de grond, terwijl die eigenlijk die broek hebben en voelen. Ik zei, doe van normaal, man, mafkees. In mijn onderbroek binnengebracht, ik moest tegen de muur staan en hij wou mij fouilleren. Ik zei, je bent niet goed, man. Wat ik me aan wil vertellen is die overmacht wat dat heeft. Ik ben relaxed, omdat ik het zo vaak heb meegemaakt. Ja, maar het is iets onmenselijks, man. Snap ik ben gearresteerd met boeien om mijn voeten ook, hè. Om je voeten? Ja, vraag maar. Nee, dat je ook begrijpt dat er wel motherfuckers zijn die wel moeilijk doen en shit proberen mee te nemen. En dat ze ook daarom zo gedrild zijn daarop, toch? Gewoon ik vind dat je als je als agent bent, moet je het verschil weten hoe je iemand aanpakt. Je ziet aan de documentatie, als je iemand aanspakt, wie wat is. Hey, maar dat is het allermoeilijkste. AT bestaat officieel niet meer, het is nu DSI. Ja. Die gasten maken echt grappig. Waar staat het niet voor? Ja, dienst... speciale interventies. Zoiets, ja. Maar is de vervanger van de AT is hetzelfde. Omdat de AT met hun altijd trainde, zitten ze nu daar. Maar dat zijn gewoon legergasten, zijn er daar. Die komen echt mee aan. Bro, dat is geen school meer, man. Dat je gewoon... Als je omdraait, krijg je klappen, vriend. Als je omdraait, krijg je klappen. Maar ik bedoel, ik snap wel dat het nodig is, maar niet voor iedereen, man. Want dat je een vuurwapen ooit bent aangehaald, komt dat al. Mooie manier om af te sluiten, man, guys. Ik vond het super gezellig, man. Kom, man. Maar waren weer? Ja, wanneer ga je komen? Wanneer ik ching krijg. Kom vertellen over die ching, wanneer je ching hebt, man, bro. Boas, jij vond het gezellig? Boas. Nee, man, ik vond het echt fout. Hij gaat nagenieten, grap. Wel, hè? We gaan sowieso Even lullen. We gaan zo hoezo ga je nu stoppen dan? Wil je verder gaan? Gooi je topic. We gaan verder lullen. Muziekindustrie. Ja, wat vind je ervan? Hoe werkt dat eigenlijk? Heeft iemand er baat bij? Wat? Aan onze kant. Ik zit nu bij Sony. Jij zit bij een gekke boeker ineens, nee? Heb je vragen? Nee, ik zit nu bij Sony gewoon. Goeie pap gekregen? Ja man, puur man. En zo naar Sony, man. En wat was die Tory wat Wesley noemde? Next Era?
Nee. Publishing, Next Era, ook Esona Next Era. Oh. Zorg dat je erin zet, Bondi. Ja. Hey, hoeveel heb je al gegeven? Zorg dat je even langs ook bij hun gaat. Hij heeft iets goeds gekregen. Bro, luister. Ik ga één ding zeggen. Luister, Bondi, ik ga één ding zeggen. Ze hebben die man te veel hap in één keer gegeven. Daarom hoor je niks meer van die man. Ja, hè? Oh. Hij slaapt nu, hè? Jij dan, Hef? Hoe zit jij met je deals dan, Hef? Ik ben oké, man. Ja. Ik kan niet klagen, man. Bro, je weet niet, Hef. Je zit hier onder bij Top Notch. Ik zit bij Top Notch. Zit je gevangen bij Top Notch, wat? Je weet niet, Hef is al lang. Nee, vind ik niet erg, zeg maar. Maar dat is gewoon, zeg maar, van hoe ik het, zeg maar, zie altijd, is van gewoon, dit is van hoe jij omgaat met je mensen, man. Maar weet je wat de afgelopen maand met Joen was? Welke? Die met jou en Joost, die street life. Met Heineken. Die is hard, man. Dan kom in de street life. Oh, de relax. Hey Joe, ik ben een paantje, man. Ik kan niet meer, man, boas. Jawel. It's okay. Ik was... Hey, je hebt sowieso wel afspraken. Ik ben een paantje. Het was meer, ik kwam eindelijk in, man. We wilden gewoon iets gezelligs doen, even buiten dit, man. Antianostalos, de oude Siro, man. Hey, weet je wat jullie moeten doen? Kleiduif schieten gewoon, ik ben vanaf wat? Kleiduif schieten gewoon. Wat? Kleiduiven. Wat is dat? Dat is die shit gewoon in de lucht gaat, dan schiet die shit. Gewoon met z'n tweeën, gewoon één op één. Bro, laser gamer maak je al koud, bolen zelfs. Karten zelfs. Hey, je hebt mijn BD niet gezien laatst. Je gaat niet winnen van mij met niks. Bro. Bro, bolen. Je 100, gaat niet winnen bro, van ik ben mij. Met 100 dimes daar. Je gaat niet winnen kom van mij. Kom karten, hey, bowlingfeest, ja? Kom ik mij, wanneer maak je een beetje reclame, want 20 mei kerst hoe bowlingfeest kan delen, hoor de mento. Wacht ga je, konijn. Nee, aloha Amsterdam, 20 mei, ik breng alle baddies. Vorige keer was ook helemaal vol. Is lekker, breng toch? Breng je mannen, breng je werkers. Breng je werkers, nou, 20 mei, aan de Candela. Ook hier is Alusso, ik ga afsluiten. Rookworst, was Candela, gekke episode weer. Pas naar de wc. Ja, alleen maar love, man. Lekker toch? Dat gaat zo komen. Motherfucking Bo was in de motherfucking building. Shout out naar je boys, man. Nou, hoe heet die andere boys? Weet niet, man. Dadelijk after. Weet je die boys? PC Hoofdstraat, nemen jullie langs. Milo Kaki, sowieso. Shout out, man. Ja, shout out naar die boys. Maus betaalt alles. Hier mocht zijn. Alleen maar. Gekke ervaring. Je moet vaker komen. Genoten van jou. Alles op Maus. Ik ken ook jij helemaal niet zo goed. Ik ken jou helemaal niet. Bro, we gaan pokus maken en jij gaat me in die helikopter. Ik ken mijn naam nog steeds niet, hè? Ik heb het idee dat je. Nee, sowieso niet. Nee. Ik kan je verzekeren dat ik niemands naam hier in deze ruimte ken. Dan. Danny ken je wel. Danny? Ja, is Danny. Nee, nu weet ik dat. Ik heb niet opgelet, man, deze hele podcast. Wat hebben we eigenlijk lekker gezegd? Pik, lekker pik. Waar hebben we het eigenlijk over gehad? Die lekker pik, dat was gezellig. Dat was gezellig. Alleen maar ja, maar ik had te vroeg niet... Gezellig, ja, maar alleen maar lief. Eerlijk gezegd, had te vroeg gezellig. Midden in de building. Okay. Sluit me af. Gezellig, hè. Ook hier in de building. Het is meestal mooi voor op je, man. Goddamn. Ja, man. Puur. Dat soort Bonosa. Ja, man. Ik heb het super gezellig gevonden. Zoals je weet kan je wel eens een verkeerd beeld van iemand hebben. En dat ik van hun allebei. En, Maar dat is net zo fucking nice voor Hef ook, man. Ik wil jou, je bent super relaxed. Jij hebt zwaar humor. Je bent knettergek. Dankjewel, ouwe. En, ik hoop dat we ooit nog een schilderij pakken. Nee, dat doet hij niet. Hey, sowieso gaat die film er komen, man. Ik ben nu bezig. Een film? Mag ik in die film spelen dan? Je gaat tekenen voor die film? Ja, heel veel dingen. Ik wil in die film spelen, man. En er komt een Nederlandse serie aan. En, hey, zijn die rechten nog op de markt? Nee, die zijn Oké. Die zijn niet gek. Nee. En er komt internationaal ook aan. En ik ben bezig met een paar kunstroven dat echt heel de wereld gaat opzoeken. Hey, laat me weten wat die rechten kosten. Ja, kom gekke shit. Aan. Gek. Nou, shout out naar iedereen. Shout out naar iedereen. Check jullie Mouse ook binnenkort. Danny, Boas, Okie. Wat gek, man. Cat Nuff is al onderweg naar de show. Goed te Kessel, shout out naar jou voor de motherfucking plugs en voor je vader. Alleen maar love, alleen maar liefde. Graag. Ik hier in de motherfucking back. Paro, toch? Oh, ze stiekem daar de hele tijd. Ik zit de hele tijd af te vragen van, is hij het wel, is hij het niet? Yeah. Motherfucking Faro in de motherfucking... Wil je kippen niet afpakken, toch? Huh? Hij wil je kippen niet afpakken. Nee, hij is stiekem. Zie, die man is gladde, jongen. Hij is stiekem. Wat rij je? Hij is sowieso een dikke shout-out naar Kastner ook, man. Ja, goeie hij was ook lekker, gewoon nieuw en open hier zo. Heel bescheiden om te zien hoe hij zo is. Dat, ik moet eerlijk zeggen, hij doet me een beetje denken aan Anton, waar jij mee opgenomen hebt. Die is ook zo bescheiden. Dat je denkt, het is toch eerlijke apart. Boys. Nee, maar meestal gaan ze helemaal uit een plaat toch, als het helemaal gaat. Ja. En nee, helemaal totaal niet. Dus vind je het wel wat hebben. Vind ik master. Hey, we gaan een tune maken. Alleen maar love, alleen maar liefde. Rook was voor jou.
Ja.